The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik am here at the end of the day. As ergens over moet gaan, send the best Not the face. Glimmerzonken. overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Vandaag spreken we met een schrijver, journalist, muzikant en podcaster. Hij werkte als freelance journalist bij Menzo en p magazine was eindredacteur op de sportredactie van zowel het nieuwsblad als HLN. Sinds 2014 zit hij in de redactie van De Morgen. Zijn kortverhalen die op De morgen.be verschenen als Zwarte Gal, verschenen dit jaar bij uitgeverij Borgerof en Lamberichts gebundeld als Naarland. Hij heeft twee podcasts Antiradio waar hij muziek interviewt en Mijn Gedacht, waar hij samen met Daan de Mesmaker en Xander van Horik telkens een aflevering van FC de Kampioenen bespreekt en bekijkt. Hij speelde basgitaar bij postrockband Motec en heeft in 2017 het debuut van zijn eigen project Collectief uitgebracht via Consoling Agency. Hoog tijd om te praten met uh, ja, de meest zonnige persoon waar ik ooit een boek van gelezen heb. <laughs> Frederik de Bakker. Hallo, merci <laughs> voor de fijne intro. Ja, ik, moet wel, ik moet wel direct u corrigeren, want anders krijg ik twee zaadzakken achter mij aan. Okay. Het is mijn gedacht, en anders gaan mijn podcast. Mijn gedacht, ah ja, tuurlijk, sorry. sorry. Want sorry. er bleek een splinter-podcast uh, te bestaan genaamd Mijn Gedacht. Oh. Maar luisteraars van ons hebben daar korte metten mee gemaakt en een kort uh, internet-terreuroffensief uh, ingezet en die zijn sindsdien van de aardbol verdwenen. <laughs> Je hebt die gewoon weggepest. heeft <laughs> uh, niks mee te maken. Ik bevestig nog ontken. All right, cool. Jij, ja. jij, hebt, jij kijkt gewoon leidzaam toe en zegt zo achter de schermen. Mijn gedachte, oké. Okay. Um, <laughs> ja, leg dat eens uit, man. Wat doe je dan? Dan zitten jullie echt gewoon een aflevering te ja. bespreken. Uh, wel, ja, uh, is dat een en al ironie of zit er ook een soort. Uh... Uh, wel, het, het probleem is dat dat dus uh, niet geweldig goed is, hè, dat programma. Alleen het is dus te zeggen. Uh, <laughs> Dus wat dat we doen is, uh, we kijken elke keer, uh, ik en, en mijn twee vrienden, Daan en, en Xander, kijken naar een aflevering van FC De Kampioen. Dik tegen ons goesting, um, want ja, ik zeg het, dat is dus niet geweldig goed. En dan bespreken we dat gemiddeld vier uur lang ongeveer. Oké. Okay. Um, en uh, ja, het idee erachter was uh, van ja, we pakken iets wat dat, uh, iedereen goed kent. En, en uh, iedereen vindt al veel heel goed of veel heel slecht. En dan proberen we daar ook zo wat uh, verbanden te leggen met, met films of, of de maatschappij of dat soort dingen. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het een excuus om gewoon veel te zeveren. Ja. En, en, en een keer samen te komen en, en een ozel te doen. Ja. En hoe, dat... vaak, hoe vaak komt dat uit? Is dat, is, dat, is dat één keer in de maand? We, of hoe, hoe we, die proberen, wil zoeken, we proberen dat te beperken. Uh... <laughs> Eén keer per jaar is meer dan genoeg. <laughs> meer dan genoeg. <laughs> uh, het is ongeveer... We zitten <laughs> aan aflevering twee tot hiertoe. Uh... Uh, nee, we proberen dat ongeveer om de twee weken te doen. Ja. Uh, en dat, uh, dat lukt met wisselend succes, omdat één van ons drie moet altijd per se op reis gaan. En, uh, dus dan wordt dat wat moeilijker. Maar uh, ja, we maken dat dan goed door vier, vijf uur uh, te bazelen over de grootste Nozellet. Ik oh. moest wel even lachen, even gegoogeld. de zo soort, ja, mijn gedacht, fandom wiki-pagina. In ah, ja, ja, en de ja. ene zin ga ik toch <laughs> gewoon voorlezen. <laughs> Dus het begint heel zakelijk. Hè. De makers van deze podcast en Fredrik de Bakkerdaan, de mismaker, en Xander van Hoorik. Kom maar. Maar ook de luisteraars treffen schuld bij het instand houden van dit misbaksel. Ja, ja dat is, is cool. Die, die wiki is, is niet door ons gemaakt. Onze website is niet door ons gemaakt. Onze webshop is niet door ons gemaakt. Uh, al die dingen, dat zijn gewoon de luisteraars dat dat zelf doen. En dat is wel cool. Dan heeft zo'n vierde man dat echt bijdraagt aan die laat. En we hebben zo gemiddeld. 30 mails of zo per aflevering. Ja. En we maken er een punt van om die dan altijd voor te lezen. En daar zit ook van tijd de grootste bullshit dat je kunt voorstellen, tussen en, uh, Maar dat is, dat, is echt, dat is echt cool. Na nou al die afleveringen. Want, hey, je, of dat je het nu wilde of niet. Je bent een kenner, antwoorden. <coughs> Spijtig <coughs> kun, genoeg, Kunnen Kun je als objectief journalist, recensent. Uh, toch objectief het, het succes van die reeks verklaren, of blijft het nog altijd een mysterie? Ja, het succes van die reeks is geheel en al te wijd aan het feit dat veel van ons landgenoten debielen zijn, hè? met alle respect. <laughs> maar... Allee... Ah. maar nee, dat is, dat is, soms is het plezant, hè? want gelijk zo'n ah. zo boma... I like you already. Sorry. <laughs> nee, zo'n boma is wel, is wel geestig, ondanks het scenario. Die mm -hmm. mens doet dat gewoon heel goed. En uh, ja, als kind dan denk je zo, ah ja, Pico, ja, dat was die cool, en, en, uh, en Xavier, dat was die fijn, en uh, ja, Oscar, dat, dat vond ik nog altijd wel een cool, omdat die een die leidt echt onder het hele... Ik, ik, ik ben er nog altijd niet over uit of hij er volledig met zijn goesting staat, maar, uh, maar eigenlijk blijkt vooral uh, uh, Boma de, de beste. Uh, en ja, voor de rest, aan, aan wat ligt dat? Het ja, dat is herkenbaar hè, natuurlijk. Uh, dat wel. Herhaling ook, denk ik. Hè. En de kracht van ja. herhaling. Ja, dat ik ook zo. De dagschotel, mijn zo Die dingen die allemaal terugkomen. Catchphrases. Ja, hè? Ja, absoluut. Wat je zo had met, met hetgeen dat je, je ziet. Dat ook bij extra's. Hè, waar dat Ricky Gervais een eigen podcast, zijn een eigen dingen krijgt. Mm -hmm. uh, sitcom. En dan wouden we hem eigenlijk, mm -hmm. hè, zo gezegd die <laughs> office gaan maken. Ja. Maar dat wordt dan. Wat een typische sitcom is, namelijk iedereen dat binnenkomt zegt altijd een zinnetje dat iedereen ja, kent. Ja, absoluut. Ja, zoals Allo Hallo, wat ook zo'n een, een, een schoolvoorbeeld <laughs> is. Van, als je het maar eindeloos herhaalt en ja. die lachband eronder zit, dan blijft dat bij iedereen hangen. En ik denk dat dat, dat, dat ook zoiets is. Ja, de kampioenen zenden er ook al heel lang. Hè. Het is dat. Dus voor veel mensen is dat sowieso iets dat ze hun eigen mee associëren... Om, of was, dat je dat nu goed vindt of niet, eigenlijk. Zelf. Ja, maar was dat... Want we zijn allemaal oud genoeg om te weten dat het de eerste keer... Jij misschien niptjes, maar wij zeker, dat dat op tv kwam. Was dat, toen, was dat toen ook al belegen? Of was dat toen, excuseer het woord, een verfrissende tv, of niet? <laughs> oh, dat weet ik niet. Ik, ik, ik moet eerlijk zijn, ik, ik heb zelf heel weinig... Vlaamse tv gekeken Want opgegroeid met een anglofiele vader die, die, Maar dus de dat is vol... kon konden toch niet onderuit Ja nee. toch wel ja? Uh, Ik kende het omwille van het feit dat mensen erover babbelden En ik had al wel eens Je zit er al voorbij gezapt hè. Het is niet ja. dat je dat nooit gezien hebt maar dat stond toch nooit langer dan twee minuten op bij mij thuis. Of dat ging sowieso... Als mijn vader een taal hoorde die niet Engels was, zo erg was het wel, dan ging het af. Zo. Toch iemand mijn gelukkige jeugd had Zo, oh, Daar kan ik ook nog wel even over babbelen. <laughs> nee, het coole aan, aan, die, aan die reeks, de, als je ze dan nu beziet... Ten eerste, we hebben eens uitgerekend hoe lang dat we gaan overdoen, want je hebt 273 afleveringen of zo, We zitten nu aan... 78, denk ik. Dat zijn... doet ze ook chronologisch. Ja, ja, ja. ja, ja okay. We zijn nu vier jaar bezig, als ik me niet <laughs> vergis. We het, we ik re <laughs> reken snel het. En we het dus uitgerekend? En toen we het uitgerekend hadden, zaten we dan ja, we moment toch nog een jaar of elf te gaan. En dus, ja, dat is pijnlijk, hè? Want. <laughs> dat is elf jaar lang, dat is bijna twee keer uw middelbaar, dat je dat moet uitzitten. Tegen keer dan keer. herinnert zich niemand nog wat dat tv was. We zijn die oude mannen allemaal over bezig. Ja, ja. En het is ook wel geestig om nu te zien, gelijk ja, die, die Epico, ja, dat is natuurlijk heel spijtig wat er met die mens gebeurd is, en je wenst dan die man toe. Dat is een bladzijde in uw boek eigenlijk, hè. laten we eerlijk zijn. Ja, ja het is dat, absoluut. En, uh, maar het is wel interessant om te zien, van, ja, wanneer is het zoal begonnen? En er zijn sommige momenten in die reeks dat je denkt van... Van, oh, dit is wel even dat. Ik denk niet dat dit in het script stond. Denk, er zijn een paar momenten dat een zo per ongeluk om bike me zit. En dan zijn ze van, ja. Mm, ik weet nu niet of dat in zijn norm besef en zijn, zijn, allez, Of dat dat wel nog helemaal just zat en zo. Want nee. Marijn de Valk, we, hebben dan ook, we krijgen ook filmpjes toegestuurd van, van interviews en zo. Door, door ons luisteraars. Maar het, geheel ongevraagd hè, en ongewenst oké, okay, Krijgen we daar dan een open ozelet over gestuurd? En dan krijgen ze een interview met Marijn de Valk te zien. En die zegt dan: Ja, op een gegeven moment was er een, was er een Pico 1 en een Pico 2. <laughs> en dan, ja, dat is wel interessant om dat te zien. En ondertussen zitten we al zover dat het uit de reeks is, zo gezegd. Dus nu zitten we met Paul a.k.a. Slenderman. De man met de langste ledematen dat je kunt voorstellen. Uh, Zoek die eens op, Andries. hebben we gezien? I want to know this. Uh, en ik ja. voel het gat in mijn cultuur groter en groter worden. Uh. Ja, maar laat het toch maar ongeplamuurd, want, uh, Slenderman. Ja, die man Dat is, is wel een goede naam. Als je die ergens op een foto ziet, valt er ook altijd een dooie. Zo... <laughs> die moeten nooit filmen, want dan loopt het mis. Ja. Dat is een beetje gelijk de mothman prophecies of dat is, Die je gezien hebt, dan weten dat uh, dat het niet goed komt. You ja, yeah. voilà. Maar die die laat laten afgaan. Wat hebben ah, ja, ja, daar ik... eigenlijk al uitgehaald om eerlijk te zijn? Veel uh, plezier wel, hè? Dat ja, is wel tof. Maar, uh, maar als je zegt maatschappelijk of zo, zijn er dingen dat je daar gaat bespreken dat je denkt. Bespreekt ook het ou bollige van die humor? Of ja, ja, dat wel, ja, ja. uiteraard. En we vergelijken inderdaad met, met, met andere reeksen. En we zien van ja, hoe traag dat, dat soms gaat. En, en soms is het echt dat we zo na zeven minuten. Dat we zo checken, want we zien die op YouTube. Hè. Uh, een of andere bijzonder destructieve mens heeft dat allemaal <laughs> vrij toegankelijk gemaakt. En we checken dat. En dan zien we zo naar nou dat, nou dat baarkanon onderaan in het scherm. En dan zie je zo, ah, nog maar zeven minuten bezig. En dan je zo, nog 23 minuten te gaan. Maar daar dingen uit. Ja, je ziet soms toch wel zo parallellen met taxidriver of zo, dat je denkt van, ja, dit, euh, dit, dit zou wel eens slecht kunnen aflopen. Uh, soms ook gewoon bij ons in de kamer, dat je mensen ziet afdrijven richting een, een Travis Bickle-achtige mentaliteit. Niet zelden ik zelf. Um, maar uh, ja, het is eigenlijk het is, het is een spijtige... Ik, het is niet de eerste keer dat ik het me beklaag dat, we, dat, we, dat, dat het is mijn idee, dat is nog het stoemste van al. Ik had een podcast gehoord. Ik, had, ik volgde twee podcasts. Uh, The Worst Idea of All Time. Misschien naar uh, die je kent. Dat zijn twee Nieuw-Zeelanders. En die kijken elke week naar dezelfde film. Grown Ups 2, wat dan waarschijnlijk een verschrikkelijke film is. En vooral ze hebben Grown-Ups 1 niet gezien. <laughs> maar dat is zo'n een Adam Sandler film. En die een, heeft zo'n periode gehad dat hij een alleen maar. Uh, die ging op vakantie en dan filmde die en daar zo'n film. Gewoon omdat ze het Waarschijnlijk omdat ze kunnen inbrengen bij een boekhouder of wat dat ook is. Mm -hmm. En dus die doen, en gehoord elke week, week na week, zijn die, worden die zo zatter en zatter terwijl die die podcast. Gewoon omdat, omdat ze dan niet aan kunnen. En dan is er nog een andere, de uh, house. En dat zijn drie gasten die elke keer naar een slechte film. Alleen een geflopte film kijken. Mm. En, uh, en dat was zo zand. En, en ik dacht van ja, als men dan nu eens vertalen naar Vlaanderen, mijn reeks dat iedereen kent. En ik vraag twee aan dat uh, een goed gevoel voor humor hebben En dan, dan komt er bij zoiets uit. Hè. Ja. Gaan, gaan doe niet relevant. Ik probeer een <laughs> tegengewicht uh, te leveren. Bij dan, ons he? was het ook wel begonnen van het, van het Lol ook wel. Zo. Gewoon een mm. goede gesprek met iemand dat u interesseert. <clears throat> hè. Tuurlijk, ja. van, van waar dat het ook komt. Maar die podcasts zijn wel heel leuk. Dat is een thema podcast. <laughs> ja. ja zo uitgenodigd wordt bij zoiets, ik vind het altijd heel plezant om te lullen, omdat je vaak ook heel veel te weten komt over iemand, dat je niet alleen maar over hem babbelt, yeah. maar over wat dat die persoon interesseert. Tuurlijk, he. ja. ja. Dan, ze de, dan ze de heel snel ergens of waar dat je dan ook uitkomt. Ik vind ook ja. altijd fan van zo een, 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 uh, ja, een op papier niet zo ja, serieus thema, om dat heel gewichtig aan te pakken. Ja. 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 Zo, zo. En dan ook, want daar zit al veel humor in. Inderdaad, als je de FC de kampioenen gaat dat extrapoleren en gaan kijken hoe ja, hard dat die ja. wegen op het maatschappelijk debat. Ja, dat is ja, al goud op ja, zich. Absoluut. Natuurlijk. Of als je dan zegt van ja, en hier zien we toch een, een Martin Scorsese-achtig tracking shots hey. door waar toch duidelijke knipogen zijn. Of een. Uh, de, de, Ik kan uh, mij alleen maar inbeelden wat Jacques Tati met deze situatie <laughs> gedaan had. Of ja, dan toch een soort van een Tarkovie, Tarkovskiaanse traagheid die we nu voor, voor ons ontvouwd zien. Oh, dus ja. fantastisch. Uh, ja, is het, wordt het ook ooit eens die tijd dat je misschien wel eens de mother of all evil aan Zwartenbroek zelf uitnodigt? <laughs> hey, ik bedoel, die, die, hey, die schrijft alles. Dus, ja, uh, ja, ja, inderdaad. Uh, ja. Ja, wel, uh, mijn twee uh, collega's hebben hun opgeofferd door zo naar een meet, <laughs> meet and greet te gaan. Uh, ik ben ze ook voorziet van opnames dat ze zo, Cammy, een soort uh, vulsel op achtergrond of zo. En dan hebben die daar inderdaad zitten praten met die acteurs aan zo'n tafeltje. En terwijl die natuurlijk niet beseffen dat wij een podcast maken over hun, 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 hun ijveren, eigenlijk, over hun macht opus. En ik vind het altijd zo wat wrang, want ze zeggen, ja, je hoort mee. Ik zeg, ja, nee, hè, dat, is, dat is afrondelijk. Hè, ja. ik wil, want we hebben niks tegen die mensen, uiteraard. Hè. Die doen ook... Allee, je zou zot zijn om daar niet op in te gaan, want ja, die, in, in, die hebben een hij 25 jaar hun brood verdiend. Ja, natuurlijk. En, ja, en op zich is dat nobel en plezant. En, en ik respecteer. Ik heb mezelf ook al wat onnozel. Nee, maar Luffy is heel veel en... mensen plezier bezorgd. Geloof het toch niet. Hè. Hoe, hoe hard dat je. Als is je dat. er niet in toe zit, Maar hoeveel mensen dat daar fantastisch maar is. Er is, zijn er echt mensen die. een... Ik heb, met de kampioen, nooit het, ik heb altijd gevoel dat, dat dat niet een absolute haat is. Het is super populair eh. bij jonge Marokkanen in, in Antwerpen. By the way. Ja, mega, dat komt heel vaak terug. Maar er zijn heel veel jongen voor wie dat voor wie dat dat een beetje Vlaanderen is. Ah, ja. Ik heb er zelfs één on ontmoet. Eh, Verontrustend. Ik had, een, ik had er een heel gesprek hey. mee on, op, de, op de tram denk ik. Dat, of hij zaten samen op de trein. Dat is lange geleden al wel. Zo, maar die begon zo. Hij hey, gaat zitten mee? Ik zeg ja. Nee. Weet je waar ik fan van zijn? FC de kampioen. Ik zeg deze moeten <laughs> mij uitleggen, want ik vind dat heel interessant. Maar die was, die was mega fan van DDT. Eh, dus Jacques ah, vermijden. Ja, ja. En die is een e-mailadres uh, e was DDT. Uh, uh. Lansari zo dat. Dus die was echt, die was volledig, compleet mijn, je zei, Af, vind ik de grappigste mens van de wereld, ja, ja. en kinderen die? Die was ook totaal geen kloten in mij geïnteresseerd, want die begon alleen maar over zaak verberen. chance had ik die toen al eens ontmoet, dus had ik hem vooral voor die lieve jongen, van ja, dat is een kei toffe, en zo, oh, dat wist ik, ik wist dat ja. dat een toffe was. Maar die was heel hard into dat. En ik vond dat heel. Ik vond dat wel leuk of zo. Ja, ja, wauw, cool. Tuurlijk. Dat is eigenlijk uw, uw, hè, Want die, die, die kenden ook al die catchphrases <laughs> van. Die gooiden die ook allemaal op mij af. Dat ik dacht: uh, wauw, jij weet er tien keer meer over als mij. Yeah, maar tuurlijk. dat is wel funny, maar dat blijkt bij heel veel, heel veel jo jonge gasten wel <laughs> iets te zien, dat die toch zo wat cult cool vinden, of die vinden dat toch? Yeah, cool die is vinden dat het het iets zeker. half cool om voor een ja, of andere ja. reden. Je kunt ze van veel verwijten, maar ze hebben altijd wel hun lijn aangehouden. Hey, ze hebben, ja. hey, ze ja, het, is is het is geen sell-out of zo. Het nee, was wat het was. De kwaliteit was van in het begin al. Zo. <laughs> yeah. They set the bar low and they never yeah. went above it. Nee, so ik dat zeg dat is, goed. Moesten ze mij vragen voor, uh, voor zoiets te doen 25 jaar lang. Ik zou het ook doen. Hè? Want dat lijkt me geweldig plezant. Oh, ik zou dat wel eens cool vinden als jij. Misschien toch een oproep aan, aan Zwarte. Dat, dat jij voor je uh, een vijf... aflevering schrijven. schrijven. Oh. Dat, dat je gewoon. <laughs> Dat je gewoon naar land het naar land zo. Dat hij er ook zo zit rond die een toog zo. Ja, volledig. Volledig doorzopen. En dan zo'n zo soort Shakespeareans een-kamershot. Uh, ja, ja, ja. dat, 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 toch, dat dat toch blijkt. dat een van die figuren. toch zo van die een hele goeie kopen porno. in een garage mokt. Of zo. Dat dat er toch uitkomt. Zo, ja. dat, dat je denkt: oh man. Nee, hey, ja, sorry, ja. maar de Pico Special. Ah, Als jij die niet schrijft, wie dan wel? <laughs> oh, ja, want dat is, dat is zelfs... Uh, ja, want jij zo zo'n beetje een onheilig kind tussen, tussen Dimitri Verhulst en, en, en Herman Brusselmans. Oei, oei. even worse, of zo... So. Waar je ja, echt van denkt waar jij naartoe gaat, mm -hmm. daar denken die mannen waarschijnlijk zelfs nog van A, oh, deze is echt heel marginaal, <laughs> en bij zo walgelijk zijn ik eigenlijk zelfs nog nooit geweest. En is dus dat uiteindelijk was... niet de beste reclame die je kunt hebben voor je Dat is boek. toch het beste dat je wilt. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk maar één boekje, want je zegt, je, je stel mij wel voor als, als schrijver, en die Wikipedia-pagina is ook niet door mij gemaakt, vooral duidelijkheid, nu... Mm -hmm. Ze hebben mij gevraagd van ja, wat, wat wilde erop? Ik heb natuurlijk wel wat gezegd wat ik allemaal doe. Maar uh, ik zou mezelf nooit uh, voorstellen als een schrijver. Hè, want het is niet omdat je een boekje vol Dat je een schrijver zou. Ja, ze wel een schrijver. Ik kon dat even ontkennen nee, dat en is... gewoon even <laughs> duidelijk zeggen. Maar jij heet, um, wat trouwens, <clears throat> um, denk ik. Is het Joost van de Kastelen van achter op het boekje? Dat zegt hand, van, Je ja. kunt ervan vinden dat je. Hè, zo, hij heeft hè, ja, een hele opeenhoping van tristessen en weet ik maar, mm -hmm. maar. Godverdomme, wat kan die gast goed schrijven? <laughs> en dat, dat is echt de... wel een Moe. feit, want je, je uw omschrijvingen zijn, zijn waanzin hè, in, in Naarland. <laughs> Um, Merci, dat is, uh, Ja, ik, hele... ik, ik moet, ik moet, er waren al een paar dingen dat ik direct aan u wou vragen. Dat is één, mm -hmm. jij bent heel hard met geuren bezig, hè? Nee? Met geuren? Geur. Ik, ik heb het gevoel dat, ja, maar dat's, dat's, uh... dat je echt iemand zijn lijfgeur omschrijft... <laughs> Elke keer dat ik dat lees, denk ik, oh, ik weet hoe dat daar ruikt. Oh, ja, maar als je, als, je, als je komt van waar dat ik kom, het triste, de desolate maanlandschap tussen Aas Nino van Denderlee, mm -hmm. dan is geur, dan valt dat niet te vermijden, Zo'n Dat is penetrante. Uh, lijk aan extrondgeur dat je zo altijd moet uh, Ik wil wel even zeggen, we leven in een jaar dat uh, staycation heel actueel is, dat, ah, ja, 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 Belgi is dat, dat België ontdekt moet worden. Alom daarheen. Nee, ja, 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 is, dat een, is dat een tip dat je toch Vlaanderen vakantieland gewijs kunt ah, geven? Als je de afrit afliggen doorrijdt en dan ga je aan het rondpunt en rijden nog door dan kom je aan wat wij het stinkot noemen en dat is, dat is rendak. En dat is, uh, waar dat ze alle dode beesten van Vlaanderen verwerken tot, ja, weet ik veel, tot lijm en wat is het allemaal zeker. En dat stinkt er uit verdoe het, als dat het zo zomer is en wat is het schijnt Daarbinnen binnen ruikt dan dat niks, maar gans de streek is soms wel eens uh, ja, ik, ik, ik kan me voorstellen als je voor het eerst komt dat je denkt van wat is dat hier? Ik weet niet of dat ik het nog helemaal ja, soms ruik ik het wel nog dat het echt wel pertinent <laughs> uh, die, niet te negeren valt. <laughs> nu ik wil vooral duidelijk als alle duidelijkheid wil zeggen ik 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 vind de streek van waar ik ben, vind ik de max. Hè? Want veel mensen zeggen Aalst ah, of Nino of, 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 uh, of uh, Denderleven en zo, ja, als marginaal. Dat is ook wel tot op zekere hoogte <laughs> zo. Maar dat is wel een zalige streek om vandaar te zijn. Want ik herinner me dat Guido van Meijer, dat vroeger uh, het woord te veel voor Corneel schreef in, in de Humo, mm. die in, uh, ooit ging het over dat er in Tremolo, dat ze daar een, een standbeeld van een messentrekker uh, gezet had, omdat dat blijkbaar hun een bijnaam was. En hij had daarin geschreven van uh, terwijl er toch. Veel geschiktere plaatsen zijn. En dan zijn ze Liedenkerken, bijvoorbeeld. Wat dat een gat is dat niemand kent, uiteindelijk. Hè? <laughs> Het beste dat wij voortgebracht hebben is Etienne Schoep, Rita Dene van Anne de hier. dus hier. Ja. En Gino van de Belspelletjes van vroeger. <laughs> dus een hele, een hele Mount Rushmore van. <lacht> uh, <lacht> 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 een Mount Rushmore van middelmatigheid. Maar <laughs> <laughs> ah, wel, maar dus uh, wat ging ik nu zeggen? Ja, um, die, die streek op zich is, is, is wel. Ik vind dat de max en, en, en Guido van mij dat gezegd, eh, Liedekerke is er veel geschik, geschikter voor. En inderdaad, er is een periode geweest dat er uh, serieuze steekpartijen en zo waren. En, en dat elke, hij, hij beschreef het als stevastbloedige bloedige kermissen of zoiets. Uh, <laughs> en uh, bij ons hebben we ook een, een, we hebben twee bijnamen in Liedekerke voor Liedekerkenaar. Dat is stad Berrevoes, dus de, de blootsvoeten zo gezegd. Mm -hmm. Dus armoede. Mm -hmm. En het andere is uh, de, een soort leuze, en dat is moeder, mijn mes, mijn pre en mijn neesdoek. Waarmee ze willen zeggen: uh, uh, mijn geld om op te zuipen, mijn, mijn, mijn mes om te vechten, en mm -hmm. mijn neesdoek, of, mijn zakdoek om het bloed op te kruisen, zo ja. Dus dat is zo'n beetje van waar ik nu, dat is veel verbeterd de laatste tijd, maar dat zit wel nog zo wat in de mensen in, heb ik het gevoel. Ja. Dus, uh, maar ik vind dat wel itemmen. En als ik hier dan zo zo'n stad. Uh, Binnenkomt, want dat's, dat's, je bent nooit verder weg dan 400 meter van een veld hè, bij ons. Dus ik vind, dat wel, ik vind dat wel tof. En als ik nu dan een stad binnenkom, ik werk nu al een tijd van thuis uit door die lockdown en zo. Mm -hmm. En daar zie je dan, ik zag direct iemand met een roze broek, een gast, een gast met een roze broek. En ik dacht, van ja, dat moet je bij ons natuurlijk niet proberen. Wat, wat, wat is dat dus dan, is dan het, toch? Wat je moet wel content zijn als ze er een broek aan hebben. <laughs> <overal. lacht> maar uh, zo'n roze broek, dat zie ik toch liever af. Zou er een maatschappelijke correctie zijn dan, denk je? Z uh, zou daar geen geweld uitmonden? Uh, Op café toch wel denk ik. Wordt yeah. dat niet? Wordt dat niet? Word dat niet echt toch moeilijk is om de avond door te komen uh, <laughs> als je zo een of andere kroeg binnenstapt in een roze broek. God, hangt er vanaf welke kroeg. Hè? Ik zeg het, op zich valt dat goed mee, hè, want ik, ik voel me daar nooit onveilig. Maar ik pijs toch altijd als mijn lief gaat wandelen, dan, is dan zo een, een tengermeisje van, van 25 en ze ziet er verrassend goed uit voor wat dat je bij mij zou verwachten. Uh, dan pijs ik toch van, ja, pak misschien een vriendin mee of gaat daar niet of gaat daar is ziet dat er altijd wat volk is of zo. Ik ben er toch niet helemaal gerust op. Nee. Maar om nu te zeggen dat dat daar gevaarlijk is, absoluut niet. Hè. Maar was dat een inspiratie, want misschien moet toch eens even ah, wel, ja, uitleggen dus, eigenlijk naar land. Ja. Een, een verzameling columns dat je geschreven hebt. Ja. Fantastisch. <laughs> zwartgallig tot de mid. Wat is de periode? Hoe lang heb je erover gedaan? Dat... Uh, ik heb daarover gedaan van 2017 tot, ik denk... 30 december 2018. Toen ben ik er zelf mee gestopt. Want ik had in de tijd. Had ik het, uh, want je hebt ze zelf allemaal nog eens achter je gelezen. <laughs> <laughs> dat Ik hou hem. Ik ben dan twee weken niet uit mijn bed geweest. Jezus Christus. Hey, ik, uh, ik had, in de tijd had ik ze gepitst. Ik had voordien al wel een columns geschreven. Uh, dat geleerd waren aan mijn andere podcast, Anti-Radio. Mm -hmm. Wat daar interviews met muzikanten zijn. En. Uh, dat, dat kwam toen zogezegd op de podcast, al was dat natuurlijk al tien jaar bezig. Maar zat het mm -hmm. dan door dat de podcast iets was? Uh, en uh, dus dat was daaraan geleerd. Maar nu wat ik iets. iets uh, dat was al zo wat fictie. Ik stelde dan zo mijn, mijn praatgasten zo wat voor met het imago dat zaten Mm -hmm. Dus gelijk zo, uh, als ik dan uh, Pieter Paul van, van Raketkanon uh, beschreef, dan ging dat zo over die dreiging, dat zo waarom die groep hangen, dat wilde. Mm -hmm. Als je die live ziet, als vrijdag, gaat er vrij stevig mm -hmm. aan toe. Um, maar dit was, de, hier was ook iets. Uh, ik was zo wat beu, dat alle, de column ligt mij na, na aan het hart als format. Eh, een Carmigelt of een Boomans, of, of noem maar op. Ik, of een Hugo Kams. Ik, ik vind dat een heel mooie vorm van, uh, van schrijven. Het is vrij kort. En je kunt er maatschappelijke dingen mee, of je kunt alle kanten uit. En ik zei van, ziet, het, uh, ik, ik vind dat er wat te vro dat het allemaal zo wat te vrolijk is, en wat te, te, te lichtvoetig, en, en, en te onnozel eigenlijk. Of alleen dat ik van, ja oké, okay, dat is wel leuk en charmant, en ik begrijp dat je dat brengt, hè, voor de het tegengewicht voor de Trumps en de, de van en, en andere onnozelaars uh, in uw gazet, begrijp dat je dan wat luchtigheid brengt, dat, ook, dat begrijp ik volledig. Maar anderzijds vind ik het ook wel mijn plicht, omdat ze wel aan de kaarten... Zo de, de dingen dat ook gebeuren. En ik, ik zei tegen mijn van, ziet wat ik wil doen, is eigenlijk schrijven gelijk hoe dan een oorlogsfotograaf foto's trekt. Mm -hmm. je, wilt, je, 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 je trekt foto's van hetgeen dat je veranderd wil zien. Als je naar Rwanda ging, of Srebrenica, of waar dan ook, ja, dan werd er ook niet zoveel gelachen. Er zal wel wat gelachen worden, maar mm -hmm. eerder ten koste van iemand anders dan. En uh, ik dacht van... Uh, dat wil ik dus doen. En dingen beschrijven dat... Eender waar in een straal van 20 kilometer rond, rond waar je je ook bevindt in Vlaanderen gebeuren, gebeurt mm -hmm. er wel iets dat daarin staat. Het is wachtelijk een film van de gebroeders Dardenne dat je van, ja, dat is wel heel marginaal maar anderzijds ken ik toch ook wel een, in dat kersje of in die straat ofzo dat de hoek wel een lusje is. Want ziet er wel wat heel, heel pedofielachtig uit <laughs> Dat soort, dat soort dingen. Ja, ik weet het niet zeker, maar ik ben toch redelijk zeker. En, uh, dus dat soort dingen. En, uh, Trouwens, ik... de, de beste omschrijving voor de gebroeders Dardenne dat ik ooit gelezen heb, was in The Empire. Ah, ja, nee. Waarin, waarin het, was geschreven The brothers Dardenne, who live in the world's biggest shithole and want to share it with the rest of us. <laughs> ah, maar, ja, voilà. Dat had ik wel de scholen Maar sorry. Nee, meer nee, meer. nee, nee, nee. Uh, laten we vooral gaan. Het uh, is <laughs> uw podcast, hè, uiteindelijk. <laughs> Maar dus ik, ik, ik ben dan inderdaad. Ik had, ik had wel ooit al eens iets geschreven waarvan ik dacht. Ja, dat is wel iets. Dit is wel een coole sfeer dat, dat ik aan het uitgaan ben. En dan uh, week na week heb ik dat geprobeerd. Hè, en op een duurpijs doe ik wel van ja, wat moet ik nu weer over schrijven? Maar dan ging ik een keer naar de McDonald's in Nino, en dan kijk ik er wel rond. En dan zie je er wel wat, wat schoon volk zitten. Ja. <laughs> um, en. Uh, en natuurlijk niet voor het eten, hè ik ging er puur voor de, voor de sfeer ja, Dat, snap ik, dat snap ik Wie doet dat? Ik, la, ik las ook altijd Playboy voor de artikels. Uh... Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> en, uh, en inderdaad, ja, maar ja, na, na zo'n 90 stukjes of zo, dan, dan moet je echt al beginnen krabben. Hè. Maar uh, veel van die dingen, er zit heel veel van mijn eigen in, uh, wat dan misschien enigszins verontrustend is. <laughs> en vooral, mijn, moed, mijn moeder is een heel deftige, nuchtere vrouw. Heel uh, met de voeten op de grond en zo. Want ik had ooit een nummer geschreven met mijn groep. En uh, ik was, ik weet niet of vier ik had dat volledig. De eh, eerste keer had ik volledig zelf een nummer geschreven, had, een rare maatsoort. En, en ik was er echt wel vier op en ik zeg moe moe. Kom ik keer luisteren? En ze komt dan met frisse tegenzin uit de keuken afge, afge, afgestapt. <coughs> en ze zit er neer en ik laat dat door. En uh, het duurt zo'n vier minuten hè, in stilte. En ik kijk zo hoopvol in haar richting en ik zeg, hey, wat bij ze. Kun je gewoon niks ko maken, hè? Ging ik dat ik dacht, oh ik heb nog wat nog gewerkt. <laughs> het was niet goed genoeg. Dus om het te zeggen, nuchterheid uh, boven alles. En zij is dan ook van het idee van: ik weet niet of ze het gelezen heeft, of misschien een paar, maar ze is dan altijd van: zo, zo ed was wel. en altijd pis en kak en tet en wat is het allemaal, moet dat al begonnen? Dat ik heb pijs, hè? Nu. Ik zeg het, uh, dat valt bij ons wel mee. Ik, ik weet niet of dat dan ver boven de norm ligt van mijn streekgenoot. Maar, uh, maar het gaat dus over heel harde dingen: over uh, uh, mishandeling en, en uh, ja, pedofilie en, en uh, armoede. Of juist het tegenovergestelde, die, die degotante rijkdom of, uh -huh. of politiek of dat soort dingen. En uh, op, op een gegeven moment, dus <laughs> bij de morgen zeiden dus ze dan op een gegeven moment van. Uh, ja, we denken eraan om ze af te voeren. Ik dacht van ja, dat begrijp ik. Het heeft nog lang geduurd. Ja. We verwachten deze telefoon elke week. Maar uh, skype of wat je... what, what took you so long? Ja, Did you actually read them this time? <laughs> nee, maar dat was zo na een maand of vijf of zo. Hè, en dan zeiden ze van ja, omdat ze niet genoeg kliks uh, opleveren. Wat ik begreep. <laughs> uh, en dan merkte ik zo'n nou, aantal tijdens dus dat ze wat ver, dieper en dieper op die website ontsteken waren en zo. Maar ik dacht, van, ja, kom, ik kon toch blijven schrijven? Want ja, begon ik eens hier hoe lang dat, dat kan. En ik ging ook altijd verder en verder, want ik dacht, ja, die lezen dat toch niet. Ik kan me niet <laughs> voorstellen dat die dat nog lezen. Dus ik ging verder en verder en harder en harder. En dan. Dus na zes maanden zeiden ze dat. En uiteindelijk heb ik dat dus twee jaar gedaan. Dan moet je rekenen. Ik, ik, om, ik ben er zeker van dat ze opdoen. En we wisten dat ik het nog deed. Maar je zei wel twee jaar betaald geweest. Ja, tuurlijk. Dus dat was echt zo'n een, een administratieve ja, klik, ja, Die een ambtenaar had er 30 jaar niks zitten doen. Ja, dat is eigenlijk tuurlijk. dat ding waar je per ongeluk op geklikt hebt. En waar je na elke week, elke maand 5 euro verdokt. En je ja, ja. denkt, maar waar God dan aan aan het beginnen. ECI boekenclub. Ja, ja, zo. Inschrijven is makkelijk. You never get out. Ja. He, zo, dat soort. Uh, uh, well, en dan na, na twee jaar dacht ik, van ja, kom de grapje nu wel lang genoeg geduurd, ik kon, uh, kon ermee stoppen. Want rond de, ik, ik was wel aan het zien, ik zat zo rond de 90 en ik dacht van ja, het is misschien ook stilaan een beetje een op ophand geraken. En ik rekende dat zo wat uit. En 100 kwam dan zo juist uit in de laatste week van dat jaar. En ik dacht, dat is misschien een schoon, een schoon punt om, om mee te stoppen. Mm -hmm. En zo is dat dan gekomen. En dan dacht ik ze dus onlangs afgelopen zomer dacht ik zijn eigen beheer uit te brengen, omdat ik ook wel wist van ja, de, de markt is beperkt voor zoiets. En uh, nee, maar het is zo, ja, dat, dat geeft een niet cadeau aan die schoonmoeder of zo, en zo. Dus ik dacht, ik ga zijn eigen beheer uitbrengen. En ik had een, een layouter van bij ons op het werk, Lennart uh, van den Bossen, dat ook het artwork voor mijn, mijn plaat gemaakt heeft. Schitterende layouter en een nog schitterendere mens. Uh, die heeft dat dus gemaakt uh, voor een habekrats, waarvoor ik hem nog altijd dankbaar ben. En uh, ik dacht, ja, kom, ik kon toch nog een keer mailen naar de mensen bij uitgeverijen dat ik dat ik ken. Want ik had in het verleden al eens een boek uh, volgeluld over Mark Wilmots. Zonder dat Mark Wilmot van iets wist, in opdracht van de bezige bij. Dat was in de aanloop van 2K 2014. Mm -hmm. En alles wat dan met de rechten van de Rode Duivels te maken had, zat bij uitgeverij Vrijdag, denk ik, ben niet zeker. En toen, uh, ze dat zo omzeilend, dus ze zeggen: ja, maar maak er zo wel naar Hollands model. Zo een beetje een boek over u, van maar eigenlijk over hem. Uh, hoe dat gaat, die zag met dat WK in 2002. In, met met uh, Piet Prendergast. En wij dat allemaal die afgekeurde kobbal En, en wat is dat allemaal. Dus ik heb dan zo een, bol, een boek volgeluld. En. Uh, een uh, eerste druk is 1500 exemplaren. En op een gegeven moment krijg ik de melding van ja, we, het is goed nieuws, we hebben een tweede druk. en uh, Want maar ik wil met trouwens een proces aan doen, omdat ja, er wordt een boek over geschreven zonder dat je die mensen gesproken hebt. Ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik had natuurlijk Robert bij en al die mensen willen interviewen en zo. Maar als ze zeggen, ja, we hebben een tweede druk, ik zeg vrije, de max. Uh, en dan laten ze er nog 1500 drukken. Uiteindelijk zijn er in totaal 1630 verkocht. Dus er hebben op een gegeven moment 1400 boeken er ergens gelegen. Dus ik dacht, we gaan oppassen met al te, veel, uh, al te veel exemplaren te laten maken. Dus ik mail naar de mensen die ik nog ken van bij het omdat je nooit weet. En uh, Sam de Graven, voormalig creatief directeur van Woestijn, we zijn voormalig hoofdredacteur van, uh, van hmm. Humo, die zegt van ja, kom, we spreken een keer af. Hij had een paar stukjes gelezen en zo we spreken een keer af in Gent. En we doen dat heel fijne mensen, geweldige mensen eigenlijk. En die zeggen eigenlijk binnen twee minuten zeggen van ik wil een roman van u uitgeven. Ik zeg de Max, maar ik heb hem niet te in de liggen, ik moet voorlopig met, met dit doen. En hij zegt, ja, ja, maar ja, columns, dat verkoop ik in een meter als vergif en een uitgever. Ik zeg, ja, dat, dat had ik nu wel al gepijsd. Wat <laughs> zijn eigenlijk kortverhalen, zeg ik, want het is fictie. Het is niet over de Notre-Dame is afgebrand en een jaar later is dat gedateerd. Um, uh, hij zegt, ja, maar kortverhalen, dat is ook vergif, daar ben ik eigenlijk ook niet veel mee. Maar hij had dat dan gelezen en, en ik had gezegd, ja, ja geen probleem, ze, want gewoon zijn eigen beheer uit, uitgeven. Dan heb ik, ook niet, heb ik ook geen last met al die shit dat geilen wil en waar is het allemaal. En uh, ik had al een, een offerte en hij zegt van, ja stuur me die offerte is door. Uh, en uh, ik moest, uh, ik had, mijn plan was om voor 1000 euro 200 exemplaren te laten drukken. En dan zie ik wel een vrienden een sympathisant, en sympathisanten en weet ik veel uh, blinden en gehandicapten dat ik dat dan zou aansmeren <laughs> <of> zo. uh, <laughs> uh, met dat Of uh, gemaakt voor had. de blinden wel. Dat is, het, uh, <laughs> dat is perfect. Uh, vooral, was... het, vooral het angstaanjagende gebrek aan braaien is ook wel <laughs> heel cool. Zo, dus de marteling ook daar is eigenlijk ja, ja. past wel perfect bij Naarland. Misschien net een titel dat ze zo kunnen voelen wat ze missen. Ja. Zo. Maar alleszins, ik stuur die offerte door en dan zegt hij: maar ja voor dat geld kunnen wij dat op duizend exemplaren laten drukken en dan heb je de promo en de distributie van BNL van Borger en Lambrecht. Je hebt ook een audioboek voor doven gemokt ja. een... in mijn dialect, onverstaanbaar. Ook daar zet de kwelling zich voor. Um, Nee, ja, en dan, zo is dat dan gekomen, en, uh, en ik heb nu onlangs gehoord dat er. Dat er, ja, dat de, de duizend, er zijn geen duizend exemplaren verkocht. Dus wie dat hem wil, je gaat hem nog altijd vinden. Uh, <laughs> maar het is, ik zeg het, het is niet voor iedereen. En ik vind uh, uw sales pitch wel onwaarschijnlijk. <laughs> ja, maar ja, ik zeg het. <laughs> maar het is wel zo, hey, je vertelt het heel smakelijk. Maar het, het, ja, je hebt er eigenlijk alles aan gedaan om u om ni niet binnen te pakken in uw wereld. Maar het is wel zo, eens dat, bij mij is het bijvoorbeeld altijd op de wc gelegen perfecte plaat ja ja en perfecte elke plaat. keer als er ja gegaan werd dan las ik er ene ja, ja. en het is eens dat je in een wereld het is honderd keer geweest voordat voordat deze gebeurd het het is een... dus, maar dat weten we dan ook ja. ineens allemaal ja, ja. nee maar het, eens zag je in een wereld zit is eigenlijk wel verslavend ja ja want ja. je hebt nu je ziet je wel dingen toe maar het is wel echt allez, het is eigenlijk straf dat we dat films als ja, van Trainspotting tot de helaas zet er hmm. dingen ja dat is een mega markt voor Mm -hmm. ja, dit ja. is minstens van dit niveau hè ja maar er worden me gelezen hè mm -hmm. ik, ik, ik herinner me toen ik op school zat uh, in het middelbaar en dat was, was latijntaal dus je zo, uh, dat is dan dat is niet Allee, dat is een, een, een ding waarvan je pijst. die als er lezen zitten ze daar zo gezegd hè talen en latijn en west maar. en dan als er gevraagd wordt van ja wie leest er hier uh, boeken dan ja nul van de klas of zo wie leest er literatuur ja dat was dan al direct wat minder uh, niet dat ik de pretentie heb om dat literatuur te noemen, zei. echt verre van. Want als ik dan echte boeken lees, dan, dan pijs ik ook van. Uh, dat is toch nog een stapje over. Maar uh, er wordt heel weinig gelezen. En, en daarom dat ik nu ook zo wat probeer om, om uh, zo wat, men, andere dingen zo te doen, gelijk, zo wat tv-dingen en, en, en dat soort uh, dingen. Want ik ben ooit wel eens gevraagd geweest. Uh, door. Uh, dat was toen ik die een boek geschreven had van Mark Wilmots. En ik, uh, ik had toen dus just die anti -radio columns. En op een gegeven moment krijg ik telefoon van uh, Bart Matthijs, dat ook nog meegewerkt heeft aan In de Gloria en Thailand en West-Holland. Een van zo de, de inner circle van, van Jan Heelen. Dus van een gast dat opgegroeid. Ik ben van 87, dus ik ben zo echt opgegroeid in het, in het midden van. van uh, wat is het allemaal in de Gloria, Thailand, uh, mm -hmm. noem maar op. En die in bel me en uh, ik was ontwerper toen. En. Uh, Krijgt, en hij zegt van, ja, spreek met Frederik de Bakker. Ik zeg, ja, jawel, ja. Ja, ja um, dat is de Frederik de Bakker van uh, die een boek over Mark Wilmots, hè. Ja, ja, ja. En van die columns in de morgen. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik... Uh, ik uh, wij zijn bezig... Ik, laat mij even voorstellen. Hè, stel hem voor, ik ben bezig voor Bonka Circus. We zijn bezig een programma aan het maken. Een soort sportmagazine, zo uh, En we zijn nog op zoek naar wat, naar wat mensen ik zeg ja uh, ja wie je hier nodig ja, ik dacht het zal een journalist zijn dat ze hier uh, moet nemen uh, ja uh, we zaten nog wat op zoek naar uh, wat was dat en zei het was sotsen en uh, uh, zei van ja ze om iemand een beetje zo jong, wat jong waren rebels, waar ook een rol ik zeg ja 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 uh, uh, ik had niet door dat mij bedoelde hè en uh, <laughs> dan je, ja uh, en wat had je nu gedacht en ik zeg van <laughs> hoe zijn ze bij mij uitgekomen ja uh, uh, ja um, ik vraag van, is dat voor, voor achter de schermen, of is dat voor de lens echt? En hij zegt, ja, het zou toch voor de, voor, voor de lens zijn. En ik zeg, ja, maar weet je hoe dat ik eruit zie? En, 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 en mijn accent en zo. Ik zeg, tenzij dat je op zoek zijn naar de nieuwe Sergio, ga je met mij niet, niet, veel, niet veel kunnen navangen. Hè? En die man dacht al van... Oh, Sergio, die een boek gelezen heeft. <laughs> maar ja, ik ben totaal niet geschikt met die dingen. Zo, okay? en, uh, en hij zegt, uh, van, was wel wat verbaasd. Ja, we zouden toch graag iets uh, zo uit, uh, luchtig sketchen doen en zo. En zouden we daarvoor eens mogen afkomen. Ik zeg, ja, goed. En dan hebben we inderdaad de volgende dag zijn die speciaal van Leuven afgekomen, uh, tot bij mij thuis. En dan zijn we zo op een sketch uh, uitgekomen, waarbij dat ik zo uh, een T3 speelde, zo'n een, een assistent-assistent-trainer van een voetbalploeg <laughs> of van een wielerploeg. En dan moest ik met mijn, met mijn, met mijn dommig accent en met mijn, mijn, ja, mijn, mijn, mijn uitstraling, moest ik dan zo wat... Precies, de de, like, de eerste ging over Anthony van den Borre, dat een rode kaart gepakt had. En dan moest ik zo gezegd, als assistent-trainer van Anderlecht, hey man, Anthony, dat is hij, die heeft het enthousiast, wonen veel enthousiast kun je dan niet kwalijk pakken hè? dus eigenlijk zo wat verdedigen, maar juist daardoor de, de, de domme gaat accentueren <laughs> dus dat soort dingen heb ik dan ook wel gemaakt en op een gegeven moment moest ik dan op het, het gala van de profvoetballer van het jaar, moest ik de drie genomineren in een filmpje voorstellen. dus dat is zo wat gescaleerd <laughs> uh, en, uh, maar dus dat soort ozen roken naar succes ja, dus ik heb gezegd, van, ja, dat, dat hebben we direct getorpedeerd oh, oh, oh. <laughs> ook hier moet ik een tegengewicht voor, uh, voor <laughs> dus, dus dus ik probeer ook wel zo wat tv-dingen eh, te doen. Uh, want eigenlijk ben ik best een vrolijke mens, hè, maar er zit zo wat een vol in van, van, van ellende. Mm -hmm. Want ik heb me laten vertellen dat jij ook. Uh, ik, ik ken hun achtergrond niet geweldig goed, maar dat jij mm -hmm. uw vader vrij vroeg verloren bent. Mijn is vader niet... is later wel, zo, want jij hebt de Mecht heel jong verloren. Ja, ik was, jij was, ik word, was tien. Jij wordt tien. Ja. Hè? Dus we kunnen we het misschien even, even over hebben, maar dat is. Oh, nee, daar wil ik niet over praten. Jo, in, nee, dat is geval, niet waar, uh, in dat geval uh, <laughs> dan, dan ga ik maar wat praten over mijn dode vader. Oh. <laughs> Let's do the dead dad podcast. Kom, dat zo wat gebleit in mekaar's armen. Ja, natuurlijk. Nee, nee, die is gestorven toen ik dertig was. Dus dat was wel later. Oh, maar had was... wel al een band mee opgebouwd. Is. Ja, absoluut. Ja, oh, zeker. Ja, ja. Um, dat was ook iemand dat wel heel belangrijk was Tuurlijk. in mijn leven. Ja, ja. Nee, ik, ik lijk ook heel hard op mijn vader. Hoe ja, hard ja. Dat ik dat in het begin haatte en vond dat ja, dat, dat niet ja, was. Ja. Ja. merkte wel dat je uiteindelijk daarbij uitkomt. Maar ja, dus ik, 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 ik ben dat dus wel ook een van de eerste mensen die. Eh, uiteraard veel later dan bij u. Mm -hmm. maar wel een van de, ja, de eerste. die iemand super dicht bij mij. dat ik heb ja, verloren. Ja, heb. ja, ja. Je wel, En die was nu ook al wel een tijd ziek en zo. Dus het oh. was ook wel. als die doodging, was dat ook een klein beetje een opluchting. Ja, ja, ja. Zo, ook wel zo van: ja, weet je, je wilt niet zo. Dat zou nog een megacolumn van u geweest zijn, maar zo'n eens trotse man die zo'n pamper ligt vol te kakken, ja, ja, ja. daar worden niet echt uh, nee, 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 vrolijk nee, nee, nee. van. Dus Absoluut. en het jammeren is wel, dat heb ik altijd wel gehad mee, is, uh, is dat, dat hij nooit heeft gezien wat ik allemaal heb bereikt. Ja, ja, ja. Want dat is allemaal gebeurd. Ja, Ik ja, ja. was aan het standuppen voor mijn 30, maar toen was dat nog in cafés en, en niet een, eh, in een in een die super. Ja. Niet dat soort dingen, dus dat deed je nooit niet mee, meegemaakt. Dus heel, die, heel dat succes en alles dat daarvan gekomen is. Die ja. heeft heel zijn leven lang zijn eigen lichaam afvragen. Wat gaat daar van terechtkomen? Tuurlijk, want ja. die mocht geen enkel studie af. Die, <laughs> eh, die, zo alles was, was, was ja. altijd. De, wat, wat, wat komt er terecht van, van de Naleks? Ja, ja. en, en dat is eigenlijk. Uh, dat heeft hij nooit gezien. Dus dat is wel zoiets. Mm -hmm. Dat ik soms nog wel heb. Als ik zo'n heel. Zot moment in mijn leven heb dat ik denk: ah, jam, ja, ja, jammer ja. dat hem dat niet heeft meegemaakt. Absoluut. Maar hoe is dat? Want bij u zit eigenlijk nog, jij hebt hem echt voor uw ogen zien, zien ja, doodgaan. Ja, dat was Boe. een hoogdag. Um, <laughs> een van mijn betere momenten. Heerlijk was het. Oh, ik herinner het nog <laughs> goed. Ja, dat en ontmaagd worden, dat waren ze wat de hoogtepunten. Uh, nee. maar, maar allebei <laughs> gebeurd terwijl ik aan het masturberen was in de, in de douche. <laughs> Um, maar, ja. uh, en vooral als je hem dan ja. ziet sterven, terwijl hij gaat masturberen, in Indus. Ja, dat is het beste, zo los in zijn ogen kijken. Zo. <laughs> ja, wat wachten dan tot de directie weg is, of ja, Allee, wat doe Ja, doen dat dan? is, dat is, hè, dat, zo, 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 zo ga ik naar nou bellen, of kon ik naar nou nog eventjes? is <laughs> dus bijna. Nee, ik zo. denk dat wij samen een boek moeten schrijven, it's gonna be even worse. Oh, maar vertel, hoe ja, dat, ja, ja, want... Uh, inderdaad, dus... Alle het, gekheid uh, op een stokje, uh, ja, ja, ja. maar hoe zit het nou met je dode vader? Uh, ja, vanaf voilà, met masturberen, even dood door je vader. <lacht> uh, <lacht> uh, nee, dat was natuurlijk een heel pijnlijk uh, gegeven. Hmm. Want uh, ook die, die dag zijn we voor het eerst gaan, samen gaan basket Ik, ik deed basket, ik ben nog geen meter taak tegen. Dus de, de slaagkansen waren... Echt letterlijk pijn. in de, de column. Dat is eigenlijk bijna knal-autobiografisch, er, er staan een paar dingen ja. die heel autobiografisch zijn... Ja. Uh, waaronder dus inderdaad ja, het, het thema van, van ja, een vader of een ouder dat sterft, komt er natuurlijk wel in, in aan bod. Mm -hmm. um, maar uh, ja, dus we waren gaan basketten die een dag verteers, wat dat, uh, een, een leuk precedent leek te zullen gaan worden. Um, maar uh, en dan, uh, en het, het, het. het, het het enorm ironische is, dat was in 1997. Dus dat was we gingen toen, we waren aan Basket, maar we moesten niet of nog een garage met motto. En uh, op de radiospeel dan, Er is Leven na de Dood. En ik dat natuurlijk, dat was een hit toen. Dus ik was al luidkeels aan het meezingen. En later die avond gebeurt dat dan. Dus dat was een van de vele leuke grappen die mijn leven uh, vormen. <laughs> uh, en, uh, maar dus s'avonds inderdaad, uh, we zaten in de zetel naar een, uh, een documentaire te zien. op was Dat nog niet geweldig lang bestond toen. En uh, mijn moe was naar de winkel. Uh, dat was de eerste dag van de herfstvakantie. Dat was 25 oktober. Uh, en dat, dat, dat bleek een geweldige vakantie uh, te horen. Uh, oh, ik spijt toen ik weer naar school moest. Dat heeft toch. <laughs> Mocht blijven kon, duren. Ik kon het maar maanden geduren? Was het maar de grote vakantie <laughs> geweest? Dat had ik nog langer genoten. Oh, verschrikkelijk. <laughs> um, maar dus inderdaad, mijn moe was naar de winkel, nam de lijst en. Uh, ik en mijn paas zaten in de zetel, dus letterlijk op de afstand dat jij en ik van elkaar zijn en uh, op, op een gegeven moment merk ik in mijn ooghoek dat een uh, ja, iets van bewegingen maakte van, er is precies iets niet oké okay. mijn vader was een, 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 een geestige mens en, en zo een, een, een plager of zo herinner ik me toch, dus ik dacht ja die is met mijn voet aan het spelen uh, dus ik zeg van al je het is niet geestig uh, als, als tienjarige hè, van, van oh, hey, het is niet grappig en, uh, maar ja die, die bleef maar doorgaan en uh, ik, uh, ik, ik bleef ook zeggen van ja al stopt stopt en uh, op een gegeven moment ja kijk ik dan toch echt om en zie ik inderdaad dat die en dat, dat niet oké okay is dat die een mens uh, ja Bijna stuiptrekkingen, eigenlijk. Die je voelt, dat er is iets aan het gebeuren in mijn lichaam dat ik niet kan, kan tegenaan, of ik wil, uh, ja, ik moet mijn kleine waarschuwen, of op zijn minst uh, duidelijk maken, zonder u af, die moet je niet zien, neem ik aan. Mm -hmm. um, en, uh, dus, ik weet niet hoe, het is heel moeilijk om in te schatten hoe lang het allemaal geduurd heeft. Want in mijn, in mijn hoofd heeft dat misschien een minuut geduurd, of zo, alles samen. Maar, um, ja ik, ik kan niet op een gegeven moment merk ik dat mijn moeder de oprit oprijdt uh, dus ik stuif naar die deur ik had er nog niet aan gedacht om onder te bellen wat dat iets pijnlijk is want op mijn tien wist ik dat al wel als er iets is moet je onder bellen nu je bent in shock en wat is dat allemaal ja. ik kan dat wel rationeel kan ik dat wel kaderen mm -hmm. van, van ja je mocht dat niet verwachten van een kind van tien maar anderzijds was ik slim genoeg om, om, of niet dom genoeg om te weten dan ze een onder moeten bellen mijn moeder komt toe ik sp St storm naar die deur, en ik zeg ja, va, va is dood, va is dood uh, mijn moe was 39 hij toen, wa hij was al gestorven toen of uh, dat was al da gebeurd, ik of denk het niet? ja, hij lag, ja. Al, hij lag al stil, hij lag ja. al vrij uh, misschien lag hij nog even uit te blazen um, um, maar uh, dus mijn moe was 39, mijn va was 42 mm -hmm. en um, ja dus je verwacht dat niet, hè. ik ben zelf ik ben nu 33, ik kan me niet voorstellen dat ik een zes jaar weduwnaar ofzo zou zijn, zet. Gaan ze, gaan ze begin 40? Ze iets, iets ik, ben, ik word 48 deze ah, ja, Dus wel, ja. je moet je voorstellen ja. dat je dan al een paar jaar weduwnaar zit van de, de liefde van je leven. Want mijn ouders ja, waren. Ja. Ze zouden gisteren uh, 39 jaar getrouwd zijn. Uh, die waren al samen van als dat ze jong waren. Pubertijd echt. Mm -hmm. En uh, dus ja, plots uh, komt je klein tegen u zeggen: van ja, je zo, va zo. Dus zij ging naar de, naar de zetel en, en ik bleef in die hal staan. Want er ik, ik, was van alles door mijn kop ontgaan. En uh, ja, zij, 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 zij probeerde hem wakker te maken. Hij zegt van, ja, hij zal slapen, hij zal slapen. Ik zeg, nee, nee, die, dat, is niet, dat is niet... Zijn ogen waren open. En hij begon ook zowel wat vaal, grijs... Wacht gelijk dat figuurje daar, begon er zo wat uit te zien. Ja. Um, dat gaat snel, hè. Ja, want ik herinner me dat ik ja. vanaf op een gegeven moment voor, voor hem stond. En hij lag al neer, onderuit gezakt in die zetel. En zijn ogen waren open. En, en, en het is heel zot, het moment dat je... U, uw vader van uw groot voorbeeld. Zeker als kind van. Want ik had een goede vader ook. Ik had mm -hmm. de kans dat ik een goede vader had. Dat je uw vader van uw groot voorbeeld. Van iemand dat op dat moment in uw leven onaantastbaar is. Want je denkt er. Je staat er nog niet bij stil. Dat uw ouders ook mensen zijn. Mm -hmm. en, en zeker als jongen. En ik trok er dan zo goed op. En, en wat is het allemaal juist een fijne dag had. Je staat er niet bij stil. Dat uw vader van uw groot voorbeeld. aan het veranderen is in een voorwerp. Ja. En dat is heel. Dat wens ik niet te veel mensen toe. Mm -hmm. uh, en, um, maar ik kan, er, welle, ik kan er op zich perfect over, over praten en dat is allemaal verwerkt en ik heb de kans dat ik een, een geweldige moeder heb dus dat, mm -hmm. dat, en doordat dat gebeurde, is dus heb ik ook een geweldige band opgebouwd met mijn moeder dus ik zou het eigenlijk niet anders willen mijn, mijn, mijn jeugd um, maar dat was wel een, een hard moment en dan inderdaad, ja, dan wordt er een gebeld en dan zijn, op een gegeven moment zeffen die aan uit je zetel en op de grond zijn ze die aan het uh, op die borst aan het inbeuken terwijl ik erop staat te zien eigenlijk je kunt niks doen, okay? daarom dat ik zo'n controlefreak geworden ben. Uh, dat je, de dingen die je in Dant hebt, ja, die, die, die kunnen dan al gezegd niet, niet misgaan, want je, je gaat alles doen om de dingen die je wilt bereiken, die ga je bereiken. Daar, daar, hoe lang dat ook duurt, daar ga je voor werken. Mm -hmm. En je ziet je dus inderdaad zitten, is echt zitten inbeuken op die, op die borst. Je moeder is aan het jij zelfs zit ook in alle staten. En op een gegeven moment komt inderdaad een van die gasten, hem recht gaat hem aan de keukentafel zitten, ik zit op mijn moeder schoot. En die je zegt van ja, vanaf nu is het, uh, moet je met twee voort. En uh, waarschijnlijk iets als een hart en zo. En, uh, en, en alles is anders. Hè. plots, want ja, niet alleen zei je, een van de, van de mensen die je het liefst van al ziet, zei je kwijt. Maar ook ja, een inkomen, zei je kwijt. Uh, maar ik, ging just, ja, ik ging beginnen puberen. Dus voor mijn moeder moest dat ook al uh, niet gemakkelijk geweest. Zijn. Mijn moeder heeft ook geen, geen universitair diploma of zo. Die, die heeft gans alleen aan een receptie gezeten. Dus ja, kom al een keer rond, ook. Hè. En ja, wat gaat, dat, wat gaat dat met je klein doen, zo'n voorval? Dat je weet nooit, hè? Um, en uh, gelukkig was de lokale priester, uh, was juist om de hoek bij zijn minares. En die zag <laughs> dat er een, een ambulance voor de deur stond, en een mug. Dus die dacht van: de plicht roept. Uh, <laughs> Ik droog hem even af en ik kon even goeie daggoe zeggen tegen de gasten nog. En die kwam, die kwam dan binnen. En, en, en wij zijn absoluut niet katholiek. Ik heb respect voor iedereen, zijn geloof en zo. En gedoe maar, zolang dat je niemand ermee eh, kwaad doet. Maar zelfs zijn wij echt, kon ik zeggen, anti motscheel niet veel. Want dat heeft veel kapot gemaakt. Zoals ook in eh, oe, Naarland. <laughs> uh, nu te koop Er zat er allemaal dat soort dingen in en die kwam dan toe en die, in, uh, ja, die kwam er dan wat onnozel doen en toen dat wegging, vond ik toch nog de, de tijd en daar ben ik toen, toch altijd dankbaar voor gebleven om tegen mij te zeggen, een kind van 10 jaar ja, en nu ben jij de man in huis en zorg goed voor je moeder terwijl, op de, hij lag nog in de zetel hè, moet je rekenen, hij stond, <laughs> hij stond letterlijk op 40 centimeter van het lijk van mijn vader, en dacht, uh, nu zeg jij de de man in huis. En ook sindsdien is dat al het beetje respect dat, dat ik nog had voor, voor dat soort wereldvreemdheid. Ik begrijp het, hè. die mensen zoeken van andere tijd en, en, mm -hmm. en wie weet wat dat die in heeft moeten doorstaan. Um, maar uh, dat, 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 dat vond ik dat ga ik toch nooit vergeten al. Hè. Mm -hmm. En dus ja, dat heeft dus wel een impact gehad, want je wordt ook direct. Ik, ik wil nu niet, er moet hier geen therapiesessie worden, hè, want daar hebben uw luisteraars en kijkers ook niet veel aan. maar je wordt direct veel ouder. Hè. Je, je, je beseft van. Uh, ik herinner me nog dat ik in het eerste middelbare, de grote school... dat ik zo'n 4 op 10 op wiskunde dat. wat toen al ook een precedent was voor de komende zes jaar. Maar, uh, en, dan, en dan zie je anderen. en die, die verschillen dan ook. Want ja, in het lager waren zij. de, de Primus. Nee, want ja, we gingen al Latijnse doen. En uh, dan zeggen ze van. Uh, je ziet die daar dan zo in tranen omdat ze een 4 op 10. En ik dacht van. er zijn echt wel ergere dingen, stel <laughs> ik bedoel. Ik heb een voorbeeld. Vandaag, laten Ik kan, kan wel een tien minuten tijd. Dan kan ik. Even, <laughs> ik kan even zitten. <laughs> ja, dus je, je zit direct op een ander niveau en het, het, het eenzame daaraan is dat je leeftijdsgenoten dan niet zijn. Ik herinner me op de begrafenis van mijn pa wat dat ook een prachtige ervaring was. Uh, ik, <laughs> er werd mij dan gevraagd om een paar liedjes op piano te spelen, want ik ik, ik, ik volg de piano. Ik ben eigenlijk pianist van. van Muzikaal opleiding En mijn pa, die, die leerde mee piano met mij, want ik heb mijn muzikaal talent, het beetje dat ik, heb, heb ik van hem uh, Maar mijn pa was doof geworden in zijn studententijd, en dat is wel wat teruggekomen, maar dat is nooit, hij had een noorapparaat gehad. Mm. En dat was altijd spijtig dat hij ja, niet ten volle zijn muziek hem heeft kunnen beleven. Alleszins, die piano was belangrijk, dus vroegen ze van: ja, kunnen gaan er toch gelieken van, hey, van Bach horen dat zo graag? Spelen op de begrafenis van hun eigen vader. Dus ik heb dat dan gedaan, een paar keer een beetje stilgevallen, eh, spijtig genoeg. Wat, wat, wat de perfectionist in mij toch ook wat, wat pijn deed. Maar, maar goed, ja, begrijpelijk. Maar je ziet dan inderdaad, die klasgenoten werden dan gesommeerd. om ook nog die mis te komen, ja, die hebben er ook geen boodschap aan. En vanaf dan zit het echt op een ander niveau. Hè. Ook mijn meisjes bijvoorbeeld. Ten eerste, ja, wie ging mij uitleggen en hoe dat je meisjes versiert? Ik had nog altijd niet. Dat is wel pijnlijk duidelijk geworden tussen mijn 19 en mijn 26. Er staat ook allemaal uh, geuren en kleuren. Allemaal te lezen in Naarland, ja, ja. Oeh, dames en heren. Uh, Oeh, voor, een, voor, een, uh, voor een namiddag die je nooit meer vergeet. Ja. <laughs> Onvergetelijk. Um, hmm. Heerlijk voor in bad met scheermesjes. Ja, ja. Uh, uh, Christine Hemmerichs, ik zou deze dan zeker niet uitgeven. Oh, wat een fantastische uitspraak is dat. Dat is geweldig ja. dat dat erachterop staat. Dat is voor mij een disclaimer van koop dit. Dat, die had evengoed kunnen zeggen, als die had gezegd, vind ik het mooiste dat ik ooit gelezen heb, ik had daar met geen vinger aan gerokt. Dus ja, uh, vriendelijke vrouw. Is dat is prachtig. Prachtig. Ja, dat zal allemaal... Doen. <laughs> maar dus, uh, uh, maskers, dat was ook... Misschien geen... was Stalin ook wel een toffe zonder dat je in een douche stond. <laughs> Zo'n ik, ik weet het niet. <laughs> <laughs> um, maar uh, Dus ja, dus, dus meisjes, je zegt ook totaal niet... Ja, wat moet je doen? Wat moet je mm -hmm. zeggen? Wat deed je te bieden? Ja, ik heb de kans dat ik altijd veel komische reeksen uh, bekeken heb in mijn jeugd. En ik had, door ja, dat je zet de mooiste niet dus moet je het op een andere manier Je zet de magers niet, dus moet je het op een andere manier doen. Mm -hmm. uh, nu tot dat veel geholpen heeft, hè, want ik <laughs> heb wel even nog maar twee lieven gehad. Dus ik heb zes meisjes gekust, waar, waarvan één bij een soort weddenschap. <laughs> en, uh, waarvan één mijn moeder. <lacht> <Ja>. <lacht> zo. Ook, ook, ook in haar en heren. komt er allemaal in. Ja, heel goed man band met mijn moeder. <laughs> um, dus, uh, ja, dus ik heb <laughs> heel weinig succes altijd gehad. Omdat, ja, wa, wa, die zitten nog in een andere fase van hun leven. En ik kende zo toch al wat de zwaarte van het leven. En... en uh, dus, was, het ja. dan, was het dan een idee dat die over u hadden? Dat die zoiets hadden van, oh, deze is een beetje de. Want ik, ik merk wel, we uh, de... moeten nog maar twee minuten met u praten om door te hebben dat jij ook alles oplost met humor. <laughs> ja, jij zei ook Veel iemand dat, dat die heel snel gaan naar, ja, hier moet, als ik hier niet mee lach, dan ga ik, ja, ja. Erdoor, eh, dan ga ik er onderdoor aan. Ja, ja. En je zou denken, ja, humor is toch iets dat vrouwen leuk vinden naar het schijnt. Nou, wel, ik dacht dat te zoek, want mij werd altijd <laughs> wijsgemaakt als ze kijken naar het innerlijk. Maar dat bleek toch dat ook een beetje een, een, een vergissing te zijn. <laughs> Maar uh, uh, ja, um, dat is. Uh, de, ik heb nooit geweldig veel succes gehad. Uh, mm -hmm. Ik heb de chance dat ik een geweldig liefheb dat de, wel de, de mooie kanten in mij zag. Uh, kan ook zijn omdat ze acht jaar jonger is en, en, en toen nog moest studeren. En, en, ze was wel al volwassen, voor alle duidelijkheid. Maar ik zat in haar eerste jaar. Kan zijn dat ze acht jaar oud was, dat uh, heeft er ook veel mee te maken. Uh. Ook in Naarland, uh, ja, paar, absoluut. absoluut. Uh, column, column 93 is daar waar we, we nu over praten. Uh. Well, ja, um, dus ik heb, ik heb wel de kans van. De, dus de lief en dakgatten waren wel ongelooflijke meisjes, dat wel. Um, maar uh, nee, nee, ik heb uh, veel dat. Dat, dat, dat vormde je toch wel doordat je zoiets meegemaakt hebt. En, ja. en ik wil dat niet dramatiseren, zijn, want ik heb er onlangs over nagedacht: van, ja, moest dat nu allemaal niet gebeurd zijn, dan zou ik dan een, een, een fijnere mens zijn of meer te bier nemen. En ik pijs dat niet, eerlijk gezegd. Ja. Um, dus ik zou het eigenlijk niet anders willen. En ik zeg het: de band met mijn moeder is ongelooflijk. Dat is, dat is bijna gelijk. Ik heb, nooit, ik heb altijd spijtig gevonden als kinderen zoiets verborgen voor hun ouders of zo. Uh -huh. Dat vond ik altijd zo wat. Spijtig, want die ken nu beter dan dat je zelf denkt. Die, die, die verstaan nu beter dan dat je zelf denkt. Als je goede ouder zet. Mm -hmm. Niet als je klootzakken net als ouders natuurlijk. Maar ik vond altijd spijtig. En ik heb, ik heb de kans gehad dat ik een moeder. Bij wie dat, die, die, dat is de meest hilarische vrouw. Dat je kind in beelden. Nuchter en, en sec en, en maar zo hilarisch. Uh, maar uh, ja, ik zeg het op het vlak van meisjes. Ik ben uh, van, mijn, van mijn 19 tot mijn 26 ben ik alleen geweest. Uh, ook. Uh, niet met mijn volledige goesting, um, vrijwillig. En, dat waren, en, dat waren, ja, ja, maar, en dan pijzen je ja, ja, I'm single by choice, ja. not my choice. Ja inderdaad. Ja. En ge, ge pijsden, ja, dan heb je pese je met al ballen rondgevladderd en hè, de buiten. Nee nee nee, nee 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 zo, zo leuk was het allemaal niet. Het was echt wel, het was schrijnende eenzaamheid eigenlijk. Hè. En en je peest dan van ja, als je honderd keer afgewezen geweest had, ja, dan liggen het niet meer aan. Dan ligt het niet meer aan hun, hè? dan ligt het aan, aan u, hè. dan scheelt er iets. Mm -hmm. Dus dat was een, een, een... Want ik ben ook vrij kon zeggen arm opgegroeid, maar ja, doordat er dan een inkomen wegvalt, en wat is het allemaal... Dus uh, laat ons zeggen, onderste middenklasse. Maar onderste, het was niet marginaal of zo, maar... Als ik een keer op café ging en vroeg van, ja moe mag ik een keer 10 euro? Ja, is 5 ook goed? Dat, zo was het dan wel. Mm -hmm. Maar moe is een klassevrouw hè? Uh, het is het beste bewijs dat je geen geld nodig hebt om een absolute klassevrouw te zijn mm -hmm. um, maar uh, dus ja, op een gegeven moment, zeker in mijn studententijd was er wel zo'n punt dat ik dacht van, ja, wat wat wat, 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 wat staat er met te wachten hè? want ja, je hebt, geen, je hebt niet echt vooruitzichten omdat, het enige dat ik wou doen toen ik journalistiek ging studeren was onnozelheid mogen schrijven voor een humo ooit, dat was de enigste journalistiek ambitie dat ik had en ja, iedereen wilde onnozelheid schrijven voor humo hè. zeker toen nog in, in mortiertijden mm -hmm. uh, dus ik dacht van ja de kans dat dat lukt dat zal, dat zal beperkt zijn uh, ja ik had geen geld ik had geen succes bij de maskers. Ik, ik had een groep een muziekgroep waar ik dan alles uh, van pure ermoeien. en we ik daar alles voor gedaan heb, omdat ik, uh, ik ik kreeg het niet uitgelegd of ik muzikanten dus moeten drie dingen zijn man tijd uh, toewijding en talent. En altijd hebben ze er twee, Gelle weet dat ongetwijfeld ook. altijd hebben ze er twee, maar één hebben ze niet. <laughs> en dan gaan het meest getalenteerd ze, maar dat is dan zo'n wassen dat de... Oh, ja, ik, ja, ja, ik kom repeteren, en ik kom dan niet repeteren. Of, altijd is altijd wel iets. En op een duur dacht ik van, fuck het, ik hier, doe het gewoon hier voel zelf. voel ik ook nog honderd columns oh, in zitten, absoluut. eigenlijk. Uh... Absoluut. En op een duur dacht ik, fuck het, ik doe het allemaal zelf. Dan heb ik een gitaar geleend van mijn neef, zelf had ik al een bas, ik kan niet trummen, maar ik heb ervoor gezorgd dat, die, dat, dat alles die platen dat we uitgebracht hebben... De groep heet Colum collectief, maar er is bitter weinig collectief aan. Wat, wat dat ook wel maar kunnen dat? Want zijn jij niet gewoon te controlefreak? Ah, wel, maar ik heb me dat ook al afgevraagd. Want ik kan niet iets doen dat me niet aanstaat. De tijd is beperkt. Mijn vader is 42 geworden, zijpa is 41 geworden en zijpaar is 43 geworden. Dus ik ga ervan uit dat ik misschien maar 2, 3, 44 worden. Um nu, de bloedwaarden zijn perfect in orde, heb ik onlangs uh, mogen horen, dus dat is op zich geruststellend, maar langs de andere kant, ik weeg 110 kilo, ik ben nog geen ,80 meter tachtig, dat is niet ideaal uh, nee. als je oud wil worden. Alleszins, ik heb me dat ook afgevraagd, en ik kan het niet opbrengen om iets te doen dat zelfs maar half mijn goesting is. Dus dat is het probleem soms. Maar ja, je, je hebt altijd zowel leiders en volgers, dus ik pijs dan van, ja, ik zal ze wel vinden zeker, en uh, ik heb succesvolle, uh, allee, heel fijne tijden gehad met heel goede muzikanten maar het komt er toch altijd wat op neer dat ik de, de, de kar trek uh, en ik zou liefst van al, want een van mijn favoriete groepen is Refused en, mm -hmm. uh, of, of uh, Fugazi qua mentaliteit, mm. is zijn van die gasten dat er vol een bak vergaan, yeah. want Refused is inderdaad geïmplodeerd omdat ze te hard gingen en dat waren in hun vorige bands... Uh, dramatische... Uh, die die ja, hebben film. toch zo'n film... De de... Cool. Oh, ja, ja, ja. Dat die zo... En dan, 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 de cops came. Ja, ja. En ik zat er zo... Gast, <laughs> come on. Iedereen die ooit al, is getoest, he, die al tuurlijk, eens getoest in het buitenland, die heeft alles meegemaakt. En dan, de cops came. Is wel een zwart-witte grijn. Oh, ja, ja, dat was ja, het natuurlijk. moment dat ik dacht... Oké, okay, neem nou ik even genoeg ondertitels. Uh. Ja, maar anderzijds, anderzijds, ik begrijp dat volledig. And then the cops came. Ja, maar ik begrijp dat volledig. And they told us that we had to be more quiet. Ja, ja, ja. And that killed my inside. What's yeah. next? Je zou over het eten, dat je pasta met je zou moeten moet eten. God damn it! Uh, over over uh, my... Scandinavisch oh, land my, my, my dad died. Yeah. My dad. Yes, no, not now, not now. The food is not vegan. Ja, maar ik ik begrijp, dat, ik begrijp dat je dat zegt, want inderdaad je moet er niet te dramatisch over doen, maar dat is wel een documentaire dat ik elke zes maanden wil eens bekijken omdat dat echt die gingen er wel voor, dat, dat wel. Voor alle wel. duidelijkheid, ja. topband, topplaten, klassieker, ja. klassieker geschreven, semi-klassieker geschreven, een band. Absolute, uh, absoluut. Zelfs die laatste platen goed. Maar kun je zeggen uh, ja die, uh, vooral die elektra dat nummer elektra van die laatste plaat vind ja, ik super goed vind dat best een goede plaat war music of hoe heet hem war ja, je ziet meer war en dan die vorige freedom heette die er stonden ook een aantal lichtgraven ja. dingen op vond ik wel maar de zo gankelijker wel niet zo ja. de shape of punk to come maar oh, het was sotter ja, ja, ja. en Absoluut. zeker in die tijd omdat dat Absoluut. zo he, die mengen ja, ja, ja. was van dat was eigenlijk een beetje london calling van de agressieve ja, ja. hardcore Absoluut. punk er ja. was alles door elkaar in genres Supergoed. overboord en dat is het coole er aan. Het begin die... van New Noise blijft nog altijd oh, een van de graafste stukken. Dat is wel En dan komt die, die armharen zo normaal. Yeah. Dat is altijd zo, yes. Ja, want ik had dat ja. ontdekt zo ergens in 2006 of zo. En dan ga je dat opzoeken en dan zie je ze uitgebracht in 1998. Ja. En wow, die zijn ja. tien jaar voorop op, op, op een Alles rest. Uh, ja. Dus dat soort bands, daar, daar, daar spiegel ik me dan aan. Ik hoor Echt? ook wel redelijk wat Tool in collectief. Ah, ah, ja, ja. Uh, ah, check, collective ah, ja. eigenlijk. Ja. Collective zeg jij. Zoepen, pad, ja, 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 collectief. Ja, collectief. Maar ook uh, collective, ja. ja. Ik, ik, ah, ik vond dat toch, toen ik dat dus hoorde, zo toe? een van de, de eerste dingen dat ik de link ook mee mocht, ja, 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 ja. was dat. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Uh, maar, maar daar zullen we het zo misschien ook nog even over. Uh, ik moet zien dat we inderdaad niet voor de recordaflevering gaan. Ja, oh, man, doe. We hebben tijd. Ik, uh, ik heb een, uh, nog ik nog heb een verjaardagsfeest he? waar ik oh. niet naartoe wil. Dus laten we dat vooral. Uh. Man, is een recordpoging. We zijn een uur bezig. Dat nou is, uh, het is uh, nog niks, uh, jongen. Uh, het is uh, nog oh, niks. Oh, ja, oh, yeah. We're getting warmed up here. Ja, maar ik, al, ik, ben, ik ben die vier vijf uur van mijn eigen onnozele podcast uh, gewoon. Ik snap het. Ik snap het geen probleem, we blijven. Ah, maar ja, ja. Maar dus als ik iets doe, dan is het vol mag Dan is het alles of niks. Mm. En dat, dat vertaalt zich ook in de rest van mijn leven, omdat ik dus van de mentaliteit ben. Doe het vandaag, want het kan, het kan morgen gedaan zijn. Hè? Mm -hmm. Vrij letterlijk. Mijn pa, daar scheelde niks aan op zich. Uh, en plots valt hij in dood. Ja. Dus dat, dat is wel bepalend ook voor de, voor de mindset en voor de doorom dat dat narend ook zo hard is, omdat het, ja, als je gaat voor wat donker, je ja, ziet dan dat het echt donker is. Hè. Ik probeer daar af en toe wel een zonnestraaltje in te smokkelen, maar zo om de 20 pagina's. Er zijn een de... er wel een paar, hè. Zo dat, dat die gast die dat zo weggaat bij zijn moeder, en zo ja, hè, dat, dat mooie moment ja, tussen ja, ja. die moeder en die zoon, ja. zo dat soort dingen, hè, waar, waar ik nu ook al keihard hoor van waar het komt. Ah, wel absoluut. dus puur dus, dus, autobiografisch. dus wel duidelijk. Misschien, een, uh, misschien wel omdat je er, er net zei, van hmm. je vaderfiguur valt weg, en je hebt je eigen altijd afgevraagd uh, nee. van fuck, die neem mij niet kunnen uitleggen hoe dat je vrouwen moest versieren, dat soort dingen. Trust me, ik had er een die neem mij dat ook niet uitgelegd. Die <laughs> een hele lange rondgelopen, het enige dat die vertelde was hoe populair dat hij bij de vrouwen was, in tegenstelling tot mij. Dus ik mocht eigenlijk die vergelijking nog even aanhoren van hoeveel beter oh, dat toe, hij eigenlijk ja, ja. was. Ja. Dus uh, ik weet het niet, was uw vader iemand die in u heeft geleerd om om te gaan met de vrouwen? Of heb jij er net naar gekeken en gedacht, zo ga ik het niet doen? Uh, ja, mijn ouders waren toen uh, ontscheiden wegens uh, oh. ja, het feit dat mijn vader bepaalde geloften niet helemaal. Uh, <laughs> in het nauw nam, dus ja, dat is waarschijnlijk les 1 of zo. Uh. Les één. <laughs> Ik denk, dat hem, ik denk dat hem die cursus ook nog altijd ontvolgen is. <laughs> maar uh, los daarvan, uh, ik denk dat je altijd iets leert, zelfs van. Uh, van nee, ja. Ik heb ook heel veel cultuur van mijn vader gekregen. Dus uh, ja. Ja, ik denk altijd het is om de volgende generatie om bepaalde dingen beter Tuurlijk, te doen. Ja, dus, uh, dat is ja. diplomatisch. Hè? Dat is een heel mooi gezegd. Ja. Uh, ik, ik vond het altijd tragisch, eigenlijk als ik dan op school hoorde van, van, van klasgenoten dat dan hun ouders gescheiden waren omdat ik, ja bij mij, oké, okay, dat was een spijtige zaak, maar daar moeten we uiteindelijk allemaal wel eens door. Of dat nu op je tien op is, of op je vijftig, of op je tachtig, soms, uh, het maakt mm -hmm. niet uit. Daar moet je door. Dat is de, dat is de logische volgorde der dingen eigenlijk. Dat je ouders sterven voor je. Mm -hmm. Dat je het moest zien, dat raad ik op zich niemand aan, maar ik zeg het, maar dat, dat is. Ja, en dat je dat het moet normaal. zien op je tien, ook niet Allee, bepaald, ja, ja. Zo alleen op je dertig ja. of het, op je veertig kun je het toch al beter houden. Ja. Ik vind ook trouwens, want, dat is logisch, de achterblijver is altijd de focus op, maar ik, ik hoor het soms nog wel eens, iemand hè, die vroeg hmm. sterft en die kinderen heeft, ik denk ook dat er zoiets is, het is eigenlijk, ik vind het altijd heel erg als iemand zijn eigen kinderen niet kan zien opgroeien, ja. want tien hmm. jaar... Met alle respect, dan heb je wel een vermoeden hoe dat hem eruit ziet, maar eigenlijk weet je niet wat dat die persoon ja. gaat worden. En dat is mm -hmm. denk ik het ergste voor je vader, dat hem dan nooit heeft ja, gezien. Ja, ja, maar de ironie schuilt dan ook in het feit je had mijn vader eigenlijk hetzelfde meegemaakt toen dat een zes was, is zijn vader gestorven. Dus die moet hem ook zijn leven afgevraagd hebben wat voor iemand was dat. En het feit dat ik nu hetzelfde meegemaakt, brengt mij eigenlijk dichter bij mijn pa qua... Ik vermoed qua ingesteldheid enzo. Mm -hmm. uh, want hij zei: ik, ik meen met erin, of ik heb, dat is me verteld geweest, dat hij altijd van zin was om op zijn 50 een Mercedes te kopen. Niet vanuit zo'n klassiek midlife crisis gegeven. Waar ook al respect voor hem zei. Mm -hmm. uh, De reden waarom dat ik het gedaan heb. <laughs> <laughs> Voila, alle respect daarvoor. Maar, uh, maar, uh, maar dat was eerder volgens mij. En ik, ik, dat is speculatie, maar ik. Ik ben er zeker van dat ik erop zit dat dat een soort dingen ging zijn van ziet, ik, ben, ik heb het gered, ik heb, ik heb het nog allee, mijn eigen afkomst eigenlijk overstegen ofzo. Het is goed gekomen. Dat ging het zijn voor hem. En dat zijn van die dingen dat je dan via via Geen bij je, 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 die je kopen. Maar dat gaan we nu niet jinxen. Hè? Ah, wel, mijn camionet is een Mercedes, uh, weliswaar <laughs> vol blutsen en wat is het allemaal. Dus ik heb het op een manier toch al wat kunnen uh, kun doen. Mm -hmm. Maar uh, ja... Dus dat is wel, dat is wel spijtig. Ik, ik vraag me dat soms ook af, hè. dat moet, moet ergens zijn voor hem eigenlijk. Um, en voor mij, ja, ik zeg het, het spijtige is dat ik het bijeen moest prokkelen van wat dat een ander zegt. Want het enige dat ik van mijn paam is een filmpje van een minuut en een half. Uh, Gefilmd ge door een maat van hem dat ze wat in Ozeland toen waren. En daar zie je dan wel heel veel in: van ah ja, ja, of, of ik heb dezelfde hand, Han, of ik heb. Uh, uh, zoiets, of dat wordt met dan gezicht van ja, daar trekt het de er een eigen op, of dat soort dingen. Want mm. dat is het dan. En een brief ook, een brief dat een ooit als aan een beste maat geschreven had, dat, dat is het enige. En daar moet je bij insprokkelen. En dat is wel, nee. dat is spijtig. Ja, hetgeen is wel, dat moet ook zot zijn als je alleen maar die minuut hebt van je vader, ja. dat je die kunt zien of kunt horen. Ja. Dan denk ik wel dat je tien keer harder let op details dan, oh, dan ja. dat je middel mens erop let. <laughs> hè? Absoluut, ja. Want, je... Want dat is ook het ding, soms wordt mij dan gezegd, gelijk uh, wat dan zegt, van die geuren. Mm -hmm. uh, mijn lief zegt dat ook, van, maar je moet letten gaan. Bijvoorbeeld mm -hmm. ook, er komen een paar keer in aan bod dat ik een hekel aan oorringen. Wat ja. dat iets is wat ik al van klein zag. Dat zat erin, als is vraag, want is dat, dat, is, ah, ja. Ja, dat is twee keer teruggekomen. <laughs> dat jij dat zegt en dat ik denk, de eerste keer wil ik nog, wil ik nog I'll, I'll let it slide, ja, maar tuurlijk. de tweede keer ja. valt het op. Maar ja. schijnt, de eerste keer dat ik daar iets van zei, dat ik oringen lelijk vind, was toen dat mijn mama me in mijn park legde, als klein manneke, dat ik zei, doe dat uit, dat is lelijk. Dus dat is niet, ik weet niet van waar dat komt, maar ik ken geen één vrouw dat mooier is met oringen dan zonder. En als ik dat dan, ik heb uiteraard, ik heb zeven jaar de tijd gehad om eens rond te vragen. <laughs> dat ik bij mijn mate vroeg: van, zeg maar, al die oringen, vind ik dat dan nu beter of vind ik dat dan nu lelijker? En de meesten zeggen, ofwel zeggen ze ja, ik zie dat niet. Mm -hmm. Ofwel zeggen ze van ja, ik kan dat ook liever zonder. Dus mm -hmm. ik zou nu een oproep willen doen aan vrouwelijk Vlaanderen, de rest van de wereld. Well, bedoel. Als ze goed me mogen is doen, maar laat ons beperken. Vlaanderen is al moeilijk genoeg om, uh, om wat succes in te hebben met de van, van Doe dat niet. Dat is, dat, het leidt de aandacht af van uw gezicht, van uw ogen, van uw lippen. Van, van troeven waar dat je als man echt iets aan hebt, naar twee vormloze hompen aan de zijkant van uw gezicht. En dat is dat, dat, gewoon spijtig. Waarom zou je dat doen? Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar het is inderdaad een nou voor en een na nu, zo. Ja, het Thanks for putting that in my head. Dan <laughs> nou zit ik heel de tijd naar mijn vrouw te kijken, van al die belachelijke ringen <laughs> ja. uit uw je oren. En dan de dochter van die, die ritssluitingjes. Ken je dat? Zo de, zo, dat is de, de top van een rits <laughs> ja. zo in haar oren, want dat vindt hij dan tof hè? Ja. Want ja, pas op, vrouwen vinden dat wel echt Tuurlijk. leuk. Dat is ook een rite of passage Tuurlijk. moment. Ik ga met mijn dochterke en die laat oorbellen schieten. Ja. Je voelt dat bij je moeder, betekent dat dit. En waar denk je ja. gewoon: allee, dat is twee keer zoveel Toen. geld voor brolver in nu woord te duwen. <laughs> well, het is om ze maar eens. je stopt er niet zo heel hard bij stil. Zo, mannen mee oorbellen, dat vind ik ook. Uh, ja, dat dat is ook... Wat vinden daarvan? Ja, vinden vind dat nog maar, erger? Of? Ja, maar die moet ik niet binnen doen. Anderen ook niet, hè? vrouwen doe ik ook niet binnen. Maar uh, <laughs> dat is zo, ja. Mijn nee. mannen moeten zelfs niet kijken terwijl dat ik vrouwen binnen doe. <laughs> en zeker niet mee oorbellen. Ja, van die plugs met van die gaten ja, in en zo, ja. zo dat soort dingen. Je hebt mensen die daar echt wel mee bezig zijn. Ik heb dat ene ja. keer ooit eens overwogen in mijn tienerjaren. Ah, ja, toen ja. ik zo wat Rebels en Graaf wou doen, Toe. maar ik had heel snel door. <laughs> uh, da, dat soort dat dingen duur. make me look extremely gay. <laughs> Ik heb niet het uiterlijk om dat te doen. Tuurlijk, hè, uh, sommige bedoel. mensen kunnen dat, en die gaan dat gaan doen, keigoed af. Ja, ja, ja. Zo'n mensen die je ziet, een vriend van ons, de Wobbe, die heeft oorbellen, maar dat is echt zo'n gast dat oorbellen dat, bla, heeft. Dat kan, natuurlijk Je ziet je en je denkt, ja, natuurlijk dat. Awel, maar ik heb van en mijn eigen is... al zo'n beetje een bear-achtig uiterlijk in bepaalde kringen, <laughs> dus ik dacht ja. dat kon niet... Ja. Buiten mijn, mijn kontloze broek, dat ik wel uh, Wat een geweldig fenomeen, zo... Uh... He, waar, we nu wonen, allee, waar we nu zitten of zo, zo elk jaar zo een soort. Ja, hier in de buurt, ik denk dat dat in de Red is zo. En dan is eigenlijk, deze straat wordt overspoeld door bears. He, zo, allemaal, dat zijn, dat zijn, dat zijn wel vinten, allemaal. Ja, ja man, he, dus kadamid. homoseksuele vinten in zwarte pakken. Ja, en uh, ja, dat is, dat, is, dat is wel een heel interessant fenomeen. Want eigenlijk, waar gay staat, daar ja. stond hij dan eigenlijk helemaal niet voor. Want die geven allemaal een pak. Allee, dus, ik, ja, ja. ik weet wel toe ze biedt. Ja ga naar uw vis, dan ik dan een goeie dag zeggen. Zal ik wat naast u wandelen, hand in hand, en laat ik haar los en je doet wat je wilt. I will let you go, en uh, ik, ik lees het wel, hoe dat het gegaan is. Maar die is er zo'n ene, die woont in de buurt van, van, uh, van de Joker, en die komt daar vaak voorbij gewandeld, en dat is echt een beerbeer. -beer. Ja, ja. Maar die is ook zo, die heeft wel een beetje een buksje, maar die heeft ook zo'n kas. Ik ja. denk dat die... Ja, ik zal niet overdrijven, maar die is al tegen de twee meter aan zijn. En ook met die een baard en zo'n enorm uiterlijk. Ja, ja, ja. Dus als die voorbij komt gewandeld, ik weet dat ik daar enorm van onder de indruk was. Ja, 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 ja. Van hoeveel man dat dat al was. Absoluut. Maar het grappigste is dat ik die dan tegenkom in de, in de frituur daarachter. In de, de, de hoek, darkroom. En dan zegt hij en dan zegt je, maar je zei dat ze aanleerden, ik aangezien heb gezien en niks van die is een uiterlijk past bij, nee, bij, nee. bij het, alles dat eruit komt. <laughs> dus dat is zo funny hoe dat, hoe dat toch ook zo dat, dat, heel, dat heel macho gegeven ja, er ja, ja. toch ook in zit. Tuurlijk, ja. wat ik wel heel tof vind, hè, dat je vaak zo dat, dat, dat stereotype van van bijvoorbeeld mm -hmm. eh, op tv altijd zie, als er een comedieze ja, ja. treine binnenkomt, hallo, dat ja, je ja. denkt, ja, maar dat is ook niet wat dat die Tuurlijk. die duwt mijn een kop wel door de grond. Ja, ja, ja. Want volgens mij Bench press die ook 200 kilo ofzo. <laughs> die zijn echt zo naar zo... Uh, ik denk, I am not messing with <laughs> you. <laughs> er uh, no, <laughs> no no well, cool. <laughs> <laughs> is hier ook zo een jazzbar hier in de straat. Oh, een jazzbar. Een jazzbar. Maar wel heel cool. En die zingt de gerant van de jazzbar. Die helpt en toe wel eens een likje op de piano. speelt of wel eens durft de toeteren. Dat is niet normaal. Op zijn trompet. Dat is niet normaal hoe. Dat een mooie plek trouwens. Ja, een heel mooie plek. Prachtige zaak. En ik denk, Gerand van. is. Denk dat hij uh, homoseksueel is, maar die nee, gepowered in zijn leven. Mm -hmm. En die, is, dat, die heeft al zo'n kleren dan, maar dat is echt, wat je altijd zegt, hanging on for dear life. Ja, dat ja, ja, ja. is één ja. ja. slechte duw verwijderd van volledige explosie. Ja, dit, dat is het. Ja. ja, dat is cool. Ja, dat maar vooral die, die combinatie van die jazzbar, mm -hmm. dan zo dat compleet opgepompt live en dan wel zo die jazzbar kleren erbij. Ja, ja dat is zo'n coole mindfuck, en dat is, wel, dat is wel graaf dat dat de tijden zijn waar we wel in leven, hè. dat is ja, gewoon berenraag. Het kan yeah, allemaal, ja. dat, is het, dat is het toffe erom, mm -hmm. je voelt wel dat categorieën wegvallen, en voor oudere mensen is dat moeilijker, omdat het in bepaalde mm -hmm. vlakken, zeker met muziek en zo waar jonge mensen ook naar lusteren. Yeah, ja, en dat natuurlijk. ook voelt, die, 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 die lusteren naar, naar playlists. Mm -hmm. dus ik vind dat een leuk nummer, dat gaat erop, ja. ongeacht wat dat genre is, wat de taal dus is, just. waar dat het vandaan komt, wat voor soort muziek, Mokt mm -hmm. allemaal niet uit. Ik had dat met Henry Cavill. Ik heb die nooit ontmoet. Ik heb die moeten interviewen voor Batman vs. Superman toen ja. in Londen. En die had ook een hemd aan. En je zag dat Ik hemd hem afzien. <laughs> maar echt gezegd, dat hemt zo van man ik ga nou een krap, dan begrijp ik het die knoppen waren ook zo en je ziet echt die is een spieren door zijn kleren ja ik ging juist zeggen ik ken het gevoel maar niet om die reden nee 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 dat is iets anders is ook nooit niet daar maar meer naar onder dat die knoppen zo zeggen come on maar bij hem was dat wel, en wat ook, wat ook nog was, want ik, mm. ik, ik liep nog in mijn veronderstelling, toen ik die in het echt ging zien, ik dacht, dat gaat wel een mooie man zijn, en een mm -hmm. heel indrukwekkend, zo'n stambeeld uh... van een vent. En je ziet die en je denkt, maar, jou, dat is wel, wel hè? Maar, wat, in mijn kop was dat, maar dat gaat een kleine zijn. Ja, ja, ja. Typisch. Hè, zo, ja, ja, ja. Op, op film zo, allemaal van die beren en die zinderfant je die in techsies en die een meter 75. Ja. En die stond op en ja, die is groter dan jij, is, dat is echt een meter 90 of zo. Jeze. Die stond dus ook al mooi en ik had zoiets, ja, dat was E.T. mij, dat even zo'n klein meisjeskreetje. Superman. Dat was zoiets. Ik was wel mee of zo ja. op dat moment. Sommige, dacht, me okay. sommige mensen doen echt alles, hè? Alles. Zotte, ja, ja. Henry, Henry Cavill is echt, dit dus ja, ja. kan niet in Naarland komen of hij moet de vijand zijn. Zo. Ja, ik vraag me soms ook af, hoe voel andere mensen zich. Ik bedoel, voor mij is dat allemaal normaal. Al dat, dat prachtige uiterlijk, de spier, de, wat is dat? Ja. Nee, absoluut niet. Want inderdaad, wat dat je dan zegt, ik heb dat ook van tijd, dat je zo ja, een gast tegenkomt en dan zie je zo in, in, een, in een ruit van een winkel of van een notto of zo, zie je jezelf en dan ze, ja. Dat is, je moet je plaats kennen. Hè, op een <laughs> ik ik zou ik, ik zo, een sterke 7 op 10. Zo zo, <laughs> of, of een 5 een, een goede 6,5. Een nipte 5. Ja. <laughs> ik, weet, ik weet dat zo ooit. Ja, dat is natuurlijk zo'n bullshit gesprek. Zo, hè, dat mijn vrouw die had zo'n zo crush. Maar zo'n in een oppervlakje crush. Gerard Butler. Ah, ja, ja, ja. Zo, my, Gerard Butler dat vind ik een knappe vent. En Gerard Butler dit. En Gerard Butler. En dan net zo die typische cafégesprekken. Ja, ja, maar hij zal wel. Ja, en ik weet zo dat je op Bobby zegt. Ja, ja, maar hij zal waarschijnlijk in bed op niks trekken. En ik weet dat zo'n week later zo'n andere vriendin zo'n ander fompig artikel in mijn mailbox heeft. Zo ex minaris bekend. Hij was heel goed in bed, maar, maar nou, alsof dat... Hij was een 11 op 10, 10 was, denk ik zelfs. Alsof, uh... alsof dat het gewoon Gerard Butler was die de tijd had om zo mij ook even... <laughs> <laughs> zo. zo. Oh, by the way, uh, I would fuck your wife better than you do. <laughs> je kunt ook niet zeggen dat hij hem geen geld heeft. Je kunt ook nee, al nee, niet zeggen dat het... nee, nee. Nee, 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 inderdaad. Dan kijkt hij je naar ogen en roept ja, hij je. Ja. Terwijl dat hem uw vrouw ondersput. En hij stond er naar te kijken: van godverdomme man. Ja, en je ziet een blikje in haar ogen dat je nooit gezien hebt bij u. Ja, nooit. inderdaad. inderdaad. <laughs> oh, pijnlijk herkenbaar. Ach, al, wat een ellende. <laughs> er is uh, een groot thema in Naarland uh, van, van eenzaamheid. Hè? Dat is iets ja. dat heel heel veel terugkomt. Hè? Zo mensen, die, mm -hmm. die. Er is er een bij, hè, omdat, omdat we toch al uh, het, uh, het dode vaderblik hebben opengetrokken. Er mm -hmm. is er ook eentje van een, een, een. Dat je eigenlijk begint met te beschrijven dat er een vlieg op een oog zit. Ja. En dat je eigenlijk een, een iemand hebt die je, Wat, wat is, mooi is, ja. is ook... De, wat jij vooral zegt, en wat je er net ook in je uitleg mm. vertelde, was het, het, het reduceren tot die lege schelp hè, van ja, iemand ja, ja. dat ooit iets geweest ja, is. Ja, absoluut. En absoluut. het feit dat niemand dat weet ook, dat je daar al een, een tijd, tijd ligt. Ja. En dat je ook voelt van... Dus ik... En, en niet alleen met dat moment, maar er zijn ook heel veel momenten die niet met de dood te maken hebben, maar wel heel veel mm. te maken hebben met zo... Um, hoe zeg je dat? De echte. Um, ik kan het bijna niet anders uitdrukken dan de Vlaamse tristesse. Hmm. Van zo'n dromen die niet uitkomen. Ja, ja. Of die, die half ooit wel eens bedacht waren toen je jonger was. Ja, ja. Niet iedereen eindigt als een winnaar. Is dat iets waar je u veel mee bezighoudt? Ja, eigenlijk wel. Uh, omdat de, um, oh ja, dat is ook weer een, een uitgebreid antwoord. Sowieso. Doordat ik dus in mijn jeugd wel, ja, niet. De, de, op zich zijn mijn trekken best oké. Okay. Ik mag niet, op zich niet klagen. Ik heb geen geweldige littekens. Of ik heb geen, geen verkesnezen. Of alle, weet ik veel Een verkesnezen. <laughs> dat is een goeie woord. Maar <laughs> oh, ja, maar dus op zich mag ik eigenlijk niet klagen. Maar ja, op een gegeven moment worden dan zo wat dikker. En dan beseffen ze, oké, okay, ja, ik ik dan dik in de groep. zijn dat is dan uw rol, blijkbaar. Je kunt niet allemaal. De, 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 gelijk in de films. Je kunt ook gewoon naar de fitness gaan. Hè? Dat is ja, geen ja, technisch ja, ding, hè? Ja, dan zie je dan al die gasten zo in die spiegels op hun eigen stad Geil ik van Dat is het ook niet. Want dat is dan ook het ding. Dat is, spieren... dat is bladzijde 73. Ja. <laughs> ja, maar spieren en zo. Ik vind dat. Ik, pas op. Ik, ik heb ook altijd veel gesport. Je zou het niet zeggen. Maar ik heb altijd wel veel sport gedaan. Ik begrijp dat. Ik vind dat tof. En, en dat je mooi wilt zijn. Begrijp ik absoluut. Beter dan wie ook, mm -hmm. maar Dus ik, ik begrijp dat. Maar spieren, dat is vergankelijk. En ook ja, als ik, ik, als ik dan toch maar 45 word of zoiets. Ja, ze gaan niet. Rond mijn kist staan en zeggen ja, dat was toch wel echt gespierd. Dat was, toch echt <laughs> wel, dat was toch wel ongelooflijk eigenlijk. Want er zijn er altijd dat gespierders zijn. Ik ben He-Man niet, hè, mm -hmm. uiteindelijk. Dus, uh, <laughs> dus ik dacht van, oké, okay, maar wat, maar wat, wat, wat onderscheidt mij van de rest? En dat is enerzijds muziek, enigszins. Omdat ik eh, rare maatsoorten probeer erin te smokkelen. En, mm -hmm. en toch, ik, ik probeer iets speciaals te doen. Um, en... Uh, en schrijven blijkbaar. Want ik ben, niet eens, ik ben niet gepassioneerd door schrijven of zo. Hè. Ik word niet wakker met dingen. Oh, wat zou ik vandaag? Hey, ik wil hier weer wat briljantie op papier. Nee. <laughs> absoluut niet. Ja, want ik schrijf eigenlijk enkel. Een als... lege blad roept naar <laughs> mij. <laughs> Can't talk now. <laughs> 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 Morkes, Writing my next bestseller, <laughs> ja, darling. <laughs> next challenge, please. Nee, nee. Dus dat absoluut niet. Dat is eigenlijk heel tegen mijn goesting. En elk van die stukjes dat daarin staan heeft mij vier uur gekost. En dat is me wel een halve avirke moet je rekenen. Mm. Dat is echt wel de strijd met het, met het blad, elke keer. Hè. Hmm. Maar dus daar heb ik dan wel talent voor. Dus dan bepijs ik oké, okay, ja, daarmee In your doen. defense, het feit dat het vier uur duurt, is ook wel. He, wat ik en Andries het er straks nog over had, er hmm. staat geen ene zin te veel en te weinig in. Er <laughs> staat ook geen woord te veel en te weinig in. Dat is, dat is een geweldig compliment, He. maar ik moet dat wel nuanceren. Merci daarvoor trouwens. Mm -hmm. hè. Maar, maar als ik dat dan nu weer lees, ik soms ook van ja, ja, dat was toch niet... Ja, dat, dat... Ik ben eindredacteur, en vooral ik ben eindredacteur onder Ulle Maat Bart, gelijk dat jij hem Bart, not impressed, Hickspoors. Dat is ook. De, de lat ligt hoog dan. Hè. dan, dan uh, geweldige P, trouwens. Ik heb met u al gezegd, dat is, ik vind dan een zalige P, karakterieel. Ik denk dat hij zelfs bij het beste orgasme van zijn leven zo even keken, ligt. Hm. Ja. Oh, dan Bart, wat een zalige P. Ja, dat dat ze de, de onwaarschijnlijk en, toffe vindt. En ja. ongelooflijk bekwame, trouwens. Wow. Dat wil ik toch even zeggen, dat die mens, dat is. Ja. Die je zegt dan van, ja, die een titel zou ik toch eens nog zien. En dan zit je door een half uur op de sukkel. En dan zegt hij: Ja, well, zet gewoon dat. Hè. En dan pijst dat dat hé, miljard. Terwijl het een hartslag gewoon. Ja, 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 tuurlijk, ja. Nee. <laughs> Dat is ongelooflijk, de markt. Maar ja, goed, alleszins. Ga leest dat dan. En je van: Ja, ja, oké, okay, ja, ja. Niet slecht. Maar je moet altijd toch hoger en, en hoger mikken, vind ik. Nee. Um, en, en, want ja, zo gelijk de, de Tom Yorks en de Justin Chancellors en de wie is het allemaal, en de Da Vinci's, uiteindelijk scheten die ook drie keer per dag. Hè. Dat zijn ook maar gewoon mensen dat hun toegelegd hebben. En wat dat je niet aan talent kunnen goed maken, tot op zekere hoogte door gewoon hard te werken. Hè. Dus ik, ik relativeer dat heel erg. Mm. Iedereen in een woordenschat van 30.000, 50.000 woorden, is dus gewoon de volgorde van het één woord. Je schrijft één woord. Je zit er een achter en nog eens en dat herhaalt paar keer. Maar kun je kunt ook niet gewoon iets schrijven en nee. gewoon dat is leuk. moeten we altijd, maar moet alles geniaal zijn. Je kunt ook gewoon zeggen, Naarland, daar zit zoveel in. Dat, dat was gewoon een hele toffe tijd. Ja, Ach, maar het lees. was geen toffe tijd. Nee, nee maar te lezen. Ik, ik heb maar gewoon rot, ook te lezen. <laughs> ik heb maar een rots gemuseerd, jawel. Ah ja, dat, is oh ja. kei, dat is een leuk boekje. Ja, maar mijn mentaliteit is, zie je hebt misschien nog maar tien jaar... Aalt er alles uit. Laat die tachter. Wat ga je voor hem? Als je blijft leven, wat een je aan ze Mijn maatzet van de week nog voor. Gaat dat <laughs> zien en ga ons die allemaal overleven. Ik eet drie keer per week een pak friet en wat is het allemaal. En dan een keer tussendoor nog een keer naar de McDonald's. Of wat is het allemaal. Ik leef dus ongezond. Gelukkig neem ik cholesterolmedicatie, waardoor dat allemaal zijn. Uh, voilà, maar, maar die zegt dat we, ja, we ons allemaal overleven. We dat zien, hè. u ons nog moet doodslaan dood vanaf. Maar dat, dat zal wel niet gaan. Je eindigt met een kussen over uw kop op 98-jarige leeftijd. Dat uw kleinkinderen zeggen: Ga nu maar, opa, ga ja, nu maar. Ja, ja. Zo van godverdomme, man. Nee, maar, maar uh, wat, wat ging ik zeggen? Ja, uh, die, de tijd is beperkt. Dus ik ga ervan uit dat ik ongeveer nog een jaar of tien heb. Dus alles wat ik doe. Moet de moeite zijn. Ik hem, het spijt me zeer. Ik heb geen tijd voor Allee, bullshit dat ook voor mijn privéleven. Dat is mm -hmm. daar doe zo zoveel als dat je wilt. Maar als ik zeg van hier steek ik moeite in, dan moet het, dan moet het zo goed mogelijk zijn. Mm -hmm. Dat is de enige vereiste, of dat dan nu uh, iets van tv is, of een column, of een boekscan, of, of wat dan ook. Als ik hier doe, moet het de moeite zijn. Omdat stel dat ik ooit nog het, het plezier, of als mij ooit het genoegen verschaft wordt van vader te mogen worden, mm -hmm. Wat dat ik mij altijd wil voorstellen. Dat is geen vereiste, maar als ik vader word. En ik kom vroeg te gaan, dan wil ik dat die meer hebben dan een filmpje van anderhalve minuut. Dan wil ik dat die. Mm -hmm. Oké, okay, dit is mijn vader in muzikale vorm. Hier dat ze de deken. Of dit is iets uh, ziek dat mijn vader ooit geschreven heeft. Of, <laughs> of hey, dat soort dingen. Of die filmpjes van dat tv-gedoe. Ja. Oké, okay, dat, dat ze iets hebben. Dat de ze op Podcasts zijn Waarom je stem heel lang ah, kan wel, horen. Ja, inderdaad. Deze podcast. Deze podcast van voilà, dit, dit is er een voor de geschiedenis. Inderdaad. ja. Yeah. One maar dan, for voor de books. Maar dan, dan laat het iets achter. En ik kan me <laughs> voorstellen iedereen dat. de dat vroeg iemand verloren heeft, zal hem daar wel in herkennen, denk ik. En ja. ik denk ook als je vader zijt gelijk dat je uh, uh, ik zeg het, uh, het genoegen hebt om te mogen zijn. Ja, dan wilde die een band met je kind. Of dat er, des, stel nu dat je er zijt bent, ja, dan wilde toch dat die klein. Allee, das, dat is alles, hè. Dat is de wereld. Hè, dat kind, je doet er alles voor geplooid. Je, je zou je er dubbel verplooien. Mm -hmm. Zonder zelfs bij na te denken. Dus stel dat ik er dan nimmer ben, dan moet hetgeen dat ik achterlaat. Moest zo goed mogelijk zijn. Al is maar om de illusie op te houden: van ja, dat was eigenlijk wel een straf je, maar Wat, wat uiteraard niet, niet, niet echt het geval is. Maar, maar dat je toch zo. Even boven jezelf uitgestegen zijn van op dat moment in mijn leven was dat het beste dat erin zat. Je dat zo'n k pop fan die zo naar muziek luistert en denkt, wat een bagger was dat man, wat een ongelooflijk pretentieus oh ja, en kutzooi heeft mijn vader gemaakt. <laughs> Jesus Christ. En hem? en dat was hem heel een tijd aan het doen, dan dat hij zoiets. Amai, ja, ja. Allee. Ik doe het wel zo, maar het is niet, hè. Ik koste, doe het wel zo, yeah, maar het is yeah. niet, hè. Koste, koste dan Koe in maken, hè. Dat, is dat soort dingen. Maar dat is het wel de, de drijfveer. Hoe, al, hoe komt het eigenlijk dat je dan in de media terechtkomt? Oké, okay, je dat wel de krant, want dat is toch elke dag, je moet dan toch een tantalus kwelling zijn uh, uh, ja, om bij een wel, krant te werken wel, van wel de dag. Inderdaad, maar ik, ik was, dus ik wou voor, voor humo schrijven. Ik heb me altijd, vanaf dat, dat ik mijn diploma had, heb ik gesolliciteerd, om de dus zoveel tijd, oké, hey, dit kan ik ook doen. en, uh, maar ik uh, was bij Menzo begonnen, dat had ik mijn stage gedaan. Omdat ik ook veel te laat was voor het invullen van waar zou je stage willen doen? En dat bleef nog over. Maar goed, dat was eigenlijk ideaal, want dat was een klein blad en je mocht er veel in doen. Het was niet gewoon een zat café een hoofdredacteur of dit of dat. Dat was echt... Uh, ik heb aan drie mensen meegewerkt toen. In het begin was dat zo wat bazaar, zo wat copywriting, zo'n beetje. En dan in de volgende deed ik zo wel een paar artikels. En dan de, de laatste waar ik aan meegewerkt heb, heb ik eigenlijk voor de gevuld. Dus je, je krijgt echt journalistieke ervaring. Ik had een mm -hmm. goed stageverslag. En uh, dat smaakte wel naar meer. Maar ja, dat was volle crisis. De bankencrisis was, zo, uh, was al begonnen, maar we wisten nog niet goed hoe dat naartoe ging. Alle bedrijven zo'n beetje op hun kivie van... Ja, we willen er toch niet te veel uh, vast aannemen en we zien wel. Maar ik mocht dan wat schrijven en uh, ook via Menzo dan bij P-magazine een paar artikels geschreven. Twee, drie of zo maar. Zo. Want PDW wou mij aan boord halen als vaste freelancer voor zo wat de, de wetenschappelijke dingen zo, waar veel zoekwerk en zo bij te pas kwam. En een maand later is die mens gestorven waardoor dat er dus niks van, van gekomen is mm. wat dan is want PDW vond ik als toen ik begon met Humo te lezen was dat wel een straffe hè. Ja, cool vind voilà, nou, die heeft ook uh, Comedy Casino en voilà, zo dat was 3 da. Keys zijn, 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 eh. uh, zijn productie uh, maatschappij ja. ik heb die ook de week voordat hij gestorven is nog gezien ja voilà en dan zei die we uh, bijlen nog een keer volgende week ja. je wandelt weg met zijn sigaret met ja. want ik heb er nog buiten een sigaret misdans moren toen dat was bij een opname van Scheiren in de Schepping ja. dan zei die ja oh, we gaan nog eens bellen, we moeten nog eens iets doen. Zeggen ja, we, ja, waarom niet? En die wandelt weg. En ja. dat was de laatste keer dat ik hem gezien ja, voilà, heb. Ja. Dat is heel, heel raar. Zo. Dat is raar ja. Ik herinner me nog dat een van de uitspraken van hem dat ik nooit vergeet hmm. was, het, uh, was, was zijn, zijn manier om masturberen te zeggen. En dat was <laughs> een keer gewoon mijn leertrein. <laughs> Ja, en zoiets dat ik nooit niet vergeet, dat ik altijd denk, ja, inderdaad. Zo. Schitterend, schitterend. Er was, was nog zo één ding dat hij me zei, ja, dat was ook zo geweldig. Een verkrachting. tank. Zo, zo die, 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 ja, ja, ja. dat ding erachter zeggen, ik moest, er, ik moest er altijd heel erg bij. Alles Alleszins, en dan zo, uh, inderdaad, we willen wat opdrachten kunnen doen. Mo, ik was dan ik naar Hamburg voor een opdracht en mijn fotograaf was mee en die zei, van, ja weet je wat gaat doet? Solliciteer ook eens bij het laatste nieuws. Als, 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 ze zoeken naar wat eindredacteurs. Uh, ik, ik ken die chef sport een beetje en je ziet wel. En ik mocht er dan inderdaad zo een paar dagen in de week zo wat gaan, gaan bijklussen. En dan moest ik daar weg omdat ik. Uh, <coughs> ik had op Facebook gezet. Uh, er was toen een, 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 een stagiair uh, die nog les gekregen had van intussen de opvolger van de chef sport. En uh, gezegd dat die wel goed overeenkwamen. En ik had ooit op mijn Facebook gezet. Ik had zo'n foto gepost en iemand zei, ah, werkte jij nu bij het Laatste Nieuws? En ik zeg van, ja, ja, uh, ja, een kit ga zetten. Hè. De, uh, ik had erop gezet, een kit ga zetten, maar de sport valt goed mee. He, daar was ik wel... Uh, <laughs> wat dan niet het slimste was, en ik was, ik zeg, ik was nog jong... Niet dat dat een excuus is voor zo'n ding, is, maar dat was niet het slimste dat ik kon doen. Misschien ook niet om het hier te herhalen op, de, op een vrij druk beluisterde ik het podcast? nog eens, want ik had het er net niet goed verstaan. Maar jij zegt, zegt geen kut, he? jij zegt kit. Ja, ja, om het nog platter te maken. Ah, ja. 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 Maar uh, ja, ik, ik ben zelf nu geen, geen uh, laatste nieuwslezer en zo, en ik sta daar niet echt aan. Ik was toen echt in mijn principiële... Ja, ik was nog vrij jong. Even, dus, uh, ja. sorry dat ik ga Zorg niet dat ik hier ontslagen word. Wat is er <laughs> niet goed aan HLN? Waar, waarom is HLN de Kop van Jut? Wel, dat is professioneel gezien heel goed gemaakt. He. Dat doet wat dat het moet doen. Um, dat is uh, ja, terecht de meest gelezen, of allee, terecht, hoe moet ik het zeggen, begrijpelijk de meest gelezen gazette van Vlaanderen. Um, en inhoudelijk zit dat allemaal wel goed, maar. Wat dat ik er spijtig aan vind. En dat is wat, waarom dat ik dat dus zei van een kit gezet. Want ik zei dat als een goeie, goed gemaakt gezet, Maar daar wordt dan zo wat de focus gelegd op wat, dat, wat dat minder mijn ding is. Bijvoorbeeld artikels over FC de kampioen. Of dat soort dingen. Of, of uh, Karen Damen of zoiets. Wat dat, een schitterende vrouw zal zijn. Ik ken ze niet. Dat zal een heel sympathieke vrouw zijn. En, en uh, ik gun iedereen alles. Voor alle duidelijkheid. Maar dat is niet wat ik zoek in mijn leven. Dat is niet wat, wat ik. Uh, ja, ik drink nu geen alcohol. Ah, maar ja, voor mij is dat de, een pint bier. Hè. Voor veel mensen is dat uit van uit. Voor mij is dat niet. Maar hoe komt het eigenlijk? Dat is eigenlijk wel grappig. Je zult, je zult, het is, dat is altijd één richtingsverkeer. Het is altijd de andere kranten of andere relaties ja. die zeggen. High-Lin, kijk hoe gemakt, kijk volk clusters. Eh? Ja, ja. Eh, uh, eigenlijk gehoord eerst twintig feiten die heel positief zijn, dan zeggen ja. ze dat is niet mijn ding. Mag je zo nooit iemand van het Hyalin over zeggen? Zo ja, de morgen, kijk goede krant, <laughs> daar leest niemand naar, daar verkoopt niemand. Uh, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die twee minuten boeiend zijn, want de week nadien ja, ja, is er weer een ja. nieuwe hype dat we moeten volgen. Ja, dat hoorde nooit iemand zeggen. Hé, nee. ik bedoel. Ja, waarom het altijd op de, de Stenizis is? Ja, ff, ik weet het niet. Maar ik denk dat dat is omdat, dat is om dat, ja, naar boven schoppen. Hè. Ja. De meeste Ah, succesvolle, ja, ja, jij ja. zult dat ook weten als, als, als een ja. van de populairste komieken ja, ja. en dat, dat hoort er ook bij, vind ik ja. dat is de, de toon ja, hoewel dat dat ik, hoe ik nou om eerlijk te zijn op de morgen schoppen ook niet naar beneden schoppen vind ofzo zo. ik heb toch ook een gevoel van dat er dat vanaf het moment dat je um, he, wat, wat ik ook met de standaard kan, he, met allebei mm. goede kranten voor je eigen manier in je eigen ja, ding, ja. He, want dat is ook zo. Je, je kiest eigenlijk ook je flavor uit. Waar vind ik hoe lees ik mijn nieuws het liefst? Mm. Is het eigenlijk ja, een beetje ja, waar het op neerkomt? En waar leggen jullie meer focus op dan jullie? En tuurlijk. als dat u meer interesseert, dan is dat ja. wat je leest. dan maar morgen, ja, als je zo pedant uit de noek komt ten opzichte van iedereen, <laughs> dan moet je ook wat kletsen kunnen krijgen. Absoluut. Sorry dat ik het zeg, tuurlijk, maar. Tuurlijk. Als je een, een, een open lezersbrief, hè, Vlaams Belangstemmers, ja. mag ik jullie een beetje kortzichtig noemen? Ja, ja, ja. ja dan mag ja, ja. Maar dan krijg je wel een klets terug. Alleen, dat is een beetje wat dat is en wat, wat dat veel kranten hebben hun eigen manier. Mm -hmm. hè bij HLN is het allemaal wat meer hè, zo populistischer, de maat op een yeah, toog maar, 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 ik maar, maar vind dat, dat wel heel boeiend, ook die reacties hè, het HLN comments, ja, hè? dat is al een, dat is een begrip, ont Allee, dat is al jaren een begrip een dat is het sterkste comment. van het ja, dat is tergste, ja, 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 het sterkste ja. van het want ja. je leest en je denkt, oh man, hey, dat is allemaal ja. mee, want de spellingsfout is eigenlijk het minste het minste, ik lees die dingen <laughs> maar dan is er zo het andere ding hey, dat is bijvoorbeeld, hey, de morgen kondigt aan uh, Siegfried Bracke Siegfried Bracke gaat een column schrijven en dan kregen ze online ja, misschien wel uh, het summum van moderne rebellie. En nu zeg ik mijn abonnement op. Ja. <laughs> en dan denk ik bij mezelf: oké, okay, ik zal niet zeggen, hey, want nu ja. zeg ik mijn abonnement op. Abonnement is correct geschreven, hey, punt voor, voor die kant. Ja, ja, ja. Maar als het gaat over. Ja, Jesus Christ, wat een nee. leen ding. Die... Dat, vooral wat een pretentie. Dat ze nou bij de morgen. <gasps> ja. Gaan doen, ja, ja. Zo, het, je, de... hoewel dat tegenwoordig met het aantal lezers van de morgen oh, ja. elke abonnement ja. wel telt denk ja, de ik. Aan de, uh, de zo. andere kant, misschien doen ze wel echt pijn als je dat zegt. Kijk, ik Guido kan... de Grote uit uh, de uh, Zurenborg, je moet hem uh, echt sturen iemand in, de, erin, de... Ja. Ik erin. Nou... Zeg, we horen dat jij ja. een beetje moeilijk had met. Uh, ja. En als een gift naar de lezer toe hebben we u ook nog uh, een exemplaar van Naarland meegebracht. <tie> <gedragen, tie> nee, ja, nee, dat, maar dat is absoluut oh. waar. Want, allee, ik ben zelf niet opgeroeid maar ga zelf we hadden thuis enkel de humor. Het was ook absoluut mijn, niet mijn bedoeling om, om uh, van ja. mijn, uh, vanaf dat ik afgestudeerd ben tot nu voor een gazet te werken. Maar ik, ik raakte daar dan binnen als eindredacteur. En, en eindredacteur is een, no, een nobel beroep. In die, wij zijn eigenlijk ook, Ik vind dat wij ook elke dag een applaus verdienen. Dat is niet waar, hè? absoluut niet. Maar, om, acht, om acht uur? Het is, ja, om acht uur. Dat iedereen even buiten komt en zegt... Ja. Nee, het, maar het is een... Je vindt geen cynischere bevolkingsgroep dan eindredacteurs. Want, mm -hmm. en ik, ik, ik heb nu op drie redacties al gezeten en dat is overal hetzelfde. En dat is omdat... Het is gelijk een verdediger in de voetbal. Als je de nul houdt, dan heb je je job gedaan. En niet meer, niet meer dan dat. wat oké. Okay. En als je iets misdoet, dan is het je schuld. Ik herinner me bij het Nieuwsblad dat ze in de tijd dat we elke dag een mail kregen van hoofdredactie en die zeiden dan pagina 2, 3, uh, slecht een titel slecht beeld, uh, wat is het allemaal zo, een evaluatie van Hans gezet. En het hoogst haalbare, dat je kon hebben, was uh, pagina 4-5, oké. Okay. Dat was het <laughs> hoogst haalbare. En, maar als je dat dus, ja, ik doe dat nu toch al een jaar of tien, mm -hmm. als dat de dingen is waar dat je... Je doet echt het werk in de schaduw, je, zet, je, je loopt achter de vuilkar eigenlijk, mm -hmm. je kuist iedereen zijn nest op, en, uh, en als je iets misdoet, dan heb het gedaan. Ja. Maar dat is wel... Het is een, een goede job in die zin dat je zelf beter leert schrijven. Dat je ook leert relativeren, dat uh, zelfs de, de journalisten, die echt de, de, de grote maatschappelijke thema's tackelen, dat die soms ook niet geweldig goed schrijven. Dat, dat mm -hmm. leren we ook relativeren. En, um Wat is een open brief van een journalist? Ik hey, bedoel, als ze natuurtechnisch gaan, hey, of, de, ja. hoe, hoe, of dat je een goede schrijver dat je bent, of niet, laten we naar in het ja. midden. Wij vinden dat je een goede schrijver bent. Mm. Er zit metier in, er zit mm. een talent in. Een open brief heeft dat vaak niet. Hè? Ik bedoel, een open brief is iemand <kugt> die gewoon een, een, op, op een of andere manier belangrijk genoeg is om op het debat te wegen. Ja. Ik vind dat je meer en meer open brieven krijgt. Hè? Mm. En dan denk ik dat ik me nog zacht uitdruk. Vind, ja. Ja, is dat soms ook niet een beetje een uitholling van het pure literaire aspect van de journalist? Ik vind dat ook. Ik vind dat. Uh... Maar nu heb het over een open brief van een journalist, een essay eigenlijk. Of, nee, ik heb of, het over, over, over iemand die, die opweegt op een debat. Een ah, publiek ja. figuur, een publiek figuur. Die hoeft niet, ik, kan, die, ik lees zelden iemand die nu echt geen pen heeft. Ja, ja. Maar, oh, pas op. Ja, ja. <laughs> nee, ja. Um, ja, ik vind dat. Maar ja, je moet ook realistisch zijn. Sorry, als, een, als, een, als, een, als een Willy Sommers kwaad mocht zijn dat Tom Waas uh, met Dos Cervessas uh, een hit ja, in ja. het broodroof deed, ja, dan kun je het ook wel zeggen. BVA die na twee mm -hmm. zinnen achtereen geschreven krijgt en, en weet dat een, een punt op het einde van de zin moet, mag nu ook mijn blad komen halen. Ja, ja, ja. Mm -hmm. het, het, het spijtigste daarvan vind ik de, de standaard bv kolom eigenlijk. Dat ze, of of zo'n wielrennersvrouw, dat ze dan een column geven, die worden er hoe voor betaald, terwijl like, ik daar zit, van, geef mij een column. <laughs> uh, en dan bij ze van, ja, dat wordt dan, ten eerste wordt dat al opgetekend door een journalist, dat ten eerste, dus die mm -hmm. mensen zelf krijgen geld voor... Goed, ja, dat is evenal. Uh, maar uh, het, 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 je moet realistisch zijn in die zin van ja, de gazettensector is niet de meest winstgevende. Zeker, alle, tegenwoordig niet, toch zeker zo'n dingen ik de morgen niet. Want ja, het laatste nieuws zal wel goed rondkomen in het nieuwsblad. En uh, wat is het allemaal? Maar de morgen is een. Is een ja, dat is een kleinere doelgroep. Ten eerste. De adverteerders zijn niet. Of alleen de advertentiemarkt is, ligt een beetje op zijn gat voor de moment. Het probleem is ook dat ze van in beginnen online alles gratis gemaakt hebben. En dan moeten backpedalen. Van ja, nu gaan we met plusdinges werken en betaalmuren. Mensen vinden dat nog altijd wat raar. Um, maar, uh, dus je zit met beperkte. Inkomsten en, en dan begrijp ik wel dat je inderdaad, ja, opiniestukken van gewone lezers, ja, daarmee dan een blad gevuld, vrij goede koop. En, en inderdaad, ja, dat heeft veel zijn waarde, want je krijgt een andere, een andere visie op een thema te zien. Mm -hmm. Dus dat deed wel iets van waarde. Het probleem is dat je niet weet dat je een expert of niet het voor, voor een is. Dat kan een, een huisvrouw zijn dat elke dag een over overeen er wat, Dus dat is, dat is dan niet anders. Maar het, het is een spijtige zaak, inderdaad, dat steeds meer dingen worden een beetje uitgehold. En dat is een, een gelijkjaar voor bepaalde dingen. Uh, bij de Morgen worden veel bu stukken, buitenlandse stukken, uh, of allee, dingen zo, gelijk, over de situatie in Syrië, veel dingen daarvan worden van de volkskrant gehaald. Omdat het weinig zin heeft dat wij iemand zitten, dat dat volgt, of dat daar is zelfs, hm. puur qua, qua geld. Ja. Als, als eigenlijk... Het, 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 de, de blik waardoor dat wij dat zien vanuit ons westerse leven. is in Holland min of meer hetzelfde als hier. Dus kun je dat even goed door iemand van de Volkskrant laten schrijven. als dat bekwame mensen zijn. Mm. Dus ik begrijp dat wel. Dat is gewoon wat spijtig dat je. je eigen identiteit daardoor wat verliest. Maar ja, nood wet. Hoofdredactie zou dat zelf ook het liefste anders zien. Hè? Ja, dat, dat begrijp ik ook wel. En dat, ik zou niet graag hoofdredacteur zijn, want je moet constant zitten. zitten, zitten want dat zijn. De twee hoofdredacteurs dat we hebben zijn echt schrijvende journalisten geweest. Dus die weten goed genoeg wat dat ze zelf hadden gewild. In het allerbeste geval. En dan de spijtige economische realiteit dat van bovenaf wordt ingegeven. Zie, dit is het budget en daarmee moet je het redden. Dus je kunt jij inderdaad wel, en ik ben er 100% zeker van dat bij de morgen iedereen, van, van, van de redactie-secretaresse uh, uh, tot, uh, of allez, hoe dat je het ook maar noemen. Tot, tot de hoofdredacteur wil een zo goed mogelijk product afleveren, naar eer en geweten, daar ben ik 100% zeker van. Dat wordt ook niet gestuurd, wat ik vaak hoor. Ik was onlangs met Peter Hoogland uh, uh, gesprek daarover. Van ja, hoeveel wordt er nu gezegd? Van je moet dat zeggen en je moet dit en dit verbergen. Dat wordt absoluut niet gestuurd. Uh, of, of misschien wel, maar dan wordt het heel goed verborgen dat het gestuurd wordt. Die hmm. mensen willen gewoon een zo goed mogelijk product afleveren. Ik zou ook niet graag van een gazet schrijven als journalist, want die moeten elke dag pompen, verdoe om dat gevoel te krijgen. Uh, de, de luxe van echt van, ah ja, dit is onze specialist op dat vlak, en we hebben een andere voor dat vlak, en dat wordt hoe langer hoe meer, dat is een spijtige zaak, dat, dat is niet meer mogelijk. Dus ja, roei met iemand dat je dat hebt. Nou, je merkt ook dat een aantal dingen in kranten die vroeger belangrijk waren, dat dat gewoon helemaal ja. niks meer uithaalt. De, de recensie van een plaat, ja. of ja. de recensie van een Absoluut. voorstelling. ja. Of zo, vroeger was dat iets waar je van zegt: Ja, ik ben benieuwd wat ze schrijven over. En nu, dat mocht geen niet meer. Vroeger, je, doet dat, je doet dat niet meer. Ik begon daar ja. in, uh, in juli 2014. En op dat moment hadden we nog een aparte cultuurbijlage, elke woensdag, als ik me niet ja. vergis. En een aparte boekenbijlage. Ja. En nu Klopt. is dat herleid tot in de week, twee, drie pagina's. En dan in het weekend, ja, ietsje meer. Hmm. Maar dat is snel gegaan. En dat is spijtig, want ja, de morgen, wat is de morgen? Cultuur en politiek. En als je dan door een spijtige economische realiteit uh, je cultuurkatern gedecimeerd ziet, ja, da, da, dan weet je dat je echt in eigen vel aan het snijden zetten. En ja, dan af en toe moeten er mensen vertrekken. Niemand wil dat. Maar zo is het, hè. En, en dan wordt het nipter en nipter. En, en ik vind. Allez, ik ben niet uh, uh, zeggen, geen apostel. Is, is, uiteindelijk is dat. Ik ben nuchter genoeg om te weten dat is een werkgever, en oké okay, van alle gazetten dat ik mag kiezen was de morgen absoluut mijn dingen maar uiteindelijk, ik ben niet zo in dat dan, gelijk uh, een voetbalsupporter de morgen is, is hut van het en genegeert de negatieve dingen en je, je ziet enkel de positieve dingen maar de morgen, ik moet dat zeggen gelijk hoe dat is, dat probeer wel echt zijn absolute best te doen en, en uh, nu zijn de cijfers en ik indruk weer aan het stijgen wat dan een goede zaak is, en terecht is maar uh, ja, je moet, je moet, het is, het is ja, het is voor een bepaald publiek, hè. Ik merkte bij Michael van Peel, die moest uh, ooit sowieso een stukje gaan doen of iets presenteren toen hij morgen een nieuwe uh, layout had gedaan. En die mm. waren toen afgekomen met die meer zalm. Ah, ja. de uh, meer zalm, <laughs> waarop de Michael toen iets zei dat ik nooit vergeten heb, dat je zei, ah, de zalm die stroom opwaarts zwemt om te gaan sterven. Dat is ja. basically wat dat is. <laughs> niet misschien de beste symboliek voor je achteruitgaande krant. Nee, nee, ja. Ja, pas op. Ja, en uh, mm -hmm. als, als, uh, ik het, als eindredacteurs, ik zeg het doordat je al wat cynischer bent van je eigen en ook cynischer gemaakt wordt door uw beroep, mm -hmm. wordt er dan wel eens, uh, ja, er wordt dan wel eens mee gelachen. Wat dat, je moet dat altijd kunnen, hè. je moet het zelf nooit te serieus pakken. Maar ja, wat, moet je, wat, moet je, wat, 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 wat wil je dat ik zeg? Ja, we, niks. Doen ons, we doen dus ons best het is gewoon een ding dat, 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 dat mij opviel ja. um, want dat is wel wat dat soms ook doorschemert in naarland want we hebben het al vaak gehad over het dat, dat, dat mm. marginalen of het donkeren of de dood of ah, de ja, eenzaamheid de oorspronkelijke vraag was die eenzaamheid er zo niet met u gekomen maar ik, zal dat kan, kan allemaal <laughs> nog gebeuren maar in ieder geval want dat, dat, zal, dat zal ik er wel terug in verwerken ja, maar, is wel... maar, maar het, er is nog een ander deel van u maar ja. dat heel af en toe er is doorschemert mm. Dat ga je je eigen zoiets volledig laat gaan over, uh, over <laughs> muziek. Of over dingen die jij hey, zo van die. Yeah. Uh, ik, ik denk dat ik er zo. Ene vond ik een mooie van u, de, van, van de, eigenlijk degene waar u het boek naar genoemd is, mm. hey, waar Naarland eigenlijk zelf is. Yeah. Waar een coverband duur en integriteit waardeloos is, <laughs> vond ik wel een mooie zin. Hey. Of er is er nog zo ergens een dat je, zo, dat je het hebt over, over kunstmatige muziek, hè? over iemand die zo... Ja, was het? kunstmatige? Matige kunst of zo. Ja, 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 ja. Zo, dat was het. Ja. ja maar maar dingen ja, waar je veel in opboeit ook? Of? Ja, 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 zeker, zeker. Ja, wel, maar ja, maar dat is, ik, kom, ik ben opgegroeid in... Uh, dus ik ben van 87 en rond... 2003 hadden ze een absolute explosie van goede punkrock. En, en mm -hmm. uh, doorom ging pop poppunk, ook al dat ook goeie, uh, zitten er ook goede dingen in. Maar ik was toen heel principieel ik zeg het, ja, ik ben opgegroeid met wat, wat shit. En dan pijzen van ja, moet hier allemaal niet te vrolijk zijn. En, en in, in zo hardere punkrock en richting hardcore zit zo eerder dat, dat underdog-gevoel. Mm -hmm. Dat gevoel van een, een chip on your shoulder. Dat ja. je, je, je begin, Iemand zei me dat van de week. Nee, een paar weken geleden met Lief, denk ik. Van, gij ze precies met een achterstand begonnen. En je moet dat zo precies altijd goed maken of zo. Mm -hmm. um, en dat deed je zeker toen. Hadden je dat in die rock, had Hadden bij no effects en dat soort dingen. had de, had de dat soort mentaliteit. Mm -hmm. En um, ik ben wel. Ik heb wel naar Studio Brussel geluisterd. we kwis niks en zo. Maar dat is al ongeveer het laatste geweest. Zijn dat ik echt goed vond op, op Studio Brussel. Zo dat soort. beetje anarchistische programma's en zo. En zeker toen dat dan de Q Music uh, de kop opstak en gezag jaar na jaar zag ze dus Studio Brussel bijvoorbeeld meer in die richting opschuiven, wat ik om economische redenen begrijp. Maar ik pijst dan van, ja, uh, de, 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 uh, de jongeren die je gaat zeggen, ja, ja, ik ken al Q Music, dus ik, ik kon niet overstappen naar een, iets, naar een derivaat ervan. En de klassieke Studio Brussel-luisteraar die zegt van, ja, maar dit is niet meer mijn Studio Brussel. Mm -hmm. Dus wat, wat bereikte daarmee? Volg je, je eigen pad, blijf je zelf. En je gaat altijd wel die niche hebben, oké, je gaat niet de marktleider zijn, maar je wel je niche hebben. En dus uh, echtheid en oorspronkelijkheid en, en uh, die, dat dingen is heel belangrijk voor mij. Ook mm -hmm. omdat ik zeg, ja, de tijd is beperkt, dan moet je geen masker zitten opzetten, zij wie dat je bent. Hmm. je zijn niet de mooiste mensen, je zijn niet lelijk, maar je zijn niet de mooiste dus je moet dat ook niet gaan negeren, je moet niet bijzen dat je hier de Don Juan van de Denderstreek zet al, al zei je dat vrij snel dat is een, een goede maar... titel voor uw volgende boek de Don Juan van de Denderstreek dat klinkt ik, fantastisch. Vind, ik vind dat ding van Q-Music, ik vind dat wel uh, een heel goed voorbeeld, maar wat ik altijd wel gemerkt heb, omdat ik ook een pad gehad heb en hmm. nou, ik zei eigenlijk op zijn manier ook, van dat je underground ja. naar erboven, heel erboven het gewoon, dat, dat is hetgeen dat ik wel ik kan zeggen dat alle twee gaten hebben, dat we mm -hmm. zeker de twee kanten van het gordijn gezien hebben. En ik weet dat niet. Ik vind zo'n authenticiteit, ja. ik vind dat een heel mooi woord, maar ik vind dat ook een heel moeilijk woord. Mm. Ik weet niet of dat Um, ik zeg maar iets It's underground authentiek ja, is, nee, ja, ik ik, mm -hmm. is. Is Peter van der Vieren misschien dolgelukkig als hem inderdaad Peter ja, ja. van der Vijen is. Misschien is Peter van der de Vijen een wel. veel oprechter merk ja, in zijn ja, ja. gevoorneus. <laughs> dan, dan, dan dat bijvoorbeeld uh, Jake Bannon van Converge. Op een bepaalde ja, dag. Ja, ja. Ik mm -hmm. kan eerlijk mm -hmm. zeggen, ik, ik, ik heb nu twee voorbeelden die ik die eigenlijk er niet toe doen. Mm -hmm. Maar ik heb wel, en dat zal ik nooit niet zeggen. Maar ik heb wel. De grootste corporate shit horen ah, komen. Ja, ja, ja. uit mensen die, als, als gezegd, de camera er ja. niet was, totaal tegenovergestelde deden. en mm -hmm. soms veel oprechtere dingen gehoord van mensen. a ja. de Romeo's, om dit ja. te ja, zeggen. Ja, nee. en ik heb die aflevering gehoord en dat was de max. Ja, en er, er zat je je veel, veel echt, meer, ja. meer punk in de Romeo's. Ja, dan, ja, ja, ja. dan in zo-called so punk-dingen. Mm -hmm. dus dat is ik, dus juist. Ik vind dat wel boeiend dus ah, te dat... Maar ik, ik vind dan dat je ge dat, gelijk dat de Romeo's dan ook die steken dat dan niet weg die, in een interview hier, dat was de Max, dat was heel anarchistisch gelijk dat je zelf zei, mm -hmm. die steken dat niet die gaan dan niet uh, de glatianus uithangen uh, die, die zijn wie dat ze zijn en dat vind ik altijd heel belangrijk je mag van mij zo dom en zo marginaal en zo racistisch zijn als dat je wilt, maar zet dan echt ik bedoel, racisten, ja, dat ga ik nu niet aanmoedigen. Maar, <laughs> maar, maar, maar zij echt. We hebben moest... onze racisten graag echt. <laughs> ik zei: ik ben, ik ben ooit, ze met mij ooit, ze zijn ooit op het onzalig idee gekomen. om met te vragen om eens te gaan spreken voor uh, studentenjournalistiek. in, uh, in Gent, Verdarteveld Hogeschool. En ik zat toen op een heel donker punt in mijn leven. want ik had zussen wat uh, stomiteiten uitgehaald. en, en uh, alles was zo wat uh, tot, tot puin herleid, zogezegd. Dus dat was niet het beste moment. Maar ik zei tegen die gasten: van ziet. Ik leg het dan ook uit, want dat komt eigenlijk wel vaker te sprake, dan mijn paestorven is, en hij is Ik zeg zie, als je iets doet, wat dat ook doet, hoe niche dat ook is, gaat er vol een bak voor. Als je doel nee. in het leven is van uh, in de porno te gaan, en weet ik veel. En je wil dat laten onderspuiten door, door, door 16 gassen, doe doet dat, maar doe dan vol een bak. Ja. Ik zeg als je de kop wilt insnuiven, als, als dat je doel is, doe het dan. Doe, als dat is wat dat je van je leven wil maken. Doet dat. Hè. Dat is nu pedagogisch gezien misschien niet het meest uh, salonfeige. Mm -hmm. Maar ik vind het heel belangrijk. Denk dat ervan je... af welke voorbeelden dat je geeft. <laughs> Die twee waren niet bepaald de beste, maar ik snap wat je wilt zeggen. <laughs> oh, ja, Maar ik wil maar zeggen, de tijd is beperkt. Mm. Verspil je maar alstublieft niet aan een ander te pleasen als je zelf zo niet mm. bent. En uh, daarom, gelijk met muziek. Ik ken. Een goede maat van mij is, uh, was begonnen in de punkrock uh, als gitarist, een geweldige gitarist, een geweldige muzikant, is dan gaan studeren. En op een gegeven moment is hij gestopt met studeren, omdat zij ziet: Ik wil alles op muziek zetten. Natuurlijk, dat is een heel onzeker bestaan. Jij weet dat ook, mm -hmm. je moet er wat kansen nemen. Uh, en die je speelt nu, uh, zo in de slager zien. Ja. Want die treedt veel op en die, een, ja, die heeft een enthousiast publiek voor hem. Ja. En, en dat is niet nie waar dat Nastine van dacht: van ja, dit is rock and roll en dit is het leven. Maar ja, die, die leeft wel zijn droom, die speelt elke dag, mag elke dag met muziek bezig zijn. Die heeft een enthousiast publiek, die wordt betaald. En als dat is wat dat je, wie dat je geworden zet, dan is dat de max. Als hmm. je dat doet, puur voor de commerce, dan vind ik dat. Heel lelijk. Ja. Ik vind het wel spijtig. Maar die gast zegt: dat is mijn leven, dat is wat ik wil doen. Muziek speel, ah wel, de max. Er zit ook zo'n uh, zo stuk in, hè? zo een, van uw, uh, een ja. van uw columns van die Charmezanger. Op de, ook een beetje ja. heel herkenbaar. Zo vooral de afstand tussen de mensen met drie tanden <laughs> en dan de kinderen die ertussen doorlopen te spelen. Ja, 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 ja. En zelfs als, als band die, 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 wel die wel succes had ja. of zo, heb je dat ook meegemaakt. Tuurlijk. Je hebt wel altijd... gestaan op van die plotsen. Tuurlijk. Het enige dat, dat, je, dat je niet hebt, is, is zo op dat moment he, nog zoiets van, je zit dan bouwen om de weg. Ja. En maar, je zit dan. Maar hetgeen dat, dat je daar leest, is die gast, <laughs> het is het einde. is het einde, hè. He. <laughs> en het einde is, is, dat heb ik toch ook altijd als ik dat las, want ik heb er ook al veel over nagedacht. He, van stel uh, dat dat is waar het eindigt. Mm -hmm. he, dat je zo. Het, hoe lang eerder. Blijf vastklampen om ja, ja. dat lijk van een droom. Ja, ja. Vooral eer dat je dat loslot. Maar vooral eer een... dat, je, dat je letterlijk zegt: Ja, ik ben eigenlijk misschien nog gelukkiger als ik gewoon pinten ga tappen in een café. en ja, ja, ja. deze allemaal achter mij laat en ik het gevoel heb dat ik mijn waardigheid nog heb. Ja, 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 dan ja. dat ik hier eigenlijk. Ja, maar daarom heb ik wel altijd respect voor. Ze. Ja, uh, oké, want het is dubbel. Ja. Je, je, je kijkt ook niet naar die mensen. Want je denkt: Je moet het maar doen of zo. Ja, hè, want dat ja, ja. is ook niet. Want ja. ik, ik, ik ben een, een, een closet het worstel van. Uh, en je hebt bijvoorbeeld Terry... WWE ofzo, oh, dat Ja, de oudere oh, ja, 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 nog beter. Want nu is het to shit. al hè. Maar yeah. anders is het zo Terry Funk, wat yeah. dan een, uh, een hardcore wrestler was. En acteur ook, hè. En N acteur ook, Redelijk ook, in veel films just, gezien. Ja. Uh, en well, die is uh, op zijn 72 ste voor de tiende keer teruggekomen als worstelaar. Maar die een hardcore worstel, dat is met prikkeldraad, dat is met wijsdraad, dat is stevige stuff. En je zo, hij doet dat. Dat is gelijk de wrestler, zo. best van, doet dat niet. En wat... Voor wie, voor wie is dat nou? Ja, ja, dat is voor hemzelf. Ja. En daar heb ik wel respect voor dat je zo dat je dat Of een Paul Savers in der tijd, ja, die een, die een is ook tot, ja, tot zijn laatste snik blijven optreden. En dat was dan twee drie keer per dag uh, die speel was driehonderd keer per jaar. Mm. En ja, die beseft ook wel dat een dag op een duur zijn zo wat verworden tot een of uh, ja die Wally was dan ook zo ja. iemand tot een soort attractie. Maar als die mensen mens daar gelukkig van wordt en als dat is wat dat die je wil doen, dan vind ik dat dat max. Dan verdient dat wel respect. Want dat is wel wat je dan soms vergeet, omdat je dat vanuit je eigen oogpunt bekijkt. Je beziet dat als: voor mij lijkt dat de hel. Want dat is zo. Ik kan dat zien en ik kan alleen maar. Ik word daar in en in triest van. Absoluut. En ik denk: deze is zo'n misse cassette en zo. En ook zo: dat ding dat jij ook zegt: mee allemaal. En er gebeurt zo niks. Zo dat vreselijke. Ja, die vreselijke. N Zou je dat doorhebben, N dat, moment? Zou je dat moment? Dat vraag ik mij ook even. Hadden die een moment? Ik hoop voor mezelf. dat we... Ik ah, vind dat wel, wel dat, we, dat we bijvoorbeeld mee. Wij zaten uiteraard helemaal niet daar met onze band. Maar wij voelden wel dat het ook niet veel langer meer moest blijven duren. Mm -hmm. Allee, er zat toch iets in ons dat zei van. Ongeacht waar dat dan naartoe gaat. Het, het hoogtepunt van wat dat deze is. Ja. Zeker met de inzet die we er nog voor wouden opbrengen. Ja, ja. Dat was het. Ja. ja. He, je voelt Rekker. wel van, er zit een eindigheid aan en je wilt alleen nu bepalen waar het eindigt. Ja, ja. En niet, en niet in, een, in een soort. Uh... Maar het is inderdaad met, maar uiteindelijk komt dat toch hoe dat je het zelf voelt, want je hebt zo'n band. Ja. Ik een heel goed voorbeeld, is die een band Therapy. Mm -hmm. Ja. En een band dat... die ook wel cool zijn omdat ze. Blijven ja. Dan bent je, dan bent je, werkt er mainstage twee jaar achtereen, plat speelt, alles hier doe. dit en ja. dat. En op een bepaald moment. Eigenlijk gewoon zegt, oké, okay, oh, nu is 300, 400 man, maar dat is ook goed. Ja, en, maar jij hebt het eigenlijk al gezegd, zo, want het, uh, waar het eigenlijk op neerkomt, is hoe graag dat je dat doet. Ja. Als dat echt hetgeen is waar je van zegt, ja, maar ik word hier nog altijd gelukkig van, of tuurlijk. dat dan na 40 man is of, of 4000 ja, ja. man, en we zullen nog altijd onze momenten hebben dat we wel sowieso nog eens een groot festival doen, en ja, dat ja. kunnen we, want we hebben hits genoeg om het mee te kunnen hè, in het geval van therapy. Ja. Die zijn nog altijd live kijken, die geven ook niet minder als ze voor voilà. 100 mensen staan en dan voor, voor 10.000. En dan denk je, ja, dan is dat misschien waar. Ja. Maar als je ook voelt dat hij op een bepaald punt, ja, wij wisten ook dat wij op dat vlak niet therapie waren. Er ja. was zoiets in ons, denk ik, dat wel zoiets had van ja. Het is goed geweest. Het is, geweest. Het is een beetje gelijk als je het als ja. te horen krijgt dat je Alzheimer het. <laughs> Goeie nover gek. Nee, maar het is, het is heel veel. Je hebt mensen dat zeggen van. Ja, maar ja nee, dan moet ik, ik. wil zelf bepalen wanneer dat gedaan is. En voordat ik mijn dingen verlies. En ja. er, dat doen zo lang mogelijk vastklampen aan het leven. Omdat ze graag leven. Mm. En ik heb voor alle twee veel respect. Ja. Van buitenaf is het natuurlijk spijtig als je daar inderdaad iemand in zijn eigen kak ziet zitten. In, in de recreatiezaal, ja. al vier uur. Dus ja, dat, ik begrijp het. Maar. Het enige dat er ook nog zou kunnen zijn, is dat ik denk: ik ga gewoon blijven leven, want dat is echt zo vervelend dat is mogelijk voor al de rest. <laughs> dat is de weg dat ik kan wandelen. <laughs> ik had het gevoel dat dat daar al zo stiekem ergens naartoe had gehad. Ik <laughs> ook al, veel van uw, van, uw, van uw columns, er zitten heel veel lagen in. Hè. Elk woord telt. Gel, ja. maakt er echt meer van dan dat. Nee, ons. dat is nee. niet waar. Zo. Is nee, niet nee, waar. Nee, nee, nee. Jij mag er nu minder van. Nee, dat is wel, het, maar, ik ik, ik, ik pak wel Pak dat compliment. He? Ja, Naar, oomangen, ja, nou, nou is aan Zelfs de regen is gestopt, want out was het weer beginnen regen toen jij hier zat. Uh, ja. <tolfen> 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 en het ging niet regenen vandaag. Het ging niet regenen vandaag. Uh, maar God las je boek. Uh... <tolfen> Toch iemand? <tolfen> Wat ging hij zeggen van en, uh, en wel dat je in de, de comments, als je miserie beschrijft, dan vind ik dat je er ook heel analytisch over gaat. Dat is eigenlijk dat je, je beschrijft de situatie <tolfen> en je, je pakt eigenlijk. Hey, bijvoorbeeld, of dat het iemand is die optreedt, of, of iemand die ja. in een café onder een toog zit, hey, het, het, de, de versplinterde droom. <laughs> Eigenlijk is het heel analytisch, zo van in uw beschrijving. Mm -hmm. hey, de situatie wordt erg omdat er verschillende variabelen zijn die naar onder zijn gekeerd <laughs> en niet naar boven. Als je zo'n column begint, ja. begin jij dan met een zin of begin jij met een beeld? Goh, dat is wel een, een echte schrijversvraag. Um, wacht hè. Soms is het dat, dat er met een, 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 een zin te binnen schiet. Altijd op het meest dwaze moment. Hè? Als je in de douchstal of als je in notto zit, of als je in een soort van flow zit. Zo. Dat je ergens tussen echt aan het denken en het dromen zo. Je weet van tijd zij aan het rijden en bij zo, ah, ik ben hier al, ja. ik ben al thuis, of allee, ja. dat soort, en in uw douche ja. Ja, dan, dan, ja, dan probeer je ook al een brievenbus van achter in uw notto en zo'n <laughs> overschot van een kinderfietsje. Zo. Amai, ik heb niks gemerkt van het feit dat ik hier langs gered. <lacht> <lacht> dus soms is het zo dat je denkt: oké, okay, dat is wel een toffe zin of zo. Van, of, maar inderdaad, soms, meestal is het een beeld eigenlijk. Dat ik uh, iets gezien heb, of dat ik aan iets denk, of gezien een film, of wat is dat en dan pijs oké, okay, een variant erop, of iets dat je zelf meegemaakt. Ik zeg het veel van de dingen heb ik zelf uh, meegemaakt of gezien bij, bij mensen dat ik ken. En, uh, en dan ze, oké, okay, hoe kan ik dat? Hoe kan ik dat nog erger maken? Want dat is altijd de ding. Ik pak dan iets en ik, alle, ik probeer het alle positiviteit eruit te trekken. Dat was echt op een gegeven moment de stijloefening van oké, okay, hoe hard kunnen we gaan? Ik vind dat het nog meevalt al bij ons, hè, want Zoude, oh, het, het hoe hoe had ze? Uh, ik, uh, ik, een heel een van u, wat je schrijft ook, tv uh, columns. Yeah, ja. ja, af en toe word ik ja, gevraagd om te En wel. En die heel of. En ik heb onlangs eigenlijk iets gezien op basis van een tv column dat ik van u zag en dat ging over uh, becoming van uh, Michelle Obama. Ah, oh, Michelle Obama. Ja, 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 ja. ja, ja. ja eh, maar... En ah, wel. Ik heb het. Wel, <laughs> Since het, when the first ladies act like yeah, they yeah, got yeah. elected? Bill ja. <laughs> yeah, yeah. schitterend. Ja. Yeah. Ja, en wat ging ah, wel, ik vond dat ging in de Wel, Ik vond dat een heel schoon voorbeeld. waar dat je eigenlijk. Eh, je, zit, je, je, je kijkt er half naartoe. Ja. en die film. want ik ging er naartoe. en ik had ook Bill Burry met een kop. en ook gewoon als je een vraag vraagt. denk ik dan. come on, ik kan wel iets yeah, vinden. Ja. En je begint om die documentaire te zien. en je zit er echt zo. je zit zo als een sniper te wachten. <laughs> come on, Michel. <laughs> <Dat is eerlijk. laughs> Kom het. Eh, en je begint te zien. en je hebt vijf minuten. en je hebt uh, shit we hebben het niet... nog niet mogen komen, je ziet dat, je pauze, je ziet het, nog een uur en negen minuten te gaan, dus mm -hmm. een moment komt, en, ja. en voordat je het weet, zit zo, minuut 58, je denkt, godverdomme, ja, 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 ja. die gaan mij toch niet liggen hebben. Hè? Ja, de geweldige komiek Louis Black heeft ook zoiets, dat moest optreden met Vince Gill, en die had dan een lied geschreven over zijn vader, zijn overleden vader, en dat was een prachtig ding, hè? en die mens was, was hè, zijn vader was echt zo... He, he meant everything to everyone. Mm -hmm. and, then, and all I could think of was: uh, Shit, I don't have time to go home and kill mine. Dat is ja, ja, van ja. Je ja, ja. ja, vind niks. Je wil niet. Wil en, wel, niet en, en daarom wil ik het zeggen mm -hmm. waarom dat Obama ding is, ook je ziet die reportage. En je kunt eigenlijk niet verder komen als. Het is te goed gemaakt. Ja. Maar dan weet je dat je verloren hebt. <laughs> en, en, en ik vond dat wel... Ik, ik vond dat een heel cool ding. Omdat wat je doet, is dat je voelt een miserie. Ja. En ik geef toe, ik vind dat je een beetje verloren hebt van Michelle Obama. Je, hebt die, je hebt die gevonden. Tuurlijk. En dat is wel echt dat die vrouw zo, zo, zo bijzonder maakt. Ja. Dat is zo... Of de editor, dat kan ook. Ja, goed, maar mm. zij, zij gaat er mee lopen. Ja. Tuurlijk, hè, absoluut. Dat, dat In Vlaanderen denk hè. ik dat het makkelijker is om iets te vinden. Ja, maar het probleem <laughs> is dat ze bij de morgen op een gegeven moment ook zeiden van ja, maar ja, afzeiken is wel heel gemakkelijk. En dat is ook zo. Mm. Het is dus niet zo gemakkelijk voor een of iemand dat iets schrijft om, om iets te vinden dat je volledig kunt afzeiken. Mm -hmm. dat, is, dat, is, dat is niet moeilijk. Maar om te vinden dat dat goed is en daar... Iets geestig van maken is, is al veel moeilijker, vind ik. Ja, als komiek zult dat ongetwijfeld ook. Ja, het is, het wel... is leuker om iemand, om iemand um, bij wijze van spreken aan te vallen of erdoor te sleuren ja. die je niet iedereen tof vindt. Ja, en ook, en, dat is en, veel en, moeilijker, want ja. dan moeten echt iets vinden waardoor dat iemand uw standpunt begint in te zien. Ja, ja, ja. Van, hè, ik, denk dat ooit, ik denk dat Sarah Silverman ooit eens zo'n stuk had over Martin Luther King was an asshole. <laughs> He, wat niemand vindt. He. Dus dat, is het, dat vond ik heel cool om die oefening van haar, dat ze zoiets ja, had ja, ja. van: ik kon hier eens even. Ja. gaan op iemand waar over het algemeen de consensus ja. van bestaat, dat dan een hele goeie, belangrijke is. Ja, ja. was. Ik was, ik was ja. zo blij toen dat uh, van moeder Teresa uitkwam dat dat ook maar een teef was. Yes. Dat vooral Christopher Hitchens was daar een held in, ja, om eruit. heel duidelijk erop te hameren hoe vreselijk <laughs> dat die was, want dat eigenlijk heel die carrière alleen maar neerkwam op een soort anti-abortus standpunt. Ja, voilà. Zo, en hij kan dat heel goed uitleggen, waardoor je er zit en denkt, oké, okay, uh, ja. moet Moeder Teresa was bij mij, ik ben niet Moeder Teresa, hè? dat zit yeah, letterlijk yeah. in de taal. Yeah, een, een persoon die alles goed doet voor iemand anders. Geen hol van waar, wist Christopher Hitchens te vertellen. <laughs> en God gave him cancer. Yeah, yeah. Dat hij zelf ook nog heel hard mee gelachen heeft. Dat hij ook zei, zeker tegen het einde van zijn leven. Want hij was ook een schrijver en een journalist, hè? Yeah, Vanity yeah. Fair, denk ik zelfs. Yeah. De mooiste stem dat je ooit in je leven hebt gehoord. Die mensen kunnen een telefoonboek ja, ja, ja. laten voorlezen. En dat is fantastisch. Mm Hij -hmm. heeft ook dat boek God is not great geschreven. was zo een van die... Je hebt Richard Dawkins ja. en get, uh, Christopher en Hitchens. Hitchens ja. De twee grote atheïsten. Zo. En die was... Uh, ja, dat is onwaarschijnlijk hoe dat die uh, Geen schrik had om Moeder Theresa kapot te schieten, waar iedereen bij was. Mm. Een vraagje toch? Ga hey, gaas comedian, ga uh, uh, ja, professioneel, uh, professioneel optimist. <laughs> de zon. <laughs> Ach, zo'n overroepen <laughs> stuk. Je licht in de lucht, wat een kut zo is de zon. Sorry. Uh, vertel. <laughs> hey, uh, Martin Luther King, Michelle Obama, uh, whatever. Yeah. <laughs> Bill Burr. De ja. Een stuk over Michelle Obama. Gelicht strijk, Absolute. dat is een briljante comedy. Ja, vooral omdat hij dat vergelijkt met, met Republicans. Say what you want about Republicans, but they've got their first ladies in line. <laughs> hey. George W. was, was, was uh, president for eight years. I don't even know his wife's name. Ja. En ik moest toegeven, ik ken ook niet. Ja. Ik wist zelfs niet hoe dat hij eruit zag. Ja. Barbara Bush, weet ik nog wel. Van de papa. Ja. Maar die, ja. ik dacht echt, van, inderdaad. Ja, gewoon tot dat, dat die je nooit in beeld gestaan ja. voor zolang dat Wel, George W... Uh, voor, de, voor de mensen die, ja. die, die, de, uh, die de column van de, van de Frederik nog oh, niet gelezen hebben, Frederik haalt nog een ander reliquie uit de Vlaamse politiek boven, <laughs> namelijk uh, ik denk, de, Célie, de vrouw van uh, Jean-Luc de Hane, ja. hè, dat mm -hmm. wat eigenlijk dan de Michel Obat, met hem zo'n heel vergelijk, waar mm -hmm. je eigenlijk ook ineens ziet het verschil tussen <laughs> ja, Vlaanderen ja, en, 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 en Amerika. <laughs> maar is dat eigenlijk is dat de job dat je... Dat je hè, er zijn obvious enemies... Hè, mm -hmm. Ik bedoel, die gasten, zeg maar eten, de BBP medicijn 80 keer duurder ja, maakt. Ja, ja, ja. whatever. Ja. Mm -hmm. Maar is, is, dat de, is dat de job dat je toch moet doen? De, sorry, Michel, maar we gaan blijven graven dat we het vinden. <lacht> <lacht> uh, is deze entertainment of is dit gewoon ja, bewegen op het debat? Goh, die, die tv-dingen, dat is pure lol eigenlijk. Mm -hmm. Dat is ook wel een wat. Want dat is een van de dingen dat ik wel graag schrijf. Is inderdaad zo let. Omdat je, ja, je wil gewoon de mensen doen lachen. En dat is het, het, een van de nobelste dingen dat je kunt doen: is iemand proberen te doen lachen. Um, en dat is eigenlijk mijn enige, mijn enige drijfveer met die dingen. Dat is, ik zeg het, de miserie is in, in die eh, heb ik daarin gepropt. De mensen, want dat was ook in mijn jeugd een soort copingmechanisme. Van ziet als ik een ander doe lachen, zou ik zelf misschien mee beginnen lachen. En, en is het toch nog een fijne dag geweest. Of op zijn minst iets goed gedaan voor een ander. Mm -hmm. um, maar dat is eigenlijk. Dat getrokken gewoon... het van mij toch ook heel vaak. Van... Ja, van later zaterdag. En dan komt er thuis en zijn volledig wij volledig leeggezogen natuurlijk. Maar uh, <laughs> niet, niet op de goede manier. Maar. <laughs> <laughs> maar oh, maar uh, die, die uh. dingetjes, dat is gewoon lol trapperij. En inderdaad, ja, dat is zo'n tv-column-rubriek in de morgen, waarbij je dan een week lang dat moet filmen. Maar ja, ik, ik kijk eigenlijk geen tv, omdat veel tv is shit. Dus ik, ik ben zelf met dat ik zeg, alles moet de moeite zijn, zoek ik dingen dat ik wil zien. Hmm. En dan is voor mij de, de dingen van: oké, okay, ja, ik heb geen, geen kabel of geen, geen Digibox. Dus dan ga ik op zoek bij, bij VRT.nu, VTM Go, Netflix, uh, YouTube en dat soort dingen. En dan probeer ik zo wat, oké, okay, ik probeer zo iets, een oud Vlaams programma. Om eens te zien van ja, van waar komen we? En dan gaan <laughs> we zo uit bij Benidorm hè, met, met Johnny Voners en, en Janine Bischop, zo een van de hmm. eerste VTM-dingen. Ja. Hoe, hoe erg was dat? Is dat als je Dat dan is nu... verschrikkelijk. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Je hebt er nog zo weinig besproken, echt we was een, dat was een. dus ook zoiets. Goh. Uh, ja, dingen, uh, mijn camping. Ja, met die campingbos? Nee, nee, nee. Dat is ding dat ik altijd schiet, nee. nee. met dat ik Hoe heette dat nu weer? Ja, de, uh, wat, de, 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 wat, die heb ik ook gelezen. Met, met Werther van der Sarne. Ja, voilà. Met die, ja. Ja, ja, ja. En, uh, en dan pijs ik van, oké, okay, hier ga ik een keer uh, wil zo wat proberen hoogdraven te doen, ook weer parallel trek Ja, voilà. Ja, zomerrust. Zomerrust, ja. Dat was het inderdaad. En daar probeer ik dan, oké, daar laat ik me dan eens op gaan. En dan probeer ik inderdaad iets kwalitatief en... En omdat ze dan zeggen, ja, afzeiken is te gemakkelijk, dan probeer ik eens iets anders. Maar eigenlijk, ik, je merkt dat mijn lief zegt dat ook dan, van, ja, maar dat zei jij niet. Ja. Dat is niet uw ding. Nee. Dat is gelijk dat jij plots zou beginnen uh, een stijl... Alleen, een, een, een like Carrot Top of zo dat je met Ja, 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 met, ja dat hey, ik, props ik een prop comedian vanuit. wordt. Dat zou nog wel funny zijn, zo, zo. Een zaag met een bril op. <laughs> It's a seesaw! Ja, He, zo, <laughs> dat soort. Ah. Je moet, je je moet een beetje nu niche kennen ja, 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 Dus ja, dat is ja. eigenlijk gewoon lol ja. Natuurlijk, als jij juist dat programma gemaakt hebt, hè, zo, een, een, een van uw ah, ja. collega's, zo het Tom programma dat is een ja. uh, mm -hmm. van de hardste... Review. Ik heb hem hier naar u gestuurd. Dat is iemand die een review... Tom tombone had een, een mm. programma gemaakt. Ja. Uh, Tom, Tom doet dit, Tom uh, doet dat, die die allemaal de, Die heeft zo, zo 700 uh, ja. werkwoorden in de derde persoon enkelvoud opgezocht, ja. Ja. Met, met eigenlijk, om dan naar een andere ene finale een te komen. Tom tv, Tom uh, gaat naar de bakker, Tom uh, ja. handen, en dan op het einde... Om eigenlijk de saaiheid ja. van dat programma te etaleren, maar dat ja. was, een, dat was ja, een, 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 een werkkracht ingestoken, want ik denk dat dat niet simpel is, voor een, zelfs van een journalist, <laughs> voor uh, zoveel werkwoorden. Nee. Ja, Van die regisseur is dat wel zo... Dat is pijnlijk. Ja. ja, ik hoop maar dat jij dat, geamuseerd is. Hoop dat je, je het. Ja. <laughs> maar dat is het ding. En, en ja, als komiek weten we dat ook. van ja, Je mag niemand sparen. Hè. Mm -hmm. Dat is het offer dat je brengt. En je moet dan hopen dat ze er kunnen mee lachen. Maar ah, ja. zolang dat je het gelijk verdeelt, is het ook oké. Okay, dat ja. is het goede er aan. Maar gelijk in dat boekje ja. staan ook dingen over mensen uit mijn familie en zo. Hè. En dat mm -hmm. is dan negatiever gemaakt. Dus dan moet je hopen dat zij beseffen: oké, okay, dat is misschien gebaseerd op mij. Maar dat maar... zeg ik, ik niet. Maar dat is niet altijd door. Nee. Ja, maar dat is het offer. Dan moet je niet creatief zijn. Hè. Dan, moet je, dan moet je gewoon in je slaapkamer blijven zitten met, met je dingen. Nee, Van uw mooiste zinnen, dat is het uh, dat is, uh, nummer 17. Uh, <laughs> dat is... Uh, <laughs> dat vond ik een hele goede nog. Uh, omdat dat niet zo typisch is. Um, allez, wat, wat ik heel cool vond, want dat je ook bij de morgen zit en je, je hebt bepaalde dingen die dat je, dat je vertelt, dat wel heel duidelijk hebben dat jij geen, geen rechtse strekking hebt, of dat jij niet zo nee, iemand bent zijn, ook helemaal. Hè, Mm -hmm. Compleet oké, okay. maar die in ene zin vond ik wel fantastisch. Emancipatie, moet je vooral kunnen voelen aan het gewicht van je handtas. Vond ik eigenlijk een hele schone. Hè? Zodat, dat zo da, da modern feminisme toch ja. ook maar heel vaak gaat om. Ja, ja, om hè, zo, omdat je, is, omdat je ook zo niet ja. te zeggen van ze staan allemaal niet aan te schuiven voor de weg te gaan plaveien. Je nee, moet het vooral inderdaad. merken bij prestige en bij dat soort ja. dingen. Ja, wat dat moet uitkomen. Wat ja. dan natuurlijk begrijpelijk is, want ja, waarom zou je sta roepen om zelf weer negatieve dingen te ge, gehoopt, enkel op de positieve dingen. Mm -hmm. Maar inderdaad, ik, ik probeer ook wel, ik probeer een beetje apolitiek te zijn in die een boek al dus wel. Ik ben vrij openlijk, heel links. Mm -hmm. uh, ik ben zo van een groene PVDA zo'n beetje, omdat ja, als de planeet naar de kloten is, dan dan mocht er nog zo'n racist zijn als dat je wilt. Neem of? nu afstand van Mao. Nu. Ja, ja uiteraard. Nu. Uiteraard. Ja, dan heeft toch gemist een één iemand gedaan. Nu. Hier en nu. Neem nu ja, ja, afstand van Mao en Stalin en wie is het dat, allemaal? Dat De vreselijke... grote sprong voorwaarts ja. uh, was, uh, was wel een goede. Ja. Maar ja, For... they basically kill their own people. so who cares? Ja. Dat is ook een klein beetje wat dat al vaak is. Hè? 80 miljoen Chinezen zijn die niet meer genoeg. Ja. Hè, zo, dat, ja. soort, uh, ja. dat soort houding dan toch maar weer. Nee, dus. Maar Oh, sorry. dus zelf ben ik een hele links en en gelijk ja als je het communistisch manifest leest ik begrijp niet wat je daar kunt tegennemen dat is gelijk als je de tien geboden leest ja wat kun je daar tegennemen dat wil niet zeggen dat ik een katholiek oh, deze drie gewoon al over god dat heb ik er al tegen oh, ja oké okay, ja, dat is uh, dus... maar de, de laatste zeven de laatste zeven geboden dan wel uh, maar, uh, um, dus ja maar ik probeer ook wel uh, Soms wat in mijn eigen vel te snijden. Daarin. Want ja, het is niet omdat je principieel zet, dat je perfect zet. En, en ja, gelijk dat emancipatie. Tuurlijk vind ik dat vrouwen evenwaardig zijn aan man op bepaalde vlakken. Ja, gewicht even, ja daar ga je misschien eerder naar mannen, omdat daar beter in is. Maar als mens, als wezen, als, 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 als brein, zijn mannen en vrouwen even goed. En, en, en ik heb zelfs een serieuze voorkeur voor vrouwen. Mm -hmm. Want. Ik, ik ben natuurlijk ook niet. Ik besef ook dat ik door zo'n goede moeder, heb, dat ik een, een misschien een wel vertekend vrouwbeeld heb, hè? Dat, ik, dat ik die op zich op een piedestal zet en dat dan, als ze dan weer wordt afgewezen, ja, dan ben je natuurlijk daar extra van gedaan. Terwijl. Van man ga ik ervan uit dat het een teleurstelling is, hè? wat dat ze toevoegen aan mijn, aan mijn leven. Mm -hmm. Dat van mannen weten, door zelf een man te zijn, hoe bazaal dat je eigenlijk moet zijn. Wat voor een, een geschoren aap dat we eigenlijk allemaal moeten zijn. <laughs> Allee, ik bedoel, daar moeten we niet onnozel over doen. Maar een vrouw heeft zoiets iets hoger, zoiets ja. gewoon dat Dat, dat hebben ze ons met... allemaal wijs gemaakt, maar dat is nou, ja, wel waar. Ja, ja. allemaal... Maar op zich, uh, eh, ja. een man is zoiets lomp en zoiets... Ja. Ik weet niet, alleen... het is kat en hond, hè. Ja, ja, voilà, ja voilà. Voilà. ongesofisticeerd, of zo lijkt het toch. Zo, ja. voilà, also, voilà. Vrouwen zitten op een bepaald vlak inderdaad wel gesofisticeerder in elkaar, heb ik ja. het gevoel. En met een dochterken merkte dat ook, dat je... Zo, zeker op verjaardagsfeestjes. toen die nog echt klein waren. dat die zo vijf hmm. jaar waren of zo. Ja, die meisjes die zitten in de kring. Uh, zo een mes in mekaars dromen te draaien. en, 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 jo en jongens die breken gewoon heel het kot af. Ze moeten heel de tijd tegen ja, ja, ja. stop ermee, gof van die tafel af. stop met mee, laven. Nee, dat dient niet voor mee op die is een kop te kloppen Zo dat ding. Dus er zitten, wel, er zitten wel echt dingen. Tuurlijk, aan, ja. aan de basis waar je al voelt waar dat het zo uh, gaat botsen. Ja, ja. Later, de, de psycholoog. De schade gaat zo ja, ja. veel langer mee. Ja, zo dat is inderdaad. <laughs> Zoveel mooier. Ik weet niet meer wie dat dat ooit heeft gezegd. Zo van uh, girl, uh, so little boys uh, just break stuff. Little girls destroy your soul. <laughs> maar dat is. Er zit wel een soort waarheid in. Want die kun je wel zo penetreren, los door al je shit. Ja, 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 en daarin zitten en denken: ja, oké, okay, zo dit is toch, toch een verschil of zo. Tuurlijk, maar wat, ik dan, wat ik dan doe in zo'n stukje, is natuurlijk het uiterste opzoeken. Hè. Je kent allemaal van die mannenhaters. En, en ja. dat eigenlijk zeggen van ja, het moesten allemaal dood zijn, zou het veel beter zijn. Wat dan even belachelijk is als, als het tegendeel te bewegen. Mm -hmm. Dus daar probeer ik dan natuurlijk wel uh, ook een beetje in te koteren. En, en door dan te zeggen: ja. Het is inderdaad zo dat het altijd gaat over meer vrouwen in bestuursraden. En niet over meer vrouwen op, op bouwwerven of zo. Hè. Of gelijk als hier in het zeggen, Bawaarf. Ba uh, Bawaarf. <laughs> dat is een prachtig woord. Maar dat jij en toe wel eens last kunnen nemen van een spierstaaf. <laughs> <laughs> dus ja, dat is natuurlijk. Uh. Ja, natuurlijk is dat, uh, is dat niet helemaal in balans. Maar uh, op zich heb ik dus niks tegen vrouwen. En ik, hmm. ik zeg het, ik, uh, ik heb. Van mij Ik ging er ook niet van uit dat je iets tegen vrouwen had, zo, want dat, Ik vond het net verfrissend en net ja, leuk. Ja. Omdat je wat dat je doet, is, is als je echt uh, wat je ook met humor of met comedy doet, of wat hmm. ik er toch mee probeer te doen, is je probeert wel bij iedereen de bullshit eruit te ja, halen. Voilà. Afhankel, afhankelijk van leren. wat de politieke achtergrond of de ja. strekking is, het is ook niet dat iedereen die meer aanleunt bij uw manier van naar mm -hmm. de dingen te kijken, daarom altijd alleen maar dingen vertelt die nee, waar zijn of ergens op slagen. Tuurlijk. En hypocrisie valt altijd op. Hè? Voilà, afhankelijk zo. van waar dat het toe komt, wat dat je ook probeert te doen, mm. je merkt meteen wanneer dat iemand niet echt staat achter wat, dat, wat ja, dat hij of zij zelf absoluut. zegt. Dat ja, je ja. heel erg het van. Of zelfs nog. Totaal onironisch niet door hebben mm -hmm. dat, die, dat die letterlijk hetzelfde doen als de persoon ja, ja, ja. waar ze een probleem mee hebben. waar tuurlijk, tuurlijk. je echt van denkt. Dat ga je gaat zelf niet door, dat <laughs> deze totaal niet klopt. Dat moet ja, toch, als je je eigen logica <laughs> al vooruit trekt, moet het toch al botsen op mm. die muur. En dat doen die niet. En dat is heel dat funny. Is en dan, en dan merk je zelfs, en dat zijn degenen die nog gemeener zijn, waar ik het nog, nog meer hmm. mee heb. Dat zijn degenen die eigenlijk wel weten dat ze vol of ja. shit zijn. Ja, ja, ja. Maar wat doen die dan? Dan gaan die zo alle definities allerlei addenda er ja, plakken, ja, ja. waardoor ze toch gelijk krijgen. We ja, ja, je van denkt you know you're full of shit. Wat, wat ik soms zelf ook wel eens, Ja, Natuurlijk, <laughs> maar wat dat we allemaal doen, want daar zit een mens voor. Hè. Voilà, je zult altijd je eigen standpunt wel kunnen verdedigen van op een manier dat je het niet goed gepraat krijgt door iemand anders. is Maar dat is wel. Ik vond dat leuk dat er af en toe ook zo, omdat hè, de rest is heel. Um, de, de, van, ja, wat ga ik eigenlijk ook heel goed zeggen? Want ik, ik had dat hier nog opgeschreven. Ik vond het heel persoonlijk en totaal onpersoonlijk tegelijkertijd. <laughs> Omdat je het heel beschouwend bekijkt. Ja, dat is weer die eerste Maar, ge, e maar e je e voelt wel dat jij dat wel voelt ook. Mm -hmm. Want het is niet ongevoelig geschreven, maar het is nee. wel heel hè, kleine dingetjes die jij schrijft, die ik heel schoon vind. Zo een man met een, hè, met een petje, met een tatoeage op zijn arm. In een taal die hemzelf niet machtig is. Ja. Vond ik ook al kei schoon, want we kennen ze allemaal. Tuurlijk. En zo, Japans teken hier, yeah. Chinees teken daar, of in het Engels zelfs. Hè, yeah. Want ook daar, geen woord Engels spreken, maar wel... Yeah. Uh, what I want from the universe is that I thank it that I not always get what I not want, ofzo. Dat je denkt, ja, tuurlijk dat. Tuurlijk. Zo, dus het is, het, is, het is ook wel... Ja, dat is heel herkenbaar. Maar tegelijkertijd voelde ook wel dat jij er iets bij voelt. Dat, yeah. dat dat niet iets is dat je alleen maar beschouwt. Ja, ja wel, maar daar komt de dus zoek die, omdat je daar zijn van zoiets die dat eenzame dat er zo wel in zit. Mooi dat je hem terugpakt. Voilà, goed zo. Well done, well professional. done. Professional. Took de hint. <laughs> goed gedaan. <laughs> um, dat, zit er, dat zit er absoluut in, omdat, uh, ja, ik ben dus alleen opgegroeid, uiteraard. Ik had geen broers of zussen, het was enkel ik en mijn ma. Uh, je, je, je hebt die mindset ook gewoon van, alleen. Mijn, mijn, mijn lieve, dat die is opgegroeid met zes kinderen thuis. Dus ja, dan is er constant uh, input. Maar als je mm -hmm. alleen zet en als je ma een huishouden heeft en een job en van alles te doen, ja, dan zit je vaak alleen. En mm -hmm. dan, dan, dan kijkt er naar buiten toe. Terwijl als je met veel zit thuis, dan kijkt er gewoon. Dan is je gezin echt de basis van, het, van, van alles, van alle gesprekken. Ja, maar dat maar. Mm -hmm. En uh, daardoor heb ik wel goed op die dingen let en, en het feit dat ik zelf vrij diep gezeten heb. En, uh, want er staat een stukje in over uh, een treinrit, dat iemand eigenlijk aan het twijfelen is, niet zozeer over ga ik zelfmoord plegen, maar hoe ga ik zelfmoord plegen? Ja, 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 ja. ja dat is iets. Ja. Ik, ik weet nog zo dat ik op die trein zat, s'avonds laat en door die ruit aan het kijken was en dacht: van, nee, maar ja, zolang dat uw mader is, kun je dat niet doen. Dat is een, een, heel, niet... dat is een heel zat moment, want dan, dan eindigde eigenlijk met te zeggen: allee gewoon nawachten tot wachten totdat ze dood ja, is, en dan ga inderdaad... ik het doen. Hè? Ja, wel. dus dat ja. Was, op dat moment was de mindset, ik op. Dat, is, dat is ergens tristig om te zeggen, maar er zijn momenten dat ik dacht van ja, wat, welk, welke vooruitzichten zijn er? Wat, wat moet ik nu eigenlijk, moet ik nu echt 40 jaar op een bureau gaan zitten? En, en... Dan uh, ja, worden nog een hele mooie. En is die eigenlijk ook een klein mm. beetje een soort. Dat, dat deed mij ook denken om die in de Gloria mm. sketch. Die een ah, van ja. de pensionerende man. Hè. Ja, ja, ja. Die zo de, bij, de derde, eh, bij de derde hip hip hoera. Deed al de helft niet meer nee, ja. mee. Zo dat gevoel dat je ge, dat ge keihard herkent. Ja, awel, uh. maar dat is dus inderdaad het ding. Ik heb zo die afstandelijkheid. In de, of al het de, de kilheid in de zin van. Uh, het leven kan heel lelijk zijn. Mm -hmm. Maar tegelijk ben ik een hele. Uh, ik ben een heel gevoelige mens, sowieso, uh, en, en in essentie wil een mens ook gewoon graag gezien worden. Hè? Hoe dat gaat ook draaien keer daar, daar gaat het om. En als je opgroeit met een tekort op een mm. manier, aan, want mijn moeder deed dan echt ik, ik kwam niks tekort op vlak van, van liefde, of, of ja, buiten van meisjes dan, maar, maar op, <laughs> op zich van graag gezien zijn. Ja. En op school ben ik nooit gepest geweest. Of zo. Dus dat was het probleem niet, maar zo het alleen zijn. En, mm -hmm. en onlangs heb ik daarover nadacht, want ik zit eigenlijk zo wat midden in een, in een quarter-life-crisis, dat je zo de weg dat je ingeslagen hebt, van ja, oké, okay, is dit nu... Ja, in, in uw visie op het leven zit je al in een end-life-crisis. Het gaat niet lang niet meer duren. Hè. Stel ons niet teleur leuren, man, seriously. Oh ja, voilà. Ik wil hier uh, binnen zes jaar met een zwarte band rond mijn arm zitten en zeggen, ja, hij heeft de vloek toch niet... Uh... Oh, nee, die gewoon ik even afkloppen. Ik hoop, ik hoop echt letterlijk dat jij de uitzondering wordt. Uh, dat, dat jij hier out. nog. Maar ja... Als ik, als, ik, als ik vannacht van in mijn slaap sterf, is het ook goed, hè? Ik bedoel, zolang ik het niet moet, moet meemaken. Ja, damn dan het cijfer zo. geweest zal dat wel echt. Uh... <laughs> dat ik het gemiddelde nog volgens, lager is. Volgens mij uit. denk ik dat je daar al een studie over kunt gaan doen, dat er dan misgelopen is in uw genentak. want dat is echt waanzin dan wel. Ik, ja, dat ja, wel. Gebeuren. Ja, het is dat. Dus, uh, maar maar uh, dus die, dat, dat gevoelige en zo, dat, mm -hmm. dat zit er absoluut. Dat heb ik heel erg en ik kan ik ook van niet heel simpel heel gekwetst zijn. En dat is dus het pijnlijke tussen... Uh, ah ja, dat wou ik dan nog zeggen. Ja, dat, dat eenzame... Uh, ik, ik heb nu het gevoel dat ik altijd dezelfde ben als toen ik zestien was. Het probleem is, volgens mij was ik op mijn zestien wat voorop op mijn leeftijdsgenoten. En zijn ze mij nu zo de laatste jaren allemaal aan het achterlaten op dat punt. Dat ik gewoon daar blijven staan ben, op een gegeven moment voorop en nu achterop. En, uh, Waarom denkt je dat? Omdat ik, niet, ik heb niet zo de... En ik ben er niet alleen in, hè, maar ik heb niet zo de... de de huisje, tuintje, boompje verwachtingen van het leven, of ik wil nu dichtgedaan hebben, en dan op mijn dertigste wil ik daar staan. Ik heb onlangs nog het idee geopperd: van zeg, willen we hier in de living die muur niet gaan stencilen, zo uh, street art, zo graffiti mm -hmm. met, met schabloon. En dat is een valabele ding en dat is perfect normaal, of gelijk die dinosaurus. En ik zei het hier, ja, ik heb die, die ook, uh, die in dat hier staat. En ik heb 30 andere van dat ding. En dat kost 30 euro het stuk. Dus ik heb ongeveer 1000 euro uitgegeven aan dinosaurussen. Uh -huh. Wat dat waanzin is, hè? Dat is belachelijk. Want ik heb geen geld, hè? Het is niet dat ik rijk ben of zo, hè? Ik heb nu. 700 euro op mijn rekening staan, als man van 33. Maar dat is eigenlijk het idee waar dat je mee rondloopt, dat je denkt dat als je je eigen af, dat je dat niet meer doet. Hè? Ja. Dat je zo terechtkomt in zo'n soort uh, enlightened volwassenheid, waarin dat je het kind in nu zo wat het achtergelaten, en je ja. houdt je niet meer bezig met dat soort ja. nonsens. Maar dan denk ik, maar die... Nie van... niemand, <laughs> niemand eet dat leven, hè man? Dat is wat wij altijd nee, nee. denken, maar dat je tegen mensen babbelt, ja die hebben huisje, tuintje, boompje, en die zitten er ook ja. zo wat... Je moet dan ook naar een Man dat die met treintjes spelen, <laughs> of die... Die moeten allemaal zo dat die een ding hebben, waardoor ja, dat you ja. do not go insane, hè. Nee, nee, dat is waar. Dus is uiteindelijk waar, denk ik hoe maar... dichter dat jij blijft staan bij... Hè, zonder dat je... We kennen ook allemaal die gast, waarschijnlijk loopt hem ook ergens in uw boek rond, ja. die je zo... Die jeugdhuisgast die dat nu nog ja. altijd is. Ja, ja. De, project, de denk, projectontwikkelaar. Ja, of zo dat, <laughs> <Ja>. hè, Bezig <laughs> met een project, of we dat je gewoon echt van merkt, na 1993 is er met u niks nieuws. meer ja, gebeurt. Ja. Jij zit daar het hoogtepunt meegemokt. Ja. jij vond dat de meest fantastische tijd in je leven, en jij wilt daar vooral geen afstand van pakken. Ja. En mensen wat worden... dat valabel is, hè? Ja, Allee, is misschien, een misschien een ja, maar wel triest, want dat is niet wat ik wil zijn. Ja. Ja, wel, ja, voilà. Dus, dus je, denk, je denkt wel van, ja, oké, okay, evolutie is, is wel belangrijk, maar ik zou niet direct mm -hmm. zeggen dat je een soort Arrested Development <laughs> hebt, zo, ten opzichte van <laughs> mensen die dat Gekozen hebben voor de meer, hoe zeg je dat? Ja, zonder het, er zonder het ook maar enig waardeoordeel nee, nee, nee. over absoluut te hebben. Absoluut niet. De meer geëikte paden die mm hier -hmm. rond. En wat jij zelf ook associeert met volwassen zijn. Ja, ja, absoluut Want absoluut. ik heb mij dan een tijdje geleden afgevraagd. Ik ben 47 mm -hmm. en ik dacht, alleen wanneer komt het nu? <laughs> ik bedoel, ik ben getrouwd, ik heb een huis, ik heb een dochter, een dochter wel, ja. van 12 jaar die nu naar het middelbaar gaat... Die ik denk, ik wel redelijk oké okay heb opgevoed. Maar ja. hè, dat zal de toekomst ook weer uitwijzen. Ja. Maar je denkt, ik heb wel nog altijd die, die, ja. die een op Amazon shit kopen. <laughs> dat, dat, dat niet voor mijn leeftijd is. En ik kan nog altijd opgewonden worden van een Iron Man-popken. of van mm. het feit dat ze Dune gewoon verfilmen. Of dat, ja, ze, tuurlijk, ja. dat je zo allemaal van die dingen hebt waar je van denkt, zoveel is er aan zich ook weer nee, niet nee. veranderd. Maar ik denk nu wel niet dat je, dat je daarin de norm zet. Ik denk dat je... En het feit dat je bijvoorbeeld ook succesvol zet in wat je doet, is mm -hmm. omdat je anders bent als de rest. Omdat jij ook gezegd hebt, want ik, ik vind stand-up ook de max. Uh, en ik heb ooit bij Leslie van Tommel gezeten, omdat ik dacht: van, uh, ja, ja, van ja, 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 waarom niet? Waarom ja, ik ja, ja, zou ik dat niet proberen? Ik heb er veel affiniteit mee en zo. En zo'n soort Louis Black-achtig figuur, dat eigenlijk vooral kankert op de dingen. Dus ja, ja. niet zozeer uh, uitgewerkte moppen. Alles is toch wel zo. Maar goed, ik heb die dingen ook wel al gevoeld. Mm -hmm. Maar het feit, dat is, ga gelijk muziek maken ook. Hè? Veel mensen zeggen van, of toen ik met mijn podcast begon, zijn er al mensen dat zeggen van, ja, een podcast, wat, wat jaar is dat hier? 2002? Moet je dat nu nog doen? Dan dus zit je altijd zo, die de, de twijfelaars of de afbrekers, of de, mm -hmm. de mensen die dat tv-column schrijven, dat u uw levenswerk naar beneden trekken. <laughs> maar, uh, maar, uh, die smeerlappen. Maar dat is Als wat, ik er ooit één uh, tegenkom. <lacht> 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 Slik. Nee, hey, maar dat zijn inderdaad, ja, daar mogen u niet door laten... Kisten en veel mensen, door, of dat nu door opvoeding is of door een soort schaamte of wat dan ook, durven het niet. Mm -hmm. En dat vind ik heel pijnlijk, dat je, dat je de talent dat je het niet verwezenlijkt. Of niet, je, je moet erom niet een absolute top bereiken, want ja, dit is ook een cult books en uh, dat gaat ook in en het smelt. Dat nooit, iets wat ik schrijf zal nooit van de dingen zijn van het smelt. Dat, dat, weet, nooit, dat weet ik niet. Maar 200.000 exemplaren. Dat weet ik niet. Hoe dan ook. Dat weet ik niet. Uh, ja, oh. Want je had waarschijnlijk ook niet verwacht dat. Je, Tuurlijk niet. ik de, en... de ambitie was er wel. maar Ambi die ambitie Die moet je is, maar zo ik Tuurlijk. altijd genoeg. Hè, je, moet, ja. je moet altijd wel een soort beeld van je eigen. Je moet het kunnen visualiseren. Ja. Je moet het natuurlijk kunnen voorstellen dat het kan gebeuren. Ja. Hè, wat nu klink ik als zo'n soort. Tony, <laughs> Anthony Robbins zelfhulpgoedoe. <laughs> If you can see it, then you can achieve ja, it. Ja, zo dat soort bullshit. Maar het is al waars, er zit wel waar, ja, ja. hè? Er zit wel iets in dat je. Maar ik moet wel eerlijk zijn. Ja, als jij je eerste grap komt vertellen in een café. Dan blijft het stil, en ja. iemand zegt tegen u. Binnen, uh, binnen ja. elf jaar, zullen we gaan in sportpaleizen. Ja, ja ik had nee, nee, gewoon, terwijl dat gewoon... Terwijl dat wel was waar ik. Tuurlijk. Basically, allee, niet zo specifiek, maar wel naartoe wou. Ja, tuurlijk. Ik wou tuurlijk. wel zeggen: van deze is wat dat je gaat doen. Of dat is, en en ja. ik herken heel hard wat jij er net vertelde. Het niet onopgemerkt wilde passeren. Ja. Wat ik denk dat iedereen hier wel heet. Hoe hard dat je mm -hmm. het op je op uw eigen toegeeft of niet, dat is iets ja, ja. anders, maar heel veel van mijn motivatie is ook letterlijk dat als ik doodga, dat ik zo'n schap op de kast wil hebben. Ja, ja. Dat deed je gedaan ja, ja, ja. toen je hier was. Die is, het, het komt ook soms aan bod in mijn boekje van uh, dat er een documentaire over je gemaakt wordt. Ja ja ja, 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 ja. En dat is iets heel pretentieus, want... De praai, dat je zo, ja, maar ja, uiteraard wordt er ooit van mij een documentaire gemaakt dus pretentie tot en met maar ergens moet dat zo als je iets creatief doet of, of wat dan ook moet, je, moet dat op een manier de daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat je iets gemaakt hebt dat eruit springt en, ja. en dat iemand het de moeite waard vindt om wat ik ook een hele mooie metafoor vind dat er een beetje bij aanpast, is in de commitments als ze hem zo in het bad... Ik was juist ja, aan het denken. Zo het interview met jezelf doen, zo, ja. Ja. zo van uh, dat je ja. eigenlijk, dat is zo'n schone metafoor voor... voor kijk funny, ja. ik zat exact ja. daar. Jij ja, zegt dat ik dacht, Terry ja. Wogan of Terry of Wogan, zet? ja. De ja. nee. so, Rolling Stones, hoe oh, de fuck are they, Terry? <tie> hey, zo dat <that>, <laughs> so, mega arrogant van de wijze nog groot, maar <tie> oh, yeah. dat, je eigen interviewen, hè. Maar ik zelf ook al heel veel deed. vooraleer tuurlijk. dat ik het echt heb gedaan. Ja, natuurlijk. Waardoor dat je er ook goed in wordt. Omdat ja. je eigenlijk al geanticipeerd hebt op al die vervelende vragen maar, in je kast. Ja, voilà. Ik Als professioneel niet. zijn het gewoon. Doe, he? Ja, en toch. Het is, het is, je hebt heel veel. Ja, wat jij ook doet. wat, wat iedereen mm. doet. dat iets maakt uiteindelijk. Je hebt mm. enorm veel innerlijke dialoog. Hè. Ja, dat is wel. Tuurlijk. Je bent heel veel bezig mee, met dat. Uh, mm. Met dat te hard na te denken over dingen waar mensen soms voorbij wandelen. Absoluut, ja, ja, absoluut. Uh, en wat dat je hier just dan zegt, van zo, dat, je, dat je hoog moet mikken, dat is inderdaad wat dat ik... Want hoe, hoe debiel is het als je nog nooit... Een, een, ik heb wel eens een punkrock-cd uh, gemaakt toen ik 16 was. Uh, maar uh, hoe debiel is het om te zeggen... Van, ik ga iets maken wat dat een kruising is tussen tool, uh, deftones... Er zit wat Refused in, er zit wat Radiohead in... Uh, en ik ga in rare maatsoorten spelen, en dat gaat iets briljants zijn. En, maar ik heb nog nooit een plaat gemaakt, en ik kan eigenlijk geen gitaar spelen of drum, maar ik ga dat zelf allemaal schrijven, en dat gaat de maxen Dat ja. is op zich waanzin. Of alleen, dat je dat zelfs nog maar het geloof hebt dat je dat gaat kunnen. Maar ja, elke band dat je net hebt opgenoemd, heeft dat ook gedaan, Ja, he? voilà, dus dat. En, en dat zijn ook maar mensen, dus als die dat kunnen, waarom zou het ja. niet... Potentieel kunnen. Misschien zou het een Maynard en de zijn zo. Dus we willen wat rushsen, in, ja. maar we willen ook wel zo wat, er de, 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 moet ook wat van dat ja. Ja, in zitten. Ja, en deze en ja. zo ook zo pretentieus tuurlijk, als mogelijk, want tuurlijk. Eh, veel te hoog gegrepen tuurlijk. in uw kop. Totdat het ver is. Totdat het zover tot is. Totdat het, he? ja, voilà. tot het gebeurt. Maar dat, dat is ook de essentie van alles. Hè. <laughs> ja. Dat is ook. Rammstein, de eerste keer dat ze in jeugdhuis De Wollewij met um, een vuur binnenkwamen. Yeah, of in ja. De Sojo, dacht iedereen, Jesus Christ. What the fuck? Ja, in, maar de in De Sojo dat inderdaad niet doen. Nee, in De Wollewij ook niet. Maar ja. eh, ik wil zeggen... ja, Alles wordt ineens valabel klopt, van zodra, en dat is eigenlijk heel oppervlakkig als er publiek staat. Dat is juist, ja. ja eigenlijk dat is dat heel en oppervlakkig. Zo, en als er succes bij komt kijken ja. he, als het niet 12 man is, ja, ja, ja. maar, als, maar als, als je merkt van wow. Ja. Wij hebben ooit gespeeld in een B-52 in ja, Eerlijke, Eer, Eer, nee, nee, Eer, nee, Eer. ja. ergens juist in West-Vlaanderen. En uh, we dachten, ze vroegen van ons van, ja maar, uh, ik zeg van ja, maar misschien moeten we nog een andere groep vragen ook, want wij hebben maar 26 minuten, dat is, misschien, dat is nu ook niet echt avondvullend. Hmm en we hadden een bevriende groep gevraagd dat de week ervoor een botaniek gespeeld had, omdat we dachten ze zullen niet voor ons komen, maar misschien voor hun. Toen dat we aan het uh, opstellen waren, die zaal was uiteraard leeg. Uh, toen we aan het spelen waren, was die zaal uiteraard leeg. Maar ik zei <laughs> wel tegen mijn mate van, ja, we gaan hier wel vol een bak gaan, hè. als een soort dingen van, oké, okay, je hebt iets gemist, aan, gericht aan niemand uh, persoonlijk. En, uh, maar ze vroegen ons wel uh, van, ja. Uh, Misschien weer nog even wachten, want het, is just, het was Eero, Eurosong was op TV. Het was juist aan België. Dus we dachten, ja, uiteraard, daar zit onze doelgroep. Ja, nu hadden we het geweten dat. <laughs> juist tijdens Eurosong dat wij onze doelachtige dingen uh, gingen spelen. En dat is, ik zeg het, iedereen dat iets iet voor het publiek doet, speelt ooit voor geen publiek. En, mm -hmm. Maar dat is, als je dan niet voluit kunt gaan, dan ga je het nooit halen, volgens mij. Dat is dan zo, zegt van, is, uh, dit is, dit is het. Het uh, is altijd. En um, uiteindelijk was mijn gedachte daar ook altijd over gespeeld voor die mensen die zijn komen opdagen, Surelijk. niet vooral de rest die ja. niet is gekomen. Hè. Ik heb liever twee man dan mee, is, dan dat je voor 10.000 man staat, waar dat er ook maar twee mee zijn bij ja. spreken. Plus het feit dat je, dat je ook vaak, als je jonger bent, iets waar ik ook later bij ben blijven stilstaan, mm. ik vond dat ook heel cool van naar een optreden te gaan waar maar 12 Absoluut. man was. Die volledige toe. Want wij wisten dat, dat. En al de rest wist dat niet. Ja, ja. En wij hebben dat gezien. En wij Tuurlijk. waren over die een band. Was dat onwaarschijnlijk kut. Tuurlijk. Maar, die, maar op dat moment. Als ze die dan toch alles gaven. Ja, ja, ja. En je maakte er een avond van. Ja, ik heb wel een aantal van de meest memorabele shows in mijn leven. Zeker. meegemaakt in die omstandigheden. Zeker, zeker. Absoluut. Dus, en dat is enorm waardevol. Want je hebt dat niet door. Maar die mensen wandelen naar buiten met iets. Ja, ja, absoluut. Al is het ook dat jij het gevoel hebt. voor jezelf. Van ja. Dat kan ik ook. Ja, ja. Of als, als ik dat kan zien, of dat kan doen mm -hmm. voelen bij iemand. Ja, ja, ja. dat dat niet alleen maar afhankelijk is van, zo van die dingen waar je het gevoel van hebt, dat dat, dat, dat van aan de meet af bijna onbereikbaar ja, is. Ja, inderdaad. He, als je kist kijkt kijken en je ziet kranen in vuurspuwers mm -hmm. en die vliegen over het podium, en die, dan denkt de goh, maaien. Ja, als, als je denkt dat je van dag één daaraan moet beginnen, erom, dan heen. begin er niet aan. Nee, het is dat. Daarom dat ik ook wel... Ik, ik ben nuchter van mezelf, maar ik... ik, ik uh, moet ik zeggen? ik, ik uh, relativeer alles ook naar anderen toe. Like dat box nu ook. Dat is gewoon, gewoon een kwestie van zet er je aan en doe het. Of dat tv-sketjes gedoe dat ik gedaan heb, dat was ook, ja, dat is een stoemeling dat je erin komt. Dat stelt al allemaal zoveel niet voor. Ik noem mezelf geen schrijver, uh, niet om vals bescheiden te zijn, maar omdat dit is niet uh, Hugo Klaas of zo. Hè. Dit is gewoon een probeersel. Oh, ja. En hopelijk. Hopelijk lever ik ooit iets af van het niveau van Hugo Claus. Maar Hugo Claus is gedebuteerd op zijn 19 met een boek dat in een maand tijd als een weddenschap geschreven heeft. Die mens heeft amper iets van educatie gehad. En dat is een fucking goeie boek, hè? de dat is uh -huh. Daar kan ik nooit nummer aan tippen. Of Louis Paul Bon, nu om een streekgenoot te noemen. Hoe kan ik daar ooit tegenop? En die mensen is maar een simpele... Dat was maar een simpele mens, een licht geperverteerde oude man. Maar, maar, maar hoe dat je schreef, als je menuet leest, dat is... Maar een licht geperverteerde oude man, zie ik u ook nog wel. Dus, dus uh, op zich, uh, geef, het, geef het wat tijd. Uh. Maar oud misschien niet, maar licht geperverteerd, daar zijn we al, denk ik. Misschien nog één ding dat ik, uh, dat ik ook, ook wou vragen, omdat je dat vermeld hebt zelf. Ja. Um, un, uh, dat je een EP geschreven hebt, dat, ja. dat eigenlijk een aansluiting is op uw vorige van Collective. Allee, namelijk... Als je het nummer omgekeerd draait ja. van de vorige, dan past dat nummer. Ik dacht alleen die een al. Ja. Wil ik al weten waar zitten ga je mee bezig? Hij ja. nou, is nog niet af. Ik ben, ben nee, er al nee. aan het werken, maar, mm -hmm. maar, Dus inderdaad, wat een EP, Ik had een EP geschreven jaren geleden. En dus een rare maand. 2017. Je ja, dat nog is, is net ja, ja, klopt. Ja, als je maar 35 wordt, is vier jaar geleden, jaren ja, geleden. Ja, <laughs> Ja, maar dat is die, inderdaad die, waar. En die, die, nummer... die neemt nog maar een paar jaar over, dus uh, uiteindelijk... Uh... <laughs> <laughs> maar die nummers waren toen ook al een paar jaar oud, omdat ik ja, te sukkelen met muzikanten. alle goed. Hmm. En dat is een rare maatsoort in vijf de, of er is een nummer waar dat we begin in ik wil zeggen zes achtste dan gaan we naar elf achtste dan gaan we naar drie vierde dan gaan we naar tien achtste en dan maar, God eind, forbid eind. dat je een hit zou geschreven, oh, maar, ja, ja, ja. maar dat is ook de bedoeling. Veer zet vier. er niet. Uh... Ja, ik heb expliciet gezegd we spelen geen vier vier, we spelen en geen. Zeg dat er voor de Zol is één keer moet ingooien. Pure to confuse the shit out of uh, ah, wel, maar de, de mensen liever. die daar naar aan het luisteren van. Wat? Ik kan ik kan gewoon meebewegen met deze. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ja, inderdaad. Ah, wel. Uh, maar dat was ook de bedoeling om dus inderdaad, geen solo's, geen, uh, het draait niet om ons, uh, mm -hmm. want in, in, in interviewjes enzo gaan we ook nooit onze namen enzo, het draait absoluut niet om de, de personencultus dat je bij veel bands wel hebt, mm -hmm. wat dan even valabel is, maar dat wouden wij niet doen. We speelden altijd in een zwette t-shirt gewoon, zonder iets van logo's en wij staan het allemaal, heel heel punk eigenlijk, wat mm -hmm. euh, mm -hmm. maar, uh, maar op zich vond ik dat wel cool. En ook uh, onze foto's van ons live foto's waren we nooit echt zichtbaar op ons gezicht en zo. Dit is eigenlijk de eerste, dit is de primeur eigenlijk. Waar dat... Comment op YouTube, dat was goed ook. Ja. <laughs> <laughs> maar dit is eigenlijk de eerste keer dat ik had gezicht... al al maskers gedacht. <laughs> Bon, als zo uh, zit. Uh, nee, uh, maar inderdaad, uh, dit is eigenlijk de eerste keer dat, dat ik zeg dat, dat ik uh, collectief uh, ben, eigenlijk. Uh -huh. um, maar, uh, dus dat, Daar zitten principes achter. En, en dat is wat moeilijk doen. En er zit een, een hoop Easter eggs in. En gelijk in het eerste nummer van NPS is het een verwijzing naar Aldous Huxley. Um, het nummer Hurt is bijvoorbeeld. Er uh, zit op een gegeven moment een, een spiegelas in, waarbij we gewoon terug gaan het begin. Dat is eigenlijk één lang. Palindroom, muzikaal gezien. Mm -hmm. uh, uh, en, en hetzelfde gebeurt met een tekst. Lettergreep, per lettergreep gaan we eigenlijk terug naar het begin. Ja. Dat is niet super uh, eenduidig, maar daar zit wel een betekenis in. Het is gelijk uh, de, de tekst van. Dingen. Tom York heeft ooit uh, een soort dadaïstisch experiment gedaan waarbij hij gewoon uh, flarden tekst verknipte in een hoedstak en dan e ombeurt een zin en dat was dan een tekst. En dus, dat soort collage techniek, daar zit ook een betekenis in. Bowie een, deed een, dat eigenlijk ook. Dat jawel, was ook een collage. Man. Ja, weet je, weet je, Maar daar zit ja. een sfeer in, doordat mm -hmm. je verbanden legt uh, tussen de dingen. Ja. Jawel, en op een gegeven moment zeg ik van, oké, okay, ja, dit is een ferm stuk, maar als we nu gewoon een keer terug gaan naar het begin. Dus de... de de baspartij, en de gitaarpartij gaan, gaan terug naar het begin. De drum wijkt nog af, want elk instrument speelt altijd zijn eigen dingen. Hè. Dus mm -hmm. soms gaat er een voor in vijf, vijf, vijf vierde en speelt de rest in een ander dingen. Um, en dat, dat soort wat dan niemand door heeft van elementen zit daarin. Dat is een spiegelglas of een, een uh, een optelsom. Ik heb bijvoorbeeld een nummer waarbij dat de, in de strofes. Het is een van de zeldzame nummers dat ik met strofes en referendum. Dat de eerste strofe, lettergreep per lettergreep, doe ik één lettergreep. Dan twee, dan drie, dan twee, dan één, dan twee, dan drie. Dan hou zo een soort piramide mm -hmm. dingen. En in de tweede strofe doe ik één, twee, drie, één, twee, drie, één, twee, drie. Dat soort, dat soort ja. Easter eggs dat niemand door heeft. En waar dat veel tijd in kruipt, moet dat eigenlijk niet de moeite is, uh, en nu... Wat wel, wat wel grappig is, is, want je zegt dat wel, en, hmm. en ik zal dat ook zeker niet allemaal opgemerkt hebben, maar als je dat allemaal hoort, dan denkt je, goh, hmm. allemaal ingewikkeld, allemaal <laughs> dat, maar het is niet dat hij niet beluisterbaar is, want dat is het grappige eraan. Ah, ja, ja. Ik vind wel best dat hij... Hoe zeg je dat? Ja, dat, dat, dat luistert wel, niet onaangenaam weg. Oh, hé, en, en, uh... en daarmee bedoel ik, ik niet van... Hè, want je kunt... Je hoort soms dingen die vooral bedoeld zijn om extreem te zijn, en niet om ja, iets... Ja, hè, en misschien of al is maar iets op te roepen, dat je het, mm -hmm. het hè, van Zeker? de platenspeler afgooit tegen de muur, of... <laughs> <laughs> weet ik veel, maar, maar dat doet dat niet, want het ja. is nog wel echt muziek en er zijn heel herkenbare dingen in. Ja, Hoewel we, dat ja. je misschien niet met een klassieke songstructuur of klassieke nee. ritmes werkt, nee. wil dat niet zeggen dat daar niet dat daar niks Belasterbaar aanziet. Of ah, wel qua voilà. sound. En, en, niet? en komende van muzikanten vind ik daar een heel, heel mooi compliment. Dat is eigenlijk wat ik, waar ik op uit ben. Ik ben in alles wat ik doe zo wat cultachtig. Dat ik, mm -hmm. ik heb dan liever een groep dat door andere muzikanten goed bevonden wordt <laughs> dan door de massa, zo gezegd. De comedians, comedian. Ja, wel voilà. <laughs> en, en dat is wel tof. En nu, dus inderdaad, die NEP was, was vrij goed ontvangen, tot mijn uh, enorme verbazing. Uh, Qua publiek viel het wel mee. Zo. Maar. maar <laughs> euh, want ja, dat, dat was altijd spelen voor. Ik ben, het meeste dat we ooit gehad was 150 euro voor, voor ergens te gaan spelen. En het meeste publiek was misschien 100 man of zo. Ja. Maar kom, euh, ik probeer dat toch wel wat de, in een semi-vegetatieve staat euh, nog te houden. Uh, en nu ben ik dus aan het schrijven aan een EP, waarbij dat elk nummer van de nieuwe EP gaat passen bovenop een nummer van de vorige EP. Als je dat nummer van de vorige EP achterstevoren. Afspeelt. Dus dat gaat niet dezelfde Ik zou wel zijn. eens willen horen hoe dat dat gaat. Ah, ik zal u eens, ik heb, ik heb nu drie nummers af en ik zal ze u eens doorsturen met, right. met, met cool. en zonder de, de, de backing track zogezegd bij. Yeah. En, uh, maar dat is moeilijk, hè, want ik wil niet gewoon dezelfde akkoordenprogressies volgen. Het moet eigenlijk harmonieus erbij passen. Het moet een extra laag zijn. Maar mm -hmm. het nummer moet op zich een goed nummer blijven. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een nummer dat oorspronkelijk in zijn zachtst, dus het, het het nummer van de, de vorige EP was in zes-achtste. Het einde in drie-vierde, als ik me niet vergis. Maar ik speel daar nu een stuk in vier-vierde. Waarbij de een drummer een patroon speelt in zes. Uh, en waardoor dat... Wacht, hoe zat het weer? Nee, de drummer speelt in vier-vierde. Maar hij speelt een patroon van zes. Waardoor dat, dat eigenlijk onvolledige maten zijn. En hij speelt uh, in zijn basdrum met triolen. En op het einde met twee noten op de tel. Maar die triolen, dat, is, dat zijn triolen geworden, omdat Nij een zes speelt, en oorspronkelijk was het een vier, waardoor dat zo gestretched wordt. sowieso, Maar het past allemaal wel schoon. Maar doordat Nij in zes speelt, in plaats van een acht, verschuift zijn, zijn partij altijd, waardoor dat die triolen en die, vier, die vierde noten vallen altijd op andere punten doorheen, dan nummer. En ondertussen speel ik dan in bas een, een tokkel van drie noten op twee verschillende snaren. Waardoor dat je ook een soort cadans krijgt. Allee, het is zo, dat soort dingen is dan niemand merkt. No, but tell me more. Ja, <laughs> <laughs> maar dat is enkel als je. En ik vond dat zelf altijd cool als ik vroeger leerde bas spelen. Of, of, uh, dat je luistert naar een nummer om de baspartij uit te tappen en uit te schrijven. Yeah. Dan zeg je: zegt, Oh, wacht, hij speelt dit. En de, de gitaar of de, de melodie volgt wel dit. Maar hij speelde eigenlijk dat. Ja. Of dat vriend een maar het kon wel goed. En dat vond ik altijd zoet. En dat soort die ontdekkingsjes maken de levensduur van een nummer zoveel langer en dat maakt het zoveel interessanter. En, uh, en uh, gelijk uh, het, uh, het nummer. Clive uh, Burton maar ook zo'n gast. Hè? Voilà, als je daar nou luisterde met Metallica, die speelden een ander nummer dan voilà. al de rest van de band. Maar dat is de max, Dat je echt denkt, wauw. Het is dat. Ja. Maar als je bijvoorbeeld van Radiohead uh, Pyramid Song opzet, dat is een, een, een piano-gedreven nummer. En in het begin lijkt hij op de op den, uh, tel te, te spelen. Ja. Maar op, uh, dan ergens in zijn motiefken dat een speelt, zit er precies zo wat naast. Dus je peist van ja, dat is zo wat kunstmatig gedaan in de studio of zo, dat is, want, want dat, dat is niet dat hij een metronoom aan het volgen is op dat moment. Maar dan op een gegeven moment valt hij een drum in, halfvecht nummer, en dan heb je door dat een eigenlijk gesyncopeerd aan het spelen was, dat een tussentel aan het spelen was. En toen dat ik dat door had en ik weet nog exact waar ik lag. Ik lag in mijn moeder er bad uh, te, te weken, want ik heb thuis zelf geen bad, maar af en toe ga ik daar dan een bad gaan pakken. <laughs> en ik lag in Visueel dat Visueel heb de... ik je nou wel in oh. het, met van die bompa-voeten, veel te lang. <laughs> Absoluut. <laughs> en die had ook een schuimbal erin, of is dat een zo. Enkel mijn lid drijvend op het water. <laughs> <laughs> uh, op <laughs> dat... mijn steeds uitdijnende balzak <laughs> <Voilà, inderdaad>. ligt <liggen laughs> hij daar in een reddingsvlot. Voilà. Voilà. Mijn balzak ergens tussen, tussen uh, knie en enkel... Uh, met zo'n zo nat washandje over je ogen ofzo <laughs> zo, dat je echt het, dat taal geen kloten niet meer uitmacht. Ja, de ene helft nat van het water en dan nat van het zweet ja, van ja, het water ja, ja, ja. maar ik, ik lag dus in bad en toen had ik door hoe dat die een, die een beat viel en dat was zo'n een, een Eureka moment en dat vind ik, dat is eigenlijk wat ik wil teweeg brengen want een van de coolste complimenten dat ik ooit gehad had was toen ik in jeugdhuis de splinter in, in Palmol moest spelen uh, en de, er waren twee maten van mij komen zien en de ene zei van, maar zo speciaal is dat niet, Want die had toen ook al dan uitleg zo wat gehoord. Mm -hmm. Of allee, via via zo gehoord van ja, dat is wel iets speciaals. En die zei van, tegen zijn maat van ja, maar zo speciaal is dat niet? En die zei van, je ja, maar wacht, let, let eens op de gitaar. En, en filter dat er eens uit of zo. En, en let dan eens op wat dat de bas doet en wat dat een drum doet. Mm -hmm. En dat vind ik dan wel cool. Dat, want hij deed dat dan en hij zei: van, Wow, what the, what the fuck is allee, Het is nu niet zo wereldschopt. Nee, nee, maar... Maar, maar dat is ook het wel, wel het coole tegelijkertijd. Want, want je hebt dat allemaal als je dat wilt horen. Ja. Maar, maar het dat hoeft ook overeind, niet voilà, ja. als je het niet hoort. Voilà, en dat was eigenlijk de wat betrachting. Dat, dat is wat dat ja. tool ook doet. Ja, absoluut. Want tool zegt ook: oké, okay, want dan is drummer, maar het blijft een flow hebben en het blijft ja. toegankelijk. En, en, no, maar het is wel. Is... Anders, anders had het ook nooit niet zo groot nee. kunnen. Nee, nee doen, tis tis dat. Nu, er zijn limieten aan. Het is he. ja. Maar daarom heb je me ook wel vooropgesteld: ja, ik weet dat ik nooit in de vooruit ga staan of in de wijs allemaal. Maar uh, het is zo wat gelijk Dat moeten het niet gewoon. op voorhand zeggen. Ik kon hij dat echt zeggen, want Ra dacht dat ook niet. Natuurlijk, nee, ah, dat, dat is het cool. die zijn daar blijven volhouden voilà. en die hebben nu een wereld gebouwd en die en zijn ergens voilà, naartoe gegaan dat. en dat is dat geworden. Het is dat. want <coughs> Ra is, is niet mijn favoriete groep en zo, uh, mm -hmm. maar die mentaliteit is dus wel goed. Die zeggen: wij doen ons dingen ja. en fuck de rest, we hebben onze eigen klik en uiteindelijk, dat is gelijk raket ook, die waren. Te zien op het journaal voordat ze op Studio Brussel geweest waren, of zoiets. Of, of ik weet niet hoe dat zat. Maar het feit dat op een gegeven moment het journaal er aandacht moet aan besteden. Ja. voordat je eigenlijk echt zo bestempeld wordt als de groep, mm -hmm. dat vond ik dat was bij een optreden in de vooruit in Gent ook omdat dat hun hometown was en zo en, en dat, dat is wel een coole mentaliteit om te hebben, vind Ik zegde me refused, oké, okay, je kunt ervan vinden wat je wilt, maar die gasten gingen ervoor en dan heb ik liever een groep gelijk refused. Het is wel een kopieken, nee. ik wilde nou wel even uh, ook de, uh, X, al, dat ik zal he? het het wereld RT, dat was ook gepiekt, hè. Uh, wat had hij? Uh, Shape of punk.com uh, Shape of punk.com was niet zo origineel, hè. Nation of Ulysses deed dat al, hè. Is het echt? Ja, ja, ja. Maar ik ken, ik, ik ken ik dat niet. Ik, ik, kon echt niet. ik dacht, oké, okay, maar het is het Momentum maar ook eens Een, een, een <laughs> nee. Voetjes op de Grond. Een <clears throat> op de Grond. Tijd dan is eens wat dromen aan ja, 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 zoekt. Allee, maar doe, wat genre is dat dan? Dus, dat was ook gewoon een band die. Voor, dat was ook een soort punkband. Die uit uh -huh. Washington ah, ja, ook kwam. Okay. Een beetje ook in de Discord-achtige ah, hoeken. Ah, ja. zien. Die ervoor eigenlijk inderdaad. Ook al die combinatie van, van verschillende stijlen, de politiek. Ja. Als je moet niet van heel slechte wil zijn of zo. Je moet trouwens ook maar Dat vooral niet doen. Maar als je echt de te goed voelt ofzo Dan moet je gewoon maar eens Nation of Ulysses en Refused intikken okay. Ja en dan gaat het me niet bedenken achteraf Echt? Ja, ja, ja. Dat is die is... schaamteloos gepikt of wat? Nee, schaamteloos gepikt, maar. Maar wel gepikt. Ja, ja dus. Oh. Ze, ze zijn er toch angstvallig stil over. Maar ik wou er gewoon maar gooien, omdat ik vond dat je te goed opdreef was. En. Ik <laughs> zo <laughs> Naarland, hè, man? Jo, En het feit, het feit Echt, ook dat dat, 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 dat dat meestal zo is, hè. Ja, maar. Allee, ja, ja, het, het, hetgeen, hetgeen dat het vooral is, is de band, die Dat daar net zo het momentum of het moment waardoor ja. dat hem daar. Hé, hey, ja. ik heb... ik kent mok bij iedereen, dat is de ja, band true. waar ze yeah. het al ja, ja, ja. over hebben. Ik luisterde uh, liever yeah. naar Refuse dan naar Nation of Ulysses ooit. Yeah. Dat yeah. Dat? Yeah. Maar allee, Dennis en Kozen zijn er wel nogal stil over. En ook Nadine, <laughs> ik denk zelfs International <laughs> Noise Conspiracy, wat hem yeah. solo is gegaan, was eigenlijk ook wel een beetje een kopie van. Het yeah, yeah. blijft een zweet, man die pikken, hè. Ah, ik bedoel. <laughs> ja, dat zijn <is> zo wat de Japanners van Europa, uh, uh, zo dus, uh, <laughs> Dat kan goed, goed nadoen, hè. Dat is wat dat kan. <laughs> we are all music nuts together. I think uh, when we play, it's perfectly. It's and the and then the cops came. That's your mission for today, guys, to refuse to be messed up. I'm a fan that refused. Ja. Eh, keeping it real nee, eh, man? absoluut absoluut mm. tuurlijk, tuurlijk keep that real beetje Sorry, 25 to life, life beetje 25 to life zou wel zijn Rick to life jongen waar is hem waarschijnlijk nog sotter dan net hem vroeger was waarschijnlijk nee, op ja. een paard ergens ja zijn dreadlocks aan verkopen de listen dat er nog over waren <laughs> crazy fuck maar sinds ook in die muziek geldt voor mij ook doe iets wat dat op zijn minst de betrachting heeft om origineel te zijn. Mm -hmm. dat je op zijn minst je eigen geluid, hebt, ja. hè, dat is op zijn minst het minimum. En het spijtige, en dat is dan ook weer wat ik met radio's, inderdaad, wat ik met van alles heb, met, met tv en zo ook, van ja, die mainstream en zo, ik begrijp het, hè, want dat is voor de massa. Je kunt niet, gelijk de BBC, die maken voor, die maken voor iedereen iets. Ja, die hebben de, de middelen en die kunnen ja, ja, ja. In een niche gaan. Ja. En in Vlaanderen heb je de reflex van we gaan, voor, voor, we gaan iets voor iedereen maken. En dat vind ik altijd wel spijtig. Het is niet omdat dit mainstream is dat het slecht is, verre van. Maar, uh, maar ik vind het dat je als, als je iets maakt, moet je op zijn minst iets, iets toevoegen aan wat dat er al is. En niet gewoon de zoveelste in de rij. Dat, ah ja, ik ga gewoon de, een stijl Ja, mm -hmm. een stijl oefening ja. van mijn tijd maken, zogezegd. Ja. En, en, uh, en dat is moeilijk, natuurlijk is dat moeilijk. Mm. En ik slaag ik daar ook niet in. Ik wil, ik, ik wil nog eens benadrukken dat ik absoluut niet, niet geweldig speciaal ben. Maar de betrachting om speciaal ik, Het staat in mijn boekje in: van, het was niet dat hij speciaal was. Het was dat hij probeerde. En dat moet de betrachting zijn, vind ik, ik persoonlijk. Ja. Schone zin. Ja. En, dus, ik schud ze zo uit mijn mouw. He. Alsof het niks is. <laughs> nee, Alsof het niks is. Misschien om, uh, om uh, mooi mee af te sluiten, de schrijver, uh, de schrijver. Frederik De Bakker, Pff. hoe zit het daarmee? Wat ga jij doen? Gaat jij nog een, ga jij een boek schrijven? Ja. Ga jij... alright? Wel, uh, want dus inderdaad, mijn uitgever zei van, uh, ik wil een roman van u uitbrengen. Mm -hmm. va, ik ben daar dan wel... Ik door... heb het onthouden. Ah uh, wel, ja, inderdaad. <laughs> en ik ben nu begonnen uh, met, met, met skelet. Ik wou... Want je hebt van die mensen dat gewoon beginnen schrijven en bezien wel waar we uitkomen, maar... Dat wou ik niet doen. Ik zeg het, dat is een soort uh, handvat dat om, om, om... Ja, het onzekerheid ook. Van, ziet, werkt eerst een terfelijke structuur uit, dan kan het verhaal nog zakken, maar dan is de structuur op zijn minst nog een beetje origineel. Mm -hmm. En nu ben ik dus begonnen aan een roman, en uh, het, het eerste beeld in, in het boek is een gast dat zijn eigen mond toenaait. Dat is het eerste dat je ziet op bladzijde 1. Oké. Okay. En dan uh, gaat de vraag zijn, ja, waarom, hè? en dat gaan we uh, uitspinnen over, over een tweehonderdtal bladzijden. Uh, ook daar probeer ik wat te spelen met de structuur, puur vormelijk. en, en, en ook wat symboliek erin te leggen en wat, wat uh, easter eggs en dergelijke. En mensen die mij kennen gaan uiteraard juist gelijk als dat wie dat mij kent en naarland leest bij ze ook van ah ja, ja dat was zo is overduidelijk hè. Uh -huh. um, Maar uh, nu tegen nieuwjaar uh, gaat een afzend. En dan zullen we zien hoeveel tientallen exemplaren dat daarvan verkocht geraken. Uh, He sold tens of books worldwide. This, this guy can play almost every note on the guitar. We gaan zien wat dat geeft. Hè. Het is voor mij ook... Uh, het is, het is, ik ben er heel lang heel onzeker over Allee, dat ik het echt uitstelde. Mm -hmm. Want uh, mijn, mijn skelet was eigenlijk af rond nieuwjaar en ik dacht: van, Kom, tegen volgende maand moet ik bezig zijn. Ik heb niet veel verjaard, tijd, man, maar, dus doe ik ah, wel. Maar, voilà, ja. maar het <laughs> moet goed zijn, hè, dat is mm -hmm. het, het probleem. Hè. Ja. Uh, dus we gaan zien wat dat geeft. Ik hoop hem te kunnen uitbrengen ook bij Borger of van Lambrich, omdat ik me daar wel goed voel bij de mensen daar. Mm -hmm. Maar dat zullen we dan wel zien, dus noodzakelijk in eigen beheer. Um, en uh, ja, we zien wel waar dat dat schip strandt. Nou, in ieder geval, uh, Frederick de Bakker, als uw boek mm. uitkomt, dan kom jij hier maar erover vertellen. <laughs> Kunnen we nog wat oeverloos gelul erbij betrekken, liefst nog wat meer duisternis. We weten dat we u <laughs> nog maar een paar jaar onder ons hebben, dus vooraleer dat het onvermijdelijke einde eraan komt. Mm -hmm. Uh, zien wij u hier heel graag terug. Frederik, heel cool dat je hier uh, langsgekomen. Heel cool dat je hier mocht langskomen. Um, geen enkel probleem. Uh, hm. Naarland, trouwens, uh, uitgeverij Borgerhof en Lambericht. Nu uh, die uiteraard die... uitverkocht, <laughs> maar... Uh, <laughs> Lees dat, mega cool. Het is echt uh, de moeite. Je moet het misschien niet allemaal in één trek na nee. elkaar lezen, want dan werd het voor mij ook een beetje touw rond de nek in de, in de badkamer. Maar wel onwaarschijnlijk cool. Dus merci om hier te zijn. Het was uh, super tof. Hopelijk tot cool. snel. Als u een boek uitkomt, dan kom er langs. Dan gaan we het erover doen. <laughs> um, dit was het voor ons weer al deze week. Dus wederom, Frederik de Bakker, merci om langs te komen. Ik ben Alex, dat is Andries. Wij we zijn Welcome to the AA. En volgende week zijn wij er weer terug. When we make Monday. Great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah! Ik zei hier al je onderlegd. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste na de feest. op Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.